Je luistert naar de CROcafé livestream vanaf Emers Conversion in Pakhuis De Zwijger ter Amsterdam. Ik ben Guido Jansen en vandaag praat ik met verschillende sprekers en bezoekers van het evenement. We praten na over de sessies en er komen verschillende stellingen over ons vakgebied voorbij. Deze podcast wordt gesponsord door Effective Experiments, Comfort.com en Bayer Minds. En vandaag was uiteraard niet mogelijk geweest zonder Emers. Dank daarvoor. Sowieso superleuk dat je luistert of kijkt. Wil je nou zelf ook meedoen? Dan kan dat. Als je hier aanwezig bent en je ziet een vrije microfoon, dan kun je er gewoon naartoe lopen en meedoen. En thuis kun je meedoen door reacties of vragen te plaatsen in de comments van de videostream, die je kan terugvinden op cero.café/live. De comments daar houden we in de gaten, zodat we jouw vragen aan onze gasten kunnen stellen. Voordat we verder gaan met onze volgende gasten, hebben we nog een klein cadeautje voor jou als luisteraar. Onze sponsor Comfort.com geeft alleen vandaag de 11 best verkopende optimalisatie boeken weg aan livestream luisteraars. Het gaat om het e-book Conversion Fanatic van Justin Christiansen en 10 keer Blinkist audio samenvattingen van boeken van onder andere Steve Krug, Robert Cialdini, Seth Godin en Susan Wineschenk. Ja, en die kun je downloaden vanaf cero.café/cadeau. En dan hebben we alweer de break erop zitten. Bart, leuke ochtendsessie toch? Dit is al de derde keer dat ik niet mag spreken. Maar... Ja, dat is leuk met al die controls. Ja, dat was top die ochtendsessie. Ja, dat was leuk. Bart heeft lekker geluncht. Ik heb een paaseitje op. We gaan verder met Wouter Wensing van ISM en Kevin Anderson van ING. Wouter. Hallo. Hi. Stel je eens even voor aan onze luisteraars. Hi, ik ben Wouter en ik werk bij ISM e-company in Rotterdam in de Van Nellefabriek. Mooi gebouw. Dat is een prachtig gebouw, werelderfgoed. dat is heel leuk werken. En ik werk er al 7 jaar als teamlead conversieoptimalisatie. En dan hebben we Kevin. Kevin Anderson, ik werk bij ING inderdaad, al meer dan 10 jaar. Ooit begonnen als webanalyst en nu chapter lead data-analyse. Dat is een hele mooie titel, houdt in dat ik data-analysten coach en steeds beter maak. En de andere helft van mijn tijd ben ik zelf ook een van de data-analysten in een van de teams. Ja. En waar ik echt heel belangrijk vind, is dat we binnen ING veel meer gaan experimenteren. Dat doen jullie nu nog te weinig, vind je? Het moet altijd en kan altijd meer. Ja. En beter. En jouw sessie vandaag? Gaat over hoe je van 1 CRO-persoon naar een organisatie gaat waar iedereen experimenteert. Ja. Dus we hebben sinds 3 jaar ons eigen experimenteerplatform. Dat hebben we steeds stap voor stap uitgebouwd. Ja. Dat is niet alleen genoeg, maar ik ga in mijn sessie vertellen hoe we dat gedaan hebben. En wat we gedaan hebben om de organisatie mee te nemen om meer te gaan experimenteren. Ja. En kun je een tipje van de sluier oplichten? Wat hebben jullie gedaan? Heel veel aan de techniek gewerkt. Dus het zo simpel mogelijk maken. Ik denk dat het grootste succespunt is geweest. Dus het is echt, voor ING.nl testen is het 5 tot 10 minuten werk om iets te creëren. Dus daarna hebben we de grootste bottleneck eigenlijk weggehaald. Ik denk dat het heel belangrijk is. En daarnaast is het natuurlijk gewoon investeren in kennis en de goede technieken gebruiken bij collega's. Ja, we hadden het net in de vorige sessie ook al over. Die zeiden van het is wel leuk data gedreven bezig zijn, maar moet je wel data op orde hebben. Ja. anders wordt het super lastig. En Wouter, jouw sessie? Ja. Haal meer rendement uit je conversie-optimalisatieprogramma. Klopt. Ik heb eigenlijk verteld over hoe je dat kan doen. Zie het als je hebt een groot pretpark onder Berlijn. Nou, pretpark, het is meer een resort. Met stranden. Pretpark onder Berlijn? Ja. Tsjechië? Het ligt niet letterlijk onder Berlijn, maar gewoon geografisch gezien, qua ligging. Okay, En dat is een soort van resort met stranden en jungles en je kan er slapen en dat is enorm. Je kan er dus in een luchtballon kun je daar vliegen. En dat is best wel leuk, dat ziet er heel tof uit. Alleen als je in zo'n luchtballon zit, dan kun je eigenlijk niet hoger dan komen dan het plafond, het glazen plafond. En zo schets ik een beetje CRO bij heel veel organisaties. We doen hele toffe dingen, het ziet er heel tof uit. Maar het is nog niet zo vet dat je echt door dat plafond heen gaat. En daar vertel ik eigenlijk over van hoe kun je dat wel doen? Hoe kun je echt maximaal rendement uit je CRO-programma halen? En dat doe je eerst door je proces op orde te hebben en vervolgens echt te gaan optimaliseren op productpropositie, op customer journey en op organisatieniveau. Oké, en jij hebt, ik lees allemaal concrete tips ook.
concrete voorbeelden en tips? Ja, die doen het altijd goed. Noem ze een leuk concreet voorbeeld. Nou goed, kijk, wat je natuurlijk ziet met CRO is dat we heel veel bezig zijn met de funnel te optimaliseren. En dat doen we heel goed en dat doen we heel leuk. Alleen vaak wordt het dan echt op productniveau, het optimaliseren op productniveau wordt dan vaak nog overgeslagen. En dan zien wij bijvoorbeeld dat als jij gewoon op productniveau inzoomt en kijkt van welke producten converteren er nou echt slecht. En laten we eens kijken wat daar dan niet goed gaat. Dat als je dan die productpropositie verbetert, bijvoorbeeld door afbeeldingen toe te voegen of door te achterhalen van wat kan er nog meer beter qua content of qua voorraad. Dat je veel grotere conversieverbeteringen eigenlijk teweeg kan brengen. Alleen al wel op productniveau en niet op de hele pagina template niveau. Ja. Dus het is zaak om dat gewoon goed in kaart te brengen en daar gewoon mee aan de slag te gaan. Okay. Je enorme verbeteringen realiseren. Goed punt om te beginnen. Ja, ja toch? Hey, Kevin, we gaan het zo hebben over de Detour Act. Dat was deze week in het nieuws. Voor de mensen die luisteren niet kennen, die kunnen dat nu even gaan googlen. Maar voordat we dat doen, heb ik een vraag voor je eigenlijk. Een stelling die onze Facebook-luisteraars hebben ingediend. De oorspronkelijke stelling is: morgen krijg je er 100.000 jaarlijks budget bij. Waar geef je het dan uit? Voor jou verander ik hem naar: morgen krijg je er 500.000 budget vrij bij. Waar geef je het dan uit? Goeie vraag. Ik denk dat ik het zou verdelen in twee stukken. Ik zou nog meer versnelling willen hebben op het experimenteerplatform. Waar we nu heel goed in zijn is om op één metric een experiment te kunnen valideren. Wat er als eerste aankomt is dat we de meting ook gaan sturen naar ons Digital Analytics pakket. Dus dan kunnen we vanuit daar eigenlijk alles bekijken. Maar ik denk de grote stap zou zijn als je alles op één plek, bijna real-time, kan zien op een set van 1000 tot 2000 metrics. Zoals bedrijven als Microsoft en Booking.com doen. Ja. Want dan kan je ook de wereld instappen dat gewoon elke release die we doen, daadwerkelijk gevalideerd wordt. En nu is het nog vaak teams overtuigen dat ze dat moeten doen. Het is niet veel werk, maar het is wel werk. En dan krijgt het toch vaak niet de prioriteit die het eigenlijk zou verdienen. Dus als je dat nog makkelijker maakt en eigenlijk bijna cadeau geeft dat je elke verandering op het hele bedrijf businessdoelstellingen kan evalueren, dan denk ik dat een heel groot vliegwieleffect gaat. Liefst lifetime value ook nog. Ja, dan kan je data en data scientist er loslaten op. Wat zou nou de echte mix van metrics moeten zijn waar we op moeten optimaliseren? Ja. Dus dat is denk ik één kant. Dus het platform sterk verbeteren, nog meer verbeteren. Ik denk aan de andere kant dat we ook nog wat aan de kennis in de inhoudelijke kant ook nog veel zouden kunnen verbeteren. Ik denk dat heel veel collega's zitten op een goed niveau. Maar om echt dat topniveau te halen, daar moet je continu in investeren. En ik denk de kennis van buiten gewoon steeds naar binnen halen. Ja, externe experts in huren voor een workshop, Kevin. Nou, je bent wel eens langs geweest, dus dat zou ik denk ik vaak doen. Hey, en Wouter, bij ISM doen jullie best wel een brede range aan marketingactiviteit voor jullie klanten. Klopt. Stel een klant komt, natuurlijk een beetje van de klant af, maar de gemiddelde klant komt bij jou, zegt van: ik heb een ton extra om uit te geven volgend jaar. Wat ga je zeggen? Waar moet je het in uitgeven? Ja, goed, wij zijn natuurlijk een bureau. En in die zin zou ik inderdaad zeggen, joh, als het bij onze klanten dat vrijkomt. Ze zeggen sowieso: we geven het aan jullie uit. Laten we daar jullie krijgen dat wat even aannemen. Maar wat ga je inzetten? Ja, kijk, dan ga je toch waar als eerste de grootste winst valt te halen. En wij zien gewoon nog dat bij veel klanten dat eigenlijk nog onderin de conversiepyramide is. Jij kent hem wel, maar zie dat als een soort van piramide van Maslow, waarin eigenlijk de basis, je propositie en je technologie in eerste instantie op orde moeten zijn voordat je echt met allerlei kleine persuasion dingetjes en dergelijke aan de slag gaat. Niet dat dat niet belangrijk is, maar zorg wel dat je dat fundament op orde hebt. Ja. Alleen je ziet wel vaak dat daar wat grotere business cases voor nodig zijn om te kunnen aantonen of dat dan ook echt daadwerkelijk werkt. Stel je wil je verzendpropositie gaan aanpassen, dan moet je dat wel over je hele shop of misschien wel over je hele omni-channel keten gaan aanpassen. Maar dat is wel echt de moeite waard om in te investeren, mits je goed kan aantonen dat daar ook het verschil te maken valt. Dus hoe doen jullie dat? Investeren. Hoe doen jullie dat? Hoe tonen jullie dat aan? Ja, we halen dat zoveel mogelijk uit data. Dus we proberen zoveel mogelijk te achterhalen van: oké, hier verliezen jullie het ten opzichte van concurrenten, ten opzichte van wat jullie klanten belangrijk vinden. En hier zien wij in de data dat heel veel mensen bijvoorbeeld afhaken en ook aangeven waarom ze afhaken.
daarmee kun je best wel een sterke business case maken om te zeggen, nou, volgens mij heb ik nu inmiddels genoeg data verzameld om te onderbouwen dat ik daarmee aan de slag moet. Ja. Laten we het doen. Het kost misschien wat, maar ik durf wel mijn hand ervoor in het vuur te steken dat het je het tienvoudige bijvoorbeeld weer gaat opleveren uiteindelijk. Het tienvoudige, lekker. Ja. Dat is op zich wel opvallend dat als je zegt, als we echt een extra stuk budget zouden krijgen, dat het toch echt in die basisdingen nog zit, veelal. Klopt. En is dat het geval voor de gemiddelde klant? Of merk je nou, hoe groter de klant, hoe beter ze al dingen op orde hebben? Of gaat dat niet op? Dat verschilt natuurlijk ook per branche. Maar dat is over het algemeen, denk ik, wel een beetje de regel. Maar het is, dat klopt wel wat je zegt. Het is natuurlijk, eigenlijk wil je gewoon zeggen van, nou, we starten sowieso met de basis en we werken dan naar boven toe. Alleen wat we gewoon nog veel te vaak zien is, omdat het vaak heel makkelijk is om bijvoorbeeld anderen te kopiëren. Te kijken van, wat doet een Booking, wat doet een bol.com? Oh, die gebruiken dat kleurtje, dan doen wij dat ook. Dan zit je eigenlijk in het topje van de piramide dingen aan te passen. Terwijl het eigenlijk veel vaak wat complexer is om onderaan de piramide dingen aan te passen. Waar je dus echt grote verschillen mee kan maken. En aan ons is de uitdaging om mensen nog meer te overtuigen van, joh, ga nou kijken of je dat aan de onderkant goed op orde hebt. En dus ga je inderdaad verder onderaan die piramide kijken, terwijl dat eigenlijk het eerste zou zijn wat je zou moeten doen. En kan je een voorbeeld geven van dingen die jullie veel tegenkomen onderaan de piramide? Nou ja, SiteSpeed bijvoorbeeld, denk ik wel een heel hot topic. Google benadrukt dat ook, zit daar ook heel erg op nog steeds. Iedereen weet wel dat het belangrijk is. En iedereen heeft volgens mij wel eens de quote gezien dat je na langzamer dan 3 seconden de helft van je bezoekers kwijtraakt. Maar nog steeds blijft dat gewoon wel een groot ding. Nog steeds verlies je daar heel erg op. Ja, dat is gewoon een stukje technologie wat je gewoon echt op orde moet hebben voordat je verder gaat. Ja, en dus ook propositie. Van ja, je kan wel leuk blijven allemaal dingen. Je slingers blijven ophangen in je webshop, maar als de concurrent goedkoper is, of als je, nou, een voorbeeld wat ik dan gaf is, nou, stel je koopt een keukenapparaat en je kijkt naar de productafbeeldingen en er wordt maar 1 plaatje getoond, dan heb ik geen goed beeld wat ik op mijn keukenblad neerzet. Ja. En ik wil gewoon graag zien hoe groot dat is. Ik wil daar een beeld bij vormen. Als ik dat niet kan doen, ja, dan houd het op. Of ja, nog erger, het is niet op voorraad en dat mensen hebben dat niet door. Ja, dan wandelt de conversies over de deur uit. Ja. Nou, ik heb ook wel eens, volgens mij was dat mijn eerste workshop toen ik bij ISM werkte. Als voorbeeldje van bedrijven die het omgekeerd doen, zeg maar. Dat was een grote zorgverzekeraar. Ze zat dan in een workshop. Er zaten wat meerdere partijen, maar van tevoren even research gedaan welke partijen er zitten. En ik ga naar een website. En ik tik dat gewoon in een browser. Ik krijg gewoon een witte pagina. Ja. Ik denk, dat is raar. Ja. Dus dat is een bekende naam, zeg maar. Ik verwacht wel dat er een website naar boven komt. Toen probeerde ik het met www. En toen deed hij het wel. Dus de techniek was niet op orde. En ze zaten bij in mijn workshop voor persuasion. Dat is een beetje, dat zit wat hoger in die piramide, zeg maar. Ik zeg, ja, dat, je moet dat wel eerst fixen. Want anders komen de mensen niet op jullie website natuurlijk. Dus die volgorde klopt niet helemaal. Alleen het vervelende was natuurlijk dat ze zeiden van, ja, dat weten we, maar ja, we zitten in een scrumcyclus van 2 maanden. Dus een releasecyclus van 2 maanden. Dus dan is over 3 weken is het gefixt. Ja, alleen het probleem is, als zulke dingen niet op orde zijn, zijn er meestal 100 van zulke dingen die niet op orde zijn. Ja, vaak wel, ja. Ja, en dat is denk ik ook wel vaak het belangrijkste, dat je eerst gaat focussen op, kan je als bedrijf sneller reageren op al dit soort dingen om te verbeteren? En ik denk dat je daarna pas een stap moet maken naar, kan je ook inhoudelijk de verbeteringen doorvoeren. Dus het gaat, ja, begin gewoon met snelheid maken als bedrijf. Ja. En ING heeft ook heel lang in een situatie gezeten dat we, nou, lang vooruit planden wat we allemaal gingen bouwen. En nu is dat veel kortcyclischer geworden en veel meer de teams zelf in staat brengen om snel dingen aan te passen, live te brengen, kortcyclisch te releasen. Dat is een gigantisch verschil met de situatie van een paar jaar geleden. Ja, we hadden net vanmorgen ook aan het talken. De Hajir die natuurlijk groot voorstander is van meer testen, meer varianten testen, daar snelheid in maken. Natuurlijk als testing tool, hoe meer testen, hoe beter Hajir. Dat weten we allemaal. Maar dat die snelheid inderdaad belangrijk is. En als je moet een bepaald basisniveau van het aantal testen hebben. Want als jij 8 testen per jaar doet, dan heb je een succesratio van 1 op 8. Ja, heb je 1 succesvolle test per jaar. Dat is niet lekker voor je motivatie. Vind je manager niet leuk, krijg je geen budget en dat schiet niet op. Dat tempo moet gewoon omhoog. Als je dat niet voor elkaar krijgt, dan moet je het eerst daarop focussen, denk ik. En niet zozeer op de kwaliteit van je testen. Dat wordt dan later een probleem. Kijk, cool. Ja, Kevin, de Detour Act. Daar kwam jij net mee. Ik denk wel dat we wat uitleg nodig hebben.
Ja, gisteravond eigenlijk pas gelezen, maar volgens mij super relevant voor iedereen die in de wereld van experimenteren zit. Ja. Even uitleggen wat de Detour Act is. Twee senatoren uit de US hebben voor Amerika een voorstel ingediend. Dus dat is nog lang geen wet, maar wel een voorstel. Waarbij ze eigenlijk bedrijven zoals Facebook en Google en Twitter proberen aan te pakken. Hun stelling is, dit soort bedrijven met heel veel gebruikers hebben de kracht om heel veel experimenten uit te voeren. Maar daar maken ze eigenlijk misbruik van, of kunnen ze in ieder geval misbruik van maken. Dus wat die bedrijven kunnen doen is kijken hoe ze zo snel mogelijk consent kunnen krijgen waar dat nodig is. Die gebruiken ze allerlei bad patterns om eigenlijk klanten, gebruikers te misleiden. Dus die twee senatoren willen dat aanpakken. Die hebben de Detour Act opgesteld. Dat staat voor Deceptive Experiences to Online Users Reduction. Daar staat Detour voor. Lekker afkorting. Een hele mooie afkorting. maar ze willen dus echt die grote partijen aanpakken. Wat het betekent, ik denk een aantal dingen wat wel heel relevant is. Maar misschien even wat context. Het gaat dus echt om die grote partijen. Ze mikken op partijen die meer dan 100 miljoen bezoekers per maand hebben. Dus ik denk alle bedrijven die hier presenteren vandaag vallen daar ruim buiten. Het is nog niet van toepassing op ons, dat sowieso. Omdat het uit de VS komt natuurlijk en voor grote partijen. Maar het kan wel een interessant trickle-down effect hebben natuurlijk. Exact, ja. Want als het daar begint, ja, wie weet wat het voor gevolgen verder heeft. En het is natuurlijk wel vreemd dat ze alleen die grote partijen aanpakken. En ook alleen de online partijen, dat is ook heel vreemd. Want er zijn natuurlijk genoeg partijen die zeggen, denk aan de grote supermarktketens met prijstesten. Weet je, waarom die partijen niet? Dus dat is eigenlijk denk ik wel de eerste kritiek. Ja, Karel zei het net ook al van, die werd er een beetje moedeloos van volgens mij. Hij zegt van, ja, maar dat doen heel veel partijen, we doen het al jarenlang, tientallen, honderden jaren lang. Ja. En omdat het nu digital is, vinden we het allemaal superspannend en moeten er allemaal ineens wetten voor komen. Ja. Ja, twee concrete dingen die het denk ik betekent. Het gaat ook heel erg in op voorkomen dat kinderen worden gestimuleerd om ergens aan een bepaalde app verslaafd te raken. Er staat een hele duidelijke leeftijd in. Voor onder de 13 jaar mag je eigenlijk gebruikers niet stimuleren om heel lang een bepaalde app te gebruiken. Dus dat is echt om die verslaving denk ik tegen te gaan. Maar ook heel erg het bewust beperken van autonomie van gebruikers. Bijvoorbeeld die wil je uitschrijven voor bepaalde privacy-instellingen. Maar dan moet je heel veel schermen door. Terwijl een opt-in geven is meestal heel simpel. Nou, dat willen bedrijven ook. Daar willen ze ook eigenlijk tegenkracht tegen geven. Ja, en Ton zei ook vanmorgen van, ja, komt er weer zo'n extra pop-upje waar je toestemming moet geven. Ja. We weten dat al van de cookiewet hier in Nederland van jaren geleden. We weten het van de AVG van vorig jaar. Ja, als je het maar genoeg blokkeert en groot genoeg op het scherm zet, mensen klikken wel op oké, want ze willen gewoon verder. Ja, ik heb laatst ook een artikel gelezen dat hoe meer we klanten gaan lastigvallen met consent, hoe minder gevoelig mensen ervoor worden. Dus dan, de overheid is ons aan het trainen om daar ongevoelig voor te worden. Ja, dus dat is echt eigenlijk, gaat het de verkeerde, het schiet zijn doel voorbij. Misschien een ander element wat daarin zit in die Detour Act is dat elk bedrijf, die grote bedrijven dan, moet een review board instellen. Waarbij elk experiment waar je dus met gedragstechnieken experimenteert op gebruikers, dat moet reviewen. Dus dat is iets wat volgens mij prima is. Bij ING hebben we voor heel veel processen. Hè. We hebben een soort proces om legal daarna laten kijken. Dus dat is voor, denk ik, voor bedrijven als in de financiële instellingen niet heel gek. Hè, dat je gewoon bepaalde wijzigingen gewoon goed vanuit verschillende hoeken reviewt. Maar goed, dit is wel iets nieuws. Helemaal als je dat je daar langs moet komen met je experiment. Maar het andere is ook dat je elk kwartaal, elke 90 dagen moet je alle experimenten die je gedaan hebt, moet je gaan publiceren. En daarmee geef je eigenlijk je sales technieken geef je kwijt of prijs. Hebben ze gezegd tot welk detail je moet publiceren? Moet je... Nee, volgens mij is het alleen zeggen in welke experimenten je gedaan hebt. Ja. Niet de resultaten. Dus nee, je hoeft denk ik niet. Maar goed, als je. Daar kan je natuurlijk wel een rode draad in zien. Hè? Als een bepaald bedrijf op bepaalde dingen steeds... Dan kun je dus de tactiek gaan aanhouden door gewoon een paar miljoen experimenten live te zetten op 0,0001% van je doelgroep. Ja. En dan gewoon je competitor overweldigen met een bak data. Precies. Succes! Ja, even heel veel ruis introduceren. Ja, dat kan. Dat zal vast gaan gebeuren. En misschien nog het allerbelangrijkste, wat denk ik wel een doodsteek is van een goede AB-test... is dat je consent moet vragen. Dus je moet gebruikers vooraf informeren en eigenlijk toestemming vragen.
ben je het eens dat je aan dit onderzoek gaat meedoen en dit is de opzet. Dat moest je volgens mij ook elke 90 dagen weer herhalen, volgens mij begrijp ik een artikeltje. Ja. Dat je dat steeds elke 3 maanden opnieuw vraagt, wil je meedoen aan een experiment? Ja. En dat gebeurt natuurlijk in de gezondheidszorgtesten gebeurt dat natuurlijk al. Maar ja, ik denk de kracht van online experimenteren is dat mensen niet weten dat ze onderdeel zijn van een experiment. En daarmee introduceer je ook geen bias. En als je dat wel gaat doen, dan weet je niet meer zeker of je nou de conclusies uit je experiment goed kan vertrouwen. Maar, dus dat zijn elementen. Dat eerste stuk om kinderen te beschermen, dus onder de 13 jaar geen testen doen. Het is sowieso raar, want er zijn heel veel games die dat natuurlijk ook aan de lopende band doen. En die draaien ook experimenten. Maar hoe ga je dat handhaven dan? Ja. Want hoe... Ik bedoel, een bedrijf is eraan gelegen om... Hoe? Dat gevoel heb ik ook. Dit is niet te doen. Nee, en plus dat het bedrijf is natuurlijk alles aan gelegen om mensen bezig te houden met waar ze mee bezig zijn. Dus dat is logisch. En heel veel dingen die voor 14-jarigen gelden, gelden ook voor 13-jarigen. Dus dit is toch totaal praktisch niet uitvoerbaar. Het is een ontzettend grijs gebied natuurlijk. Wat is dan verslaafd? Wat is te veel, zeg maar? Je kan dit niet doen. Ja, en hoever is het test of hoever is het gewoon een soort productvalidatie voor iets wat misschien nog niet op de markt is? Hoever mag je dan gaan? En wat had je hier vanmorgen, wat we ook zeiden van, wat voor de ene partij een dark pattern is, is voor als je het inzet om, voor het milieu of voor educatie, dan is het geen dark pattern. Dat mag je dan ook niet doen. Ja. Dat dark is niet inherent aan het patroon, maar meer voor waar je het inzet. Ja, dat is denk ik ook het grootste slechte punt hiervan. AB-testen of online experimenteren wordt aangevallen. Maar eigenlijk is dat natuurlijk maar een tool. Eigenlijk wat ze willen doen is die dark patterns aanpakken. Maar wat ze hiermee doen is, stel dat je een dark pattern introduceert, maar je test het niet, dan mag dat gewoon wel. Hè? Dus eigenlijk dan dat pakken ze niet aan. Dat is natuurlijk al een groot zwaktebod. Iets anders is dat ze alleen richten op de grote partijen. Dus je zou kunnen zeggen dat Facebook een nieuwe app introduceert en stopt bij het werven van gebruikers bij 90 miljoen. Dan hoeven ze niks te publiceren wat ze daar leren. Kunnen ze zo doortrekken naar alle andere apps. Iedereen die er dan bij komt, dan houden gewoon mensen af die niet meer, langer dan x periode niet meer actief zijn geweest op je platform. Dat zou kunnen, ja. Ja. Dus ja. Geldt het voor websites en shops? Of is het gewoon voor alle online, dus ook voor apps en alles? Ja, het geldt voor online services. Wat daar de definitie is van, weet ik niet. Maar dat klinkt volgens mij websites, apps, et cetera. Ja, alles tegenwoordig dus. Met meer dan 100 miljoen unieke gebruikers per maand. Dat is de focus. Ik denk dat het... ik snap heel goed waar dit vandaan komt. Hè? Dus, en dat is misschien ook een beetje ons zwaktebod. Dat we vaak als industrie of als branche onvoldoende in staat zijn om uit te leggen wat de toegevoegde waarde is van experimenteren. En dat het vaak in een kwaad daglicht wordt gesteld, omdat iedereen focust op die bad patterns. Maar dat is eigenlijk een ander probleem en is niet 1-op-1 gerelateerd aan online experimenteren. Dus ik denk dat... Het is ook wel lastig. Er is natuurlijk een enorm kennisgat tussen... je hebt vast ook wel wat video's gezien van interviews met de senatoren, met Facebook, met Google. Ja. En de vragen die ze dan soms krijgen, denk ik van wat vanmorgen zei, hoe verdien je geld met Facebook dan als je niks verkoopt? Ja. Dat snappen ze al niet. Ja. Hoe Google hun resultaten, hoe dat werkt, zeg maar. Het is zo'n enorm gat. En dan kom je met dit soort, ze zien een probleem. Ja. Dan wil zo'n senator ik weet niet waar deze senatoren trouwens, of deze wel internetkennis hebben of niet. Geen idee. Maar ik heb niet een hele hoge pet op basis van de interviews die ik gezien heb. Maar, van Amerikanen, nee. Niet van de senatoren op het gebied van online kennis. Ja. Dus ik vind het wel heel interessant om te zien waar het heen gaat. Wat ik denk wel een goede ontwikkeling vind, is een meer soort publicatiedrang voor bedrijven. Om te zeggen, ben jij de goede dingen aan het optimaliseren op lange termijn? Daar wordt Facebook ook heel erg op aangevallen. Maar dat zou je op veel meer bedrijven kunnen loslaten. Ben je nou die korte termijn kwartaal winstcijfers aan het optimaliseren? Of zit je echt op lange termijn klanten, gebruikers te helpen hun tijd goed te besteden? En ik denk dat je best van bedrijven meer mag vragen om daar meer openheid over te geven. Of dit de oplossing is, weet ik niet. Maar ik denk dat het wel een interessante beweging is. En dit is nu ingediend, begrijp ik? Of het is geschreven? Ja. Dus,
het is verre van zeker dat dit wordt aangenomen en in welke vorm, et cetera. Het is gewoon een proefballonnetje. Ja, ja, precies. Het kan ook. Het kan ook een signaal zijn. Twee senatoren die aandacht willen. Van alles natuurlijk, maar ik snap wel heel goed waar het vandaan komt. Dus, misschien is het ook wel goed dat er dan wel even wat aandacht aan wordt gegeven, want ja. Ik snap ook wel waar het vandaan komt. Maar in hoeverre, ja, een beetje cliché, maar waar trek je de grens? In hoeverre ga je dat doorvoeren? Bijvoorbeeld die hele dark patterns, dat zit bijvoorbeeld volgens mij in ieder mobile gaming spel sowieso al verworven. Dat is het hele spel, van joh, download het. Maar ja, uiteindelijk moet je toch iets gaan kopen om een level hoger te komen, want anders gaan we er niks aan verdienen. En ja, hetzelfde geldt denk ik voor websites, voor sociale platformen. Ja, wanneer is dan iets een dark pattern en wanneer is het dan geoorloofd om wel te zeggen van joh, ik zou even hierop klikken, want daar word je vrolijk van, bijvoorbeeld. Ja. En het is ook niet te doen. Het is een enorm grijs gebied. Hè? Het, je kan niet persuaden, zeg maar. Dat doe je al met de manier hoe je je kleedt of hoe je loopt. Of, dus daar begint het al mee. En hoe je praat met mensen, dat is al onderdeel dus van. Alle webshops en alle websites dezelfde call to action overal. Ja, één approved call to action. Ja. Nee, dat is gekheid. Dat kan gewoon niet. Dat kan gewoon echt niet. Nee. Ik zou niet weten hoe in elk geval. Nee, maar goed, dit is natuurlijk wel de standaardreactie als de regelgeving wordt voorgesteld. Hè. Toen de cookiewet kwam, was ook de hele branche, dit kan niet. Hoe hebben ze het kunnen bedenken? GDPR is exact hetzelfde. Heeft het geholpen? Nee, dat snap ik. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat politici zo'n reactie verwachten. Zo van, ja, over de uitvoerbaarheid hoeven zij niet na te denken. Ik denk dat je als branche wel moet luisteren naar wat zit eronder en hoe zou je dat kunnen meenemen. In plaats van gelijk te zeggen, dit is niet praktisch niet uitvoerbaar, dus we negeren het gewoon. Want daarmee wordt het volgens mij op termijn alleen maar erger. En dan gaan we dingen meer in regels proberen te vangen. En dat lost het probleem niet op. Eens. Ja. Hey, we hebben een stelling. Van Daniel Marcus van ClickValue. Een goed CRO-proces focust op maximale kennisopbrengst. Wanneer dat lukt, volgt het resultaat vanzelf. Doodse stilte. Eens. Zal ik dan de oneens pet opzetten? Dat is het idee van de stelling. Oké, ja, heel goed. Ging ik twijfelen? Ja. Nou, we hebben een hele mooie range zitten hier. Wouter, je bent hem eens. Ja. Wil je het nog toelichten? Goed. Moet ik eerst aan Kevin vragen waarom het oneens is, dan kun jij daarna... Nou, daar ben ik ook wel erg benieuwd naar. Maar natuurlijk begint het allemaal bij kennis. Je wilt toch zoveel mogelijk alles in kaart kunnen brengen. Of dat nou intern kennis is over hoe je je processen moet inrichten en moet blijven verbeteren. Of dat het kennis is over hoe je gebruikers zich gedragen. En of dat nou kwantitatief of kwalitatief is. Dat is alles wat je nodig hebt, denk ik, om alles goed neer te kunnen zetten. En als je dat hebt staan, dan... Maar dan het tweede deel, wanneer dat lukt, volgt het vanzelf? Focus on the user, all else will follow. Oké, Kevin. Denk ik wel. Ik denk dat het heel gevaarlijk is om alleen maar te blijven analyseren of proberen te leren. Het gaat juist om het praktisch toepasbaar maken. En ik denk dat je het altijd moet balanceren. Dus ja, er moet een leerdoelstelling zitten in elk experiment. Maar het moet ook gewoon keihard ergens aan bijdragen. Aan een bepaalde doelstelling. En dat is idealiter op lange termijn succes voor het bedrijf en voor klanten. Want daarmee hou je ook dat hele programma in leven. Hè? Dus je laat zien aan een organisatie dat het toegevoegde waarde heeft. En als dat stukje wegvalt en je laat alleen zien, dit zijn interessante learnings, maar die zien collega's of teams niet praktisch worden toegepast. Ja, dan ik denk niet dat het lang een lang leven heeft dan. Dat is ook de manier waarop je het intern verkoopt. Ja, dat zal er heel erg mee te maken hebben. Ja. Het gaat heel erg over dat maximaliseren daarvan. Ik denk, dat is niet het uiteindelijke doel. Dus een mix van. Ja. Okay. Maar wel een essentieel middel om dat doel te bereiken. Ja, zeker. Als je alleen maar richt op resultaat, helemaal als dat korte termijn is, dan ben je kliks aan het optimaliseren. En dan leer je helemaal niks over klantgedrag. Dus het moet er zeker in zitten. En ook gedeeld worden met de organisatie om daar feedback op te krijgen. En een beetje pushback van, hebben we al het goede gedaan? En dan ben je echt aan het leren. En als dat ook openlijk met elkaar gediscussieerd kan worden, dan denk ik dat je goed bezig bent. Maar dat leren, die maximale kennis opbrengst, dat leren, en wat Wouter ook doet, dat hoeft natuurlijk niet alleen maar te zijn door te analyseren. Dat kan ook zijn door dingen te doen, door dingen te veranderen, door testjes te doen.
Daardoor kun je de kennis ook verhogen natuurlijk. Nou ja, en dan denk ik dat je het goed doet. dus, maar dan ben je concreet bezig. Ja. Hè, je bent bezig met dingen te optimaliseren. En langs die as ben je ook dingen aan het leren. Ja. Je kunt ook kennis opdoen over hoe je dan die kennis beter kan overbrengen om meer betere resultaten neer te gaan zetten. Lekker meta. Ja, Bart, welke kant val je op? Ik had eigenlijk precies de reden waarom ik inderdaad ook op twijfel zat. Van ja, tuurlijk is kennis super, maar informatie verzamelen, wat volgens mij Lonneke ook zei, dat is niet zo ingewikkeld. Het gaat er vooral om, is dat informatie waar je iets mee kan en ga je er ook daadwerkelijk iets mee doen? Dus als dat gebeurt, dan ben ik het met de stelling eens. Alleen, dat is niet een aanname. Dus dat daar het laatste stuk van, dan volgt de rest vanzelf, ben ik het zeker niet mee eens. Want er zijn bedrijven zat die heel veel kennis hebben, maar nul uitvoering ermee doen. En ja, dan is het net zo goed, kan je het net zo goed niet hebben. Het voelt niet alsof het vanzelf gaat allemaal. Nee, zeker niet. Nou ja, daarover dan. We hebben een stelling die daarop doorbeduurt, denk ik. Van Sjoerd Wallinga. Over 5 jaar bedenkt en prioriteert AI, Artificial Intelligence en Machine Learning het grootste deel van de AB-tests. Zeg het nog eens, bedenkt en? Prioriteert Artificial Intelligence en Machine Learning het grootste deel van de AB-test? Ja, bedenkt en prioriteert. Gaan we eens bedenken of bedenkt en prioriteert. Ik kan er denk ik over. Mag je daarna nuanceren? Ik kan er voor een groot gedeelte in meekomen. Ja. Ja, 5 jaar weet ik niet, maar daar gaat het zeker wel naartoe. Ik val ook een beetje over die 5 jaar. Vaak is het met zulke dingen dan, omdat het voor je gevoel een soort bijna kan, denk je ja, nee, over een paar jaar dan is het niet anders. En in de praktijk valt dat toch tegen. Dat dachten we met personalisatie ook precies. Bijvoorbeeld. Ja. Nou ja, überhaupt met AB-testen al. Ik bedoel, dat is ook pas iets wat de laatste jaren echt door de hele branche gebeurt. Terwijl dat in theorie al... Digitaal in ieder geval. Ja, ik bedoel, magazines deden het al 50 jaar. Ja. Dus de snelheid waarmee het gebeurt zal wel wat langer zijn dan 5 jaar, schat ik. Ja. Nee, maar ik denk zeker dat op het gebied van prioriteren, hè, dus op basis van alle data die verzameld is van voorgaande testen, het prioriteren van alle ideeën die er zijn, dat daar modellen heel veel invloed op gaan hebben. Ik hoop en denk, maar vooral hoop, dat de mens vooral bij het idee creëren nog een hele grote rol heeft. Omdat ik denk dat wij met onze hersens toch iets meer out of the box kunnen denken. En misschien dingen die we wat moeilijker echt heel meetbaar of tastbaar kunnen maken, toch kunnen verzinnen. En steeds de status quo kunnen challengen. Dus ik hoop dat de rol van de mens is vooral met nieuwe ideeën komen en het bestaande challengen. En dan al die ideeën bij elkaar, dat dan een model zegt, nou volgens mij zijn deze 10 op basis van de prioriteiten, op basis van de capaciteit, zijn deze 10 de beste om de komende 2 maanden op te pakken. Zoiets. Ja. Zou een mooie wereld zijn. Wel kennis op blijven doen dus. Ja. Toch wel, ja. Heel goed. Ik ben wel benieuwd, vanmorgen ook gesteld. Het gaat over diversiteit. Zeker als je nou een groot partij bent die een grote afzetmarkt heeft, heb je natuurlijk een enorm diverse doelgroep die klant van jou is. Zeker als je een nationale bank bent. Internationaal, maar hoe zorg je ervoor dat de varianten die wij ontwerpen, intern vaak, Dat relevant is voor die hele doelgroep. Ik hoorde bijvoorbeeld vanmorgen op BNR, dat is een publicatie van Sociaal Economische Raad, Nederland 2,5 miljoen laaggeletterden volwassenen. Die 2,5 miljoen volwassenen die laaggeletterd zijn. Om maar als voorbeeldje te noemen, zeg maar. En hoe zorgen we ervoor dat we ook dat soort mensen, dat soort doelgroepen, dat we dat aan blijven spreken, ook met AB-testen. Dat we niet alleen maar... Ja, ik bedoel, de meeste CRO-specialisten zijn wat hoger opgeleid. Ja. Een enorme bias natuurlijk in de groep waarmee wij überhaupt al zitten. Ik ben benieuwd hoe jullie daar tegenaan kijken. Of hoe je daar überhaupt mee om kan gaan. Nou, dat is wel een goede. We hebben 1 accessibility team die continu eigenlijk alles wat we weten over... Nou, bijvoorbeeld dit soort zaken of over hoe klanten die slecht kunnen zien met apps en websites interacteren, die kennis zeg maar bijhouden. En wat daar vaak
voor ideeën uitkomen. Die worden vaak ook doorgevoerd, maar die zijn lastig te testen, omdat je het vaak hebt over een hele kleine groep die daar last van heeft. Dus dan wordt dat eigenlijk doorgevoerd zonder dat we het echt kunnen valideren dat het voor de hele populatie ook beter is. Ja, dan moet je het valideren met een paar user tests, maar een AB test kun je het niet aan wagen. Nee. Dus dat en vaak winnen die dingen het wel op basis van dit denken we of weten we vanuit theorie. En die krijgen dan toch wel voorrang. Dus ik denk dat dat voor kleine groepen klanten zeg maar het beste is. Ja, je moet dan ergens een keuze maken natuurlijk. Wat is een kleine groep? En wat is te klein, zeg maar? Want je hebt beperkte resources natuurlijk. Je moet keuzes maken. Ja. Ja, dat is lastig. Wat wij nu vooral doen is... onze nieuwe MyING-omgeving is vooral gebaseerd op heel veel code die Google heeft gelanceerd. Dus ik denk dat daar ook steeds meer bedrijven naartoe gaan. Dat je... Hij kan hergebruiken wat er wordt ontwikkeld. En als daar al de goede dingen in zitten, die voor ook voor slechtzienden bijvoorbeeld goed werken, ja. Dat dat dan makkelijker over te nemen is. En dan niet elke partij het wiel zelf hoeft uit te vinden. Ja, gewoon wel het algemene best practices, wat we vanmorgen ook over hadden. Dat was een beetje een vies woord geworden, best practices. Maar misschien komt het weer terug. Ja. Want die zijn er wel degelijk. Zeker voor dat soort hele basic dingen van hoe ons brein werkt. En ja. Als je gewoon bepaalde beperkingen hebt, bepaalde dingen zie je gewoon niet. Nee. Kun je wel gaan AB testen, maar... Maar niet alleen dat. Je hebt natuurlijk ook simpele dingen als... Er is een hele tijd geweest en ik zie het nog wel eens... dat gewoon het font ontzettend klein is. Iets waar niemand iets aan heeft. Maakt dat gewoon 14 of 16 pixels... en je hebt al een heleboel mensen geholpen. Ja, maar je designer vindt een heel klein... en bij voorkeur heel lichtgrijs op wit... vindt het natuurlijk wel heel mooi. Ja. Ja, alleen niemand snapt het, maar het is wel heel mooi. Ja. Maar dat soort simpele dingen kunnen al heel groot verschil maken. Ja, het beste is denk ik toch om de mensen die de aanpassingen doen of voorstellen, dat die gewoon ervaren hoe het is om te leven als. Iemand blind maken. Tijdelijk. Hè? Of een oog afplakken of een bril opzetten die je niet helemaal scherp ziet. Of je internet afknijpen. Op je werk heb je allemaal snelle verbindingen en thuis ook. Niet iedereen heeft dat of is onderweg. Dus dat ervaren en dan kijken hoe je daarmee omgaat. Ja, dat is denk ik toch wel vaak het beste. Nou, wat ik ook wel interessant vind als je bijvoorbeeld een usability onderzoek doet en je vraagt aan verschillende mensen van wat vind je van deze pagina bijvoorbeeld. Als je daar bijvoorbeeld een psycholoog naast schuift en die veel meer beeld heeft van of mensen in als je type persoonlijkheden in de vier kleurtjes kan indelen. Wat was het ook weer, Guido? Ja, dat is het Sex in the City model. Sex in the City, ja, juist. Daar zocht ik naar. Ja? Dat betekent dat de een wel kan zeggen van... ik vind het wel een fijne pagina, want ik kan er lekker snel doorheen... en ik kan lekker snel mijn keuze maken. Maar dan heb je met een heel ander persoon te maken dan iemand die zegt van... maar ik wil eerst alle handleidingen gelezen hebben... en ik wil alle specificaties hebben gezien voordat ik dat product koop. Dan kun je dat ook veel beter in kaart brengen van... hoe ga je die pagina dan voor wie inrichten? Ja, kan je dat personaliseren? Zou het heel mooi zijn... Maar dat is precies het punt waar je een beetje tegenaan blijft hikken. Want dat maakt het al complexer. Maar je kan daar wel natuurlijk prioriteit in aanbrengen. Van wat laat je dan als eerste aan wie zien? En wat is je grootste doelgroep dan binnen die verschillende type personen? Ja, en als psycholoog, en misschien ook als meer de neurologische kant op... kun je dat misschien ook herkennen dat je in zo'n gebruiksonderzoek zit. En je denkt, wacht even. Hier is veel onderzoek naar gedaan. Er zijn inderdaad mensen die dit kleur niet zien. Of deze patronen niet herkennen of wat dan ook. En heb je maar één persoon natuurlijk die dag toevallig in jouw lab zitten. Maar het is wel fijn als iemand naast zit die denkt... dit kan wel eens een veel groter probleem zijn. Dus sowieso meer psychologen. Dat is... Zeker. Altijd de oplossing. Ja. We hadden nog een stelling. Zonder psycholoog geen CRO. Ik weet niet wie die bedacht heeft. Maar, Eens. Ja, goed zo. Moet je daar 4 jaar voor studeren om een goede CRO-specialist te zijn? Nee, maar wel voor psycholoog zijn. Maar om je team te... dan ben ik wel benieuwd. Wouter, jullie groeien ontzettend hard met het team, online marketingteam van ISM. Klopt. We zoeken nog mensen. Jullie zoeken nog mensen. Ga naar ism.nl/vacatures of zoiets. Nee, ja? Nu aanmaken. Had ik hem één keer goed? Dus moet je hem even aanmaken straks, de redirect. Hoe zorgen jullie ervoor dat jullie de juiste mensen krijgen voor dat team? En in hoeverre nemen jullie mensen aan op de kwaliteiten die ze nu al hebben? En in hoeverre is dat gewoon iets van, we moeten gewoon gemotiveerde mensen hebben en we leren ze het vak wel?
Ja, kijk, als vuistregel is het inderdaad wel, hoe zeg je dat, talent over skill. Als iemand van veel talent heeft, dan kan diegene natuurlijk wel gewoon leren wat er nodig is om een goede CRO-specialist te zijn. Ja, je moet gewoon natuurlijk heel erg geïnteresseerd zijn in data en in de mens. Maar goed, we zitten natuurlijk ook steeds meer met specialisaties binnen CRO. Dus het liefst kijk je ook zoveel mogelijk van, joh, heeft iemand aanleg op het meer technische vlak, of het meer psychologische vlak, of meer het usability vlak. En dan komen we er als team voor de klant komen we er echt wel uit. Ja. Kevin, hoe doen jullie dat? Als jullie mensen aan die teams, want jullie willen dus flink uitbreiden. Ook? Ja, ing.nl/vacatures, schok ik dan even maar. Nou, als je Google op werken bij ING, kom je er zeker. Ja. Ja, wat heel belangrijk bij ons is data skills. En dat is niet alleen voor data analisten of data scientists, maar juist ook voor, nou, wij noemen ze customer journey experts. Dus meer mensen met CRO of marketing skills. Echt kunnen werken met data, maar ook dat goed kunnen interpreteren. Dus daar hebben we, daar focussen we heel erg op. En ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat je nieuwsgierigheid, dat noemde jij ook al. Ik denk dat het daar allemaal begint. Als je dat niet hebt, dan is het lastig te leren. Is het lastig in andere onderwerpen te duiken. En ook iets van je nederig kunnen opstellen of zo. Want wat dit vak allemaal leert, is dat je het heel vaak gewoon fout hebt. En als je heel erg verliefd bent op je eigen idee, ja, dan is het wel extreem moeilijk om dat los te laten. En dan, ja, dan duw je AB-testen eigenlijk een beetje van je af. Want dan is het alleen maar eng en gevaarlijk om al je goede ideeën kapotgeschoten te zien worden. Dus dat zijn geen hard skills, hè? Dat zijn meer de professionele skills. Maar betekent dat ook automatisch dat je een soort minder gevoelige mensen aantrekt? Omdat ze niet verliefd mogen zijn op de eigen idee? Of? Nou, ik zou juist zeggen gevoeligere mensen. Want het gevoel naar een ander, een soort empathie. Hè? Kunnen inleven in iemand anders. Het vanuit een ander invalshoek kunnen zien. Ja, extreem moeilijk om voor te interviewen. Hè? Dus als iemand tegenover je zit, ja, dat is meer gevoel onderbuik en bijna niet te relateren of te vangen in data. Vaak heb je het door als je met een collega interacteert, of je denkt, ja, nee, die kan dat. En ik denk, als je op grote schaal gaat experimenteren, ga je dat natuurlijk wel uit data halen. Want op een gegeven moment ga je wel zien dat bepaalde mensen bovengemiddeld gaan scoren. Dus dat zou wel interessant kunnen zijn. Op dat punt zijn we nog niet, maar wie weet. Ja, dat is vast over een paar jaar wel een machine learning tooltje die dat voor je kan uitvogelen. Ja, ja. Nou, wat wij al wel hebben, elke woensdag versturen wij een e-mail rond met de Which Test Won. En daar houden we bij wat collega's denken dat de winnaar is. Conclusie is dat altijd meer dan de helft gewoon fout zit. Gemiddeld is het 30% zit goed. Ik heb nooit de analyse gemaakt, maar dat zou kunnen. Dat je gaat kijken, van, zijn er collega's die het echt bovengemiddeld goed hebben altijd? En ook daaronder. En ja, waar ligt dat dan aan? Dus dat is meer het inschatten van goede ideeën. Van bedrijven waarvan ik gehoord heb die dat doen, scoort de klantenservice altijd heel hoog. Oh ja. Die praten dagelijks natuurlijk met de klanten. Over empathie gesproken. Hè? Die ervaren elke dag wat voor problemen een bedrijf voor klanten oplevert. Ja. Dus die kunnen zich denk ik bovengemiddeld inleven. Zijn misschien ook daarop getraind, hè, om goed te luisteren. Dus ja, ik kan me heel goed voorstellen. Ja. Maar te weinig andere mensen binnen het bedrijf die dan waarschijnlijk met de klantenservice het daarover hebben. Empathie hebben. Ja, maar dan nog is het wel lastig. Ik had het bij Euroflow ook. Als je naar de klantenservice vraagt, dan is er niks speciaals aan de hand. Voor hun is het niet speciaal. Ja. Maar dan ga je zelf die calls doen, of dan ga je ernaast zitten, zeg maar. Ja. Nou ja, je schrik je rot wat er allemaal voorbij komt. Is van, jezus, dat we überhaupt nog wat verkopen. Dan heb je al je A4'tje snel volgeschreven, zeg maar. Dus zelfs alleen het praten, ik zou echt als een CRO-specialist of optimalisatie, wat je ook doet, even een paar uur klantenservice per maand. Is je backlog weer vol. Ja, basically, ja. Nou, als we dan toch over werken bij ING hebben, als je bij ING start, dan de eerste 2 weken is er een ING-programma. En 1 of 2 dagen ga je met het callcenter meeluisteren en er zelf ook bellen. Dus dat wordt de eerste paar weken wordt het al erin gegoten, zeg maar. Ja, ja, supergoed. Nou, Bart, jij nog werknemers nodig? Of? Ja, maar ook voor de klantservice. Ja, heel goed. Hey, heren, de 3 kwartier zitten weer op. Dank jullie wel. Wilden jullie nog een leuke mededeling doen, los van werk? Los van dat jullie heel veel mensen zoeken. Nou, nee, laten we. Maar ik wil je even complimenteren met CRO Café. Dank je wel.
Dat mag altijd. Neem de tijd. Je mag nog een kwartier. We lopen wat uit. Maar, volgens mij heb je meer dan 10 afleveringen nu gepubliceerd. 14, ja. 14 al. Elke week 1 sinds we live zijn. En, nou, wat ik ontzettend leuk vind als een podcast is... het wereldje wordt eigenlijk groot. Hè? Want heel veel namen kende ik al wel. Een aantal namen kende ik niet. En je krijgt vanuit best wel in intieme sfeer... krijg je een beetje een beeld van hoe de markt of hoe de branche over bepaalde dingen denkt. Dat is volgens mij een heel mooi initiatief. Misschien de volgende stap is in het Engels, want dan heb je nog meer bereik. Ja, ik ben juist in het Nederlands begonnen. Er zijn al wat internationale initiatieven natuurlijk. Eigenlijk mijn doel voor de podcast, of mijn idee erachter, was een beetje tweeledig. Eerste was dat ik denk dat het niveau wat we met elkaar allemaal doen in Nederland, dat het best wel wat omhoog mag. Zeker de culture of experimentation, waar we het ook vandaag natuurlijk als thema hebben. Dat niveau mag wel wat omhoog, dat het echt door de hele organisatie gevoeld wordt en gepusht wordt en geleefd wordt. En het tweede is dat ik spreek met veel bedrijven, of veel CRO-specialisten. En dan merk je heel erg dat er best wel de beeldvorming, zeg maar, van oké, wat doen andere bedrijven met CRO? Denk van andere bedrijven hebben het allemaal supergoed voor elkaar. Die hebben allemaal hun data op orde. En die hebben allemaal massa's met budgetten daarvoor. Ik werk voor een schoenverkoper in Enschede, weten wij veel, we doen ons best. En als je dan met ze praat, dan kom je er eigenlijk achter van maar zij moeten eigenlijk veel creatiever zijn met jullie data, want jullie hebben niet de volumes die alle grote namen hebben. En die mensen met de grote namen, die zijn eigenlijk alleen maar andere bedrijven aan het opkopen of die zetten er extra subshopjes neer, maar zijn ook helemaal niet bezig met conversieoptimalisatie. En jij bent eigenlijk misschien wel beter. En door daar wat meer openheid in te geven, door gewoon die verhalen langs te laten komen, hoop ik dat daar inderdaad dat er wat beter beeld van komt. En dat het hopelijk ook die uitwisseling op gang brengt. Dat zou leuk zijn. Ja. Ja. Nou, dat lukt volgens mij goed. Heel goed. Dankjewel. Wouter, wil jij nog een compliment geven? Ik wil me daar graag volledig bij aansluiten. Kijk, ieder initiatief wat we kunnen bieden om gewoon CRO naar een hoger level te halen. Of het nou zo'n evenement als vandaag is, e-mails conversion. Of deze podcast. Ja, we hebben er allemaal baat bij als er meer data gedreven gedacht wordt. Ik vind jouw voorbeeld ook heel leuk van jullie nieuwsbrief die er dan intern wordt gedeeld. En mensen die verplicht met de klantenservice moeten praten. Ja, iedereen moet dat wel zoveel mogelijk meekrijgen om meer data gedreven te blijven verbeteren. En ik denk dat dit een heel mooi initiatief is om dat voor elkaar te krijgen. Je noemt nieuwsbrief, dat vergeet ik even helemaal. Kevin, je nieuwsbrief. Plug hem even. Dankjewel. Elke maandagochtend verstuur ik een nieuwsbrief. De Behavioral Insights in het Engels, want ik wil graag een groot bereik. Het gaat over allerlei artikelen die ik in een week verzameld heb over analytics en experimenteren. Dus als je te lui bent of je hebt te druk om zelf het internet af te struinen wat allemaal relevant is, abonneer je op kevinanderson.nl/insights. En dan maandagochtend krijg je de eerste. Top. Als hij nou heel populair wordt, dan zoekt hij ook nog mensen daarvoor. En dan ga je naar kevinanderson.nl/vacatures. Hey heren, dankjewel. We spraken met Kevin Anderson van ING en Wouter Wensing van ISM E-Company uit Rotterdam, de vanillefabriek. Wij gaan jullie wel spreken en wij gaan op zoek naar de volgende gasten. Dat zijn, het zouden sowieso moeten zijn, Shirley van Haarlem en Joram van Gilst. En we gaan kijken of ze even al klaarstaan. Tot zo. Je luistert naar de CRO Café livestream vanaf e-mers Conversion in Pakhuis De Zwijger ter Amsterdam. Ik ben Guido Jansen en vandaag praat ik met verschillende sprekers en bezoekers van het evenement. We praten na over de sessies en er komen verschillende stellingen over ons vakgebied voorbij. Deze podcast wordt gesponsord door Effective Experiments, Comfort.com en Buyer Minds. En vandaag was uiteraard niet mogelijk geweest zonder e-mers. Dank daarvoor. Sowieso superleuk dat je luistert of kijkt. Wil je nou zelf ook meedoen? Dan kan dat. Als je hier aanwezig bent en je ziet een vrije microfoon, dan kun je er gewoon naartoe lopen en meedoen. En thuis kun je meedoen door reacties of vragen te plaatsen in de comments van de videostream, die je kan terugvinden op cro.café/live. De comments daar houden we in de gaten, zodat we jouw vragen aan onze gasten kunnen stellen. Voordat we verder gaan met onze volgende gasten, hebben we nog een klein cadeautje voor jou als luisteraar. Onze sponsor Convert.com geeft alleen vandaag de 11 best verkopende optimalisatieboeken weg aan livestream luisteraars.
Het gaat om het e-book Conversion Fanatic van Justin Christensen en 10 keer Blinkist audio samenvattingen van boeken van onder andere Steve Krug, Robert Cialdini, Seth Godin en Susan Wineschenk. En de volgende gasten, Shirley van Halem en Joren van Gilst. En ik mag losbranden, heb ik begrepen. Ja, zeker. Goed. Shirley, je hebt net een sessie gegeven. Ja, vanochtend. Vertel, waarover? Vanochtend om 10:40 was ik aan de beurt. En toen heb ik verteld over 5 misvattingen omtrent CRO. Maar die misvattingen heb ik omgebuigd naar tips voor organisaties om mee aan de slag te gaan en meer ROI te halen uit een concrete tips. Proces, juist. Ja. Nou, Bart? Bart smacht naar concrete tips om dingen te doen. Dat is wat overdreven. Maar concrete tips. Maar liefst dan. Nee, de luisteraars zijn daar over het algemeen dol op praktisch advies dat ze misschien zeker vandaag al zelf kunnen toepassen. Ja. Dus ik zou zeggen, heb je er een voor? Dus Shirley, vertel eens één van die 5. Nou ja, die misvattingen. We wilden niet te lang stilstaan bij de dingen die er misgaan. Maar ja, er zijn toch wel heel veel misvattingen en trends gaande in ons vakgebied. Een van die misvattingen is dat het bijvoorbeeld niet mogelijk is om de return on investment van CRO inzichtelijk te maken. Dat is niet juist. Ik ben meteen heel benieuwd. Ja. Nee, dat komt heel vaak terug als wij proberen CRO op de kaart te zetten voor onze opdrachtgevers. Dat dus niet mogelijk is. En wij hebben het wel mogelijk gemaakt om dat te doen. Met behulp van onze data scientist. En dat geeft vaak toch net het laatste setje in de goede richting om toch aan de slag te gaan met CRO. En dat je merkt. En is die data scientist dan een beetje een black box? Of kun je vertellen hoe nou, je dat gedaan heeft? Ja, ik ben niet zelf de data scientist. Ja. Dus helaas kan ik. Ja, ik weet er ook gewoon niet het fijne van. Maar
maar ik weet wel dat het op basis van kansberekening heeft gedaan. Ja. En dus kijk naar alle data van alle tests die we tot nu toe hebben gedraaid voor onze opdrachtgevers. Ja. En daar dus een berekening op loslaat. Dus dan vullen we de data in die we nu weten van die opdrachtgever. Dus het gemiddeld aantal sessies, het gemiddeld aantal gebruikers, het conversieratio en de huidige orderwaarde. En dan rolt daar dus uit in hoeveel uplift we kunnen gaan realiseren, hoeveel zekerheid, want het blijft natuurlijk een prognose. Ja. En in hoeveel maanden we dat gaan doen. Dus we willen ons daar niet te veel aan vasthouden, maar het is voor ons wel heel goed om dat te hebben. Om ja, toch ook iets van een houvast te hebben. Ja, precies. Ja. Om toch ook in geld te praten, want het is toch waar veel organisaties gevoelig voor zijn. Ja, dat is naar mijn idee een beetje de paradox van AB-testen, dat je het heel goed kan zien met één AB-test natuurlijk wat het effect is. Ja. Het liefst ook in geld natuurlijk. Ja. Niet alleen maar in conversie uplift. Ja. Maar dat heel lastig blijkt te zijn voor veel bedrijven, behalve die van jullie, om dat inzichtelijk te krijgen over een heel jaar, zeg maar. Dat, dat is toch een stuk lastiger. Ja. Ik heb het zelf ook een keer geprobeerd, maar dan heb je wel een enorme bak met aannames die je sowieso moet doen. Ja, dat is wel fijn, die je dan uitschuift van, heel simpel. Valutaschommelingen. Ja, precies. Nou ja, om maar iets stoms te noemen. Ja, hoe meer data deze berekening krijgt, hoe slimmer die ook wordt natuurlijk. Ja. En we blijven die database bijwerken. Dus het is nooit 100% zeker, maar het wordt wel steeds valider, om dat gewoon zo te zeggen. En dat is wel heel fijn voor veel bedrijven. Ja. En het is ook voor ons handig om erbij te houden of we op koers zijn of bij moeten sturen, target te halen. Heeft ook wel een keerzijde natuurlijk. Want als je zegt van tevoren, we gaan een uplift van 10% in een jaar realiseren. En je bent er na een half jaar, dan denken veel bedrijven toch, we zijn al klaar. En we gaan ons budget verschuiven. En dat was ook de tweede misvatting, dat het dus een eenmalig project is. CLO. En dat, is helaas niet zo. Is gelukkig niet zo, want dan is het pas net begonnen na een jaar. Ja. Dus dan gaan we natuurlijk pas beginnen. Dan heb je net de analyse gedaan en dan heb je allemaal ideeën. En dan ga je per definitie dan pas echt leren. En dat groei houdt nooit op. Dus het is ook niet zo dat je na een jaar klaar kan zijn. Nee, het is een continu proces. Wat natuurlijk ook dan heel lastig wordt, is om je rente op rente effect, zeg maar, goed inzichtelijk te maken voor zo'n bedrijf. Dus als je jaar op jaar een verbetering haalt, het is niet echt goed te zien in de stijgende lijn in conversies. Maar het is wel echt heel lastig om dat bijvoorbeeld hogerop goed te tonen of echt aan te tonen. Nou ja, en je zegt inderdaad de stijging in conversie. Maar er zijn genoeg bedrijven waar de trend naar beneden is. Ja, absoluut. Of in ieder geval bepaalde onderdelen van een bedrijf. Hopelijk niet het hele bedrijf. Maar als een deel van jouw bedrijf naar beneden gaat, kun je bijvoorbeeld conversieoptimalisatie gaan doen. Mm-hmm. En als je daarmee het kan afvlakken, die neergaande trend. Supermooi, maar wat heb je bereikt? Ja, dat we niet verder zakten. Ja. Alsnog een lastig te verkopen soms. Maar heel positief natuurlijk. Ja. Ja, weet je, met zo'n berekening, je zegt wel gewoon, je maakt een prognose, maar eigenlijk leer je gewoon heel veel over je doelgroep. En dat kan je wel vertellen, maar dat is toch vaak dat ze denken, maar wat halen we er dan uit? Ja, en dat proberen we toch inzichtelijk te maken voor ze. Ik denk dat een side effect van dat doen is ook dat je erachter komt wat nu echt belangrijk is voor het bedrijf, zeg maar. Wat dan over een jaar, welke KPI's? Ja. Morgen ook al over gehad, dat KPI's dat sowieso lastig is om dat te bepalen voor veel bedrijven. En ook omdat er heel veel strategische keuzes maakt. Van de conversie omhoog is niet alles, zeg maar. Nee. Je wil ook winstgevend zijn, bijvoorbeeld. Ja. Dat was eigenlijk mijn punt. Om conversies, dat is wel mooi, want het was ook een trend die je ziet. Is dat er dus heel veel misvatting bestaat dat het dus draait om die conversies. Ja. Tuurlijk is het uiteindelijk het doel voor veel bedrijven, maar het draait juist om die gebruikerservaring. Maar het zit ook in de naam, conversion rate optimization. Conversion die naam, dat is ook al een paar keer voorbij gekomen. Die naam is niet heel erg lekker. Maar, Dus, dat is nu eenmaal wat de bekende naam is. Dat is hoe het is, Wij proberen wel ook steeds meer naar buiten te treden met wat onze visie dan reflecteert. Dus customer experience optimization veel meer de lading dekt. En ik hoorde vandaag ook al andere namen voorbij komen. Dus het is wel goed dat ze daarover nadenken. Ja, David Beentjes van ClickValue had het over CXO. Ja, CXO. Ja, zullen we gewoon een C-vraagteken-O doen? Of sterretje, dat het afdekken? Ja. Als industrie is het misschien wel goed om voorlopig nog een beetje CRO aan te hangen. Ja. Zodat opdrachtgevers ook begrijpen wat vinden. Het ongeveer Nu het eindelijk landt. En dan ineens de naam te gaan veranderen, dat is ook niet handig. Als wij met z'n allen gewoon blijven uitdragen dat CRO niet alleen maar gaat om die kleur van die knop. Precies. Maar om een veel breder customer journey optimization. Dan komen we al in lijn, denk ik. Precies. En nog een kleine growth hack tussendoor. Als je inderdaad problemen hebt met het bedrijf, dat ze niet snappen welke KPI's ze en dat het niet zo belangrijk is dat ze dat denken. En alleen maar richt op bijvoorbeeld conversie. Dan verhoog ik volgende week jouw conversie met 20%.
En wat je doet is gewoon, je blokkeert gewoon de slechtste helft van de traffic of zo. Ja. Kijken wat ze daarvan vinden. Hey, conversie ging toch omhoog? Ja. Dan heb je daarna wel een goed gesprek over de conversie en de juiste KPI's, denk ik. Ja. Dus volgens mij hebben Ton en Bart ooit 2 of 3 jaar geleden zo'n sarcastische blogpost geschreven. Van hoe krijg je je conversie naar 90%? Ja. Ja, 1 pagina laten werken en je moeder wat laten bestellen. Ja. Ja, als het werkt. Ja. Nee, maar ja, uiteindelijk inderdaad wint. En dat maakt het soms ook zo moeilijk als iets als naamsbekendheid bijvoorbeeld dan opeens erbij komt. Wat dan een belangrijk KPI is. Maar ja, in het hele conversieproces niet echt een rol kan spelen. Ja, nee. Wat dan? Ja, het is ook maar net hoe je het meet natuurlijk. Naamsbekendheid is wel moeilijker te meten. En dan is het toch al vaak van, oh nou, laat maar zitten. Dan kijken we wel gewoon naar die conversies. Ja. Maar het staat natuurlijk heel erg in verband met elkaar. Dus... engagement, dat soort metrics, dat moet je er gewoon bij houden. Ja. Of kwalitatieve input van de gebruiker. Niet alleen maar die conversies. Want dan sta je wel blind op 1 metric en dat is zonde. Je bent met veel meer bezig dan dat. Joran, ik heb nog een vraag. Kun je eens even voorstellen? Voorstellen, oké. Okay. Ben je eigenlijk? Ik ben een beetje laat. Ik besef me dat ik jou die kans niet heb gegeven. Oké, okay, nou, ik ben Joran van Hils. Ik werk al... Ik denk iets minder 4 jaar voor Traffic Builders. Puur als CXO-specialist dan ook. Je hebt je vandaag jezelf gebrand. Ik ben CXO-specialist. Komt op hetzelfde. Dankjewel, neer. David. Ja. En dat doe ik ook voor een aantal klanten al heel lang. Voor sommige nieuwe klanten ook allemaal conversietrajecten van groot tot klein. Ja. Dus echt van opdracht is tot scans van landingspagina's tot en met echt trajecten die al een jaar of 3 of 4 of 5 duren. Maar waar we tot nu toe veel succes mee hebben behaald. En ik vind juist die verschillende opdrachten vind ik juist heel leuk. De verschillende kleine sites, dat echt mega sites of corporate, zeg maar. Die eigenlijk hetzelfde willen, dat ze die website iets beter maken. En die van verschillende vraagstukken zetten en die je dan ook goed kan gaan oplossen. Wat zijn voor jouw gevoel de grootste verschillen tussen de aanpak van dat soort bedrijven? Dus de hele kleintjes en die hele grote die hebben? Nou, het is wel een goede vraag op zich. Dank je. Het grootste verschil in aanpak. Kijk, bij een kleine bedrijf heb je al vaak één iemand die verantwoordelijk is voor marketing of voor online marketing specifiek, of misschien alleen voor de website. En daar kan je wel heel snel mee schakelen. Dus het is heel makkelijk om te zeggen, oké, laten we dit testen. Als zij het ermee eens is, zij moet misschien verantwoordelijkheid afleggen hogerop. Geef dan akkoord en dan kan je in principe aan de slag en kan je schakelen. En dan kan het snel gaan. Dus ga je velocity gaat omhoog, of kan heel hoog zijn potentieel. En bij grote bedrijven kan dat ook het geval zijn, maar moeten er, zodra het project goed loopt, steeds meer meningen overheen. Of het moet door meer deuren heen, zeg maar. En dan kost het ook wel meer moeite om snelheid veel testen doorheen te jagen of resultaten te behalen. En dat is wel een verschil. Ik heb ook organisaties gezien waar dat wel heel snel nog kan. Waar dat wel heel snel nog kan. En ik denk dat je dat erin moet houden om optimaal bezig te blijven in dat opzicht. Dus echt agile ben je met 1 persoon? Ja. Toch gaat het pas snel. Ja. Ik denk dat het voor mij het grootste verschil is. De snelheid, ja. Dus veel bureaucratie, veel overhead bij die grote partijen. Ja, of gewoon veel discussie over je hypothese. Ik ga net even iets anders designen en dat dan weer door 3 lagen heen moet. En denk van maar laten we eerst gewoon even testen en kijken wat het resultaat is. En daarna gaan discussiëren van is het goed of niet? Of wat gaan we eraan doen? Of hoe gaan we precies designen? In feite, bij grote organisaties wordt het hele conversietraject steeds... politieke, hè? dat wordt steeds belangrijker onderdeel ten opzichte van echt letterlijk de techniek of de testen of de uitslag om te zorgen dat je het überhaupt doorheen krijgt. En als de test dan goed is, dat je het ook nog mag implementeren. Ja. Nog een stap verder. Ja. Hey, zijn jullie bang voor je baan? Ik heb net gehoord dat CRO dood is, dus nee. Ja, precies. Ja. Wie zei het dit keer? Wie was het nou? Van onder dialoog. Tom. Tom, denk ik. Tom. Ja. Tom van den Berg. Juist. Van de week, gisteren hebben we zijn aflevering gepubliceerd. Dus we hebben het er een beetje over gehad. Ja. Maar ja, maak je je zorgen? Nou, nog niet. Nee, CRO is dood en CXO leeft. Was dat het? Ja, of, daarom hebben we het. Nee. Nee, ik denk niet dat het voor de korte termijn in ieder geval. Maar we moeten wel nog meer draagvlak gaan creëren. Om het in ieder geval binnen de hele organisatie uit te rollen. En inderdaad, wat Tom heel goed zei. Niet 1 afdeling voor CRO. Maar gewoon dat het hele testprincipe door de hele organisatie. En dan denk ik niet dat het...
een bedreiging is. Ja, het thema van vandaag, culture of experimentation. Juist. Dat moet het hele bedrijf doen, niet alleen maar dat ene team of die ene lone nut. Nee, want dat team die weet echt wel waar die mee bezig is. En dat zit vaak wel goed. Alleen het verkopen aan de rest van de organisatie en het meekrijgen van die organisatie, dat is toch wel vaak een struikelblok. En als het daar dan stopt, dan is CRO dood. En dat zou zonde zijn natuurlijk. Ja. Al die jaren voor niks. Nee, ik denk niet dat het... Want ik denk ook, want het is nog best een complex vakgebied. Als je dit uitlegt aan anderen, mensen die er niet mee bezig zijn, dan vinden ze het vaak super interessant. Maar ze hebben wel zoiets van, dat is wel heel veel. Beetje psychologie, data, statistiek. Veel wat je moet doen als CRO-specialist. Dus ik denk niet dat het heel erg snel bijvoorbeeld overgenomen zou worden door... online marketeers in het algemeen of zo. Ja. Nee, ik denk dat dat misschien niet door online marketeers in het algemeen, maar dan hebben we natuurlijk ook nog machine learning, AI. Ja. Potverdorie. Ja. Nou, Carl zei net heel goed dat het niet door dat soort technieken komt, maar doordat je je doelgroep uit het oog verliest. En dat vind ik altijd wel mooi. Dat heel veel bedrijven digitaal de schuld geven van alles. Dat alles digitaal wordt en ze weten gewoon niet zo goed hoe ze met een doelgroep dan moeten omgaan. En dat is dan waardoor het misgaat. Ah, dus dat was het. Ja, dat wilde die vanmorgen niet verklappen. Want, ja. Heb ik een spoiler gegeven? Oh, nee hoor. Oké. Okay. Wilde sessie. Ja, het was een nieuwe talk. Ja, ik wilde bewaren voor de presentatie. Ja. Goed. Ja, dat is ook zo. Nou. Maar zien jullie je werk wel veranderen in de komende? Wat zou je verwachten, zeg maar, als je jouw werk over 5 jaar bekijkt? Nou, ik denk misschien dat het nog wel deels hetzelfde kan zijn. Maar ik denk wel dat er een of andere soort van slimme AI tool komt die misschien een deel van je werk al overneemt. Of die gewoon alle common tactics een keertje automatisch kan testen. In een, bijvoorbeeld als je een A tot en met Z test doet bijvoorbeeld. Ja. En daar learnings uit haalt en dat over, weet ik veel, 100 bedrijven en daar een slimme tool van maakt. Zou toch lekker zijn? Ik kan niet wachten tot al die, ik bedoel, waar een AI of machine learning waarschijnlijk begint, zijn al die taken waar je eigenlijk... Ja. Niet zo nodig. Prioriteren waar je überhaupt moet gaan beginnen. Ja, precies. Dat is al uren en uren en databases doorploeteren. Ja. En dat zou mooi zijn. Ja. Maar de basis is dan wel, waar we het net ook al een paar keer over gehad hebben, je data moet wel op orde zijn. Juist, ja. Ja, dat is waar. Maar dat is die AI's een probleem. Ja, los je aan maar op. Dat is wel het gevaar natuurlijk, dat je... De verkeerde volgorde, dat hebben we vandaag ook al een paar keer gehad. Laten we een AI of machine learning tool naar binnen schuiven. Oh, die zegt dat. Nou, laten we dat dan maar gaan doorvoeren. Ja. Terwijl de data waar die machine learning tool zijn beslissingen of zijn resultaten, bevindingen op baseert. Ja. Ja, als je daar naar gaat kijken, dan denk ik van we missen een doelgroep. Of, klopt niks van. Ja, zo wilden wij, wanneer was dat, vorig jaar, de resultaten van tests gaan automatiseren. Ja. Maar dan kom je er toch, als je dat gaat doen, heel erg snel achter wat er allemaal niet goed gaat in de data. Ja. Ja, dan moet je daar beginnen en niet bij het automatiseren ervan. Dus dat is de basis, denk ik. Ja. Okay. Maar toen het uiteindelijk goed stond, normaal ben je best wel lang bezig met een analyse, omdat je alles moet uitdraaien en zo. En nu kon je eindelijk gewoon je tijd besteden aan het echt analyseren. Gewoon kijken waarom is het zo en wat is mijn aanname. En dat is altijd veel leuker om te doen, vind ik ook. Nou ja, veel waardevoller, zeg maar. Als je iets kan uitbesteden, als een tool dat kan doen en dat dan even vooropgenomen dat het goed gebeurt. Ja. Op basis van goede data. Ja, we hebben wel een aanname, maar dan is dat wel. Ja. Lijkt me dat geen probleem. Top. En een vraag in de YouTube-livestream. Misschien brutaal om te vragen tussendoor. Nee, prettig. Dat is helemaal de bedoeling. Dus stel vooral je vragen. Misschien brutaal om te vragen tussendoor. Hoe spelen jullie in op de switch van desktop naar mobiel? Oké. En toen keken ze elkaar aan. Ja, precies. Ja. Nee, dat is natuurlijk al jaren... Nee. Waarom zouden we... Nee, dat is al desktop, jaren natuurlijk... Gebruik je nog mensen een desktop? Een begrip. Ja. Mobile only, mobile first begrippen. En ik vind nog steeds dat... wij zijn natuurlijk aan het optimaliseren vanaf desktop. Dus wij bouwen onze test vanaf desktop. Waardoor er toch nog heel vaak voorkomt dat je dus vanuit die desktop gebruiker gaat denken. En dan kijk je dus later in je data en dan zie je, 70% van de bezoekers zit op mobiel. En dat wordt steeds meer. En dus ook bijvoorbeeld bij e-commerce bedrijven, waar het eerst helemaal niet zo was, zie je toch echt die switch naar mobile. Dus wij maken aparte analyses voor mobile en maken ook een apart testplan voor mobile, omdat we dat gewoon meer centraal willen stellen. Om ook onszelf er niet op te betrappen dat we vanuit die desktop gebruiker denken, alleen omdat we die test bouwen op desktop.
Ja. Dus ja, het is heel belangrijk. Zijn er dan ook andere segmenten waar je standaard naar kijkt? Maar in principe, mobiel is gewoon een standaard segment. Ja. Wat je, er zijn zoveel die je kan kiezen. Ja, nou ja, bronmedium, gebruiksdiepe, dus nieuw, terugkerend. Die segmenten checken we altijd als we resultaten gaan analyseren. Ja. Mm-hmm. Oké. Ja. Joran? Ja, ik denk vooral, om op de originele vraag te antwoorden, ik denk vooral ook aan je... Kijk, wij werken natuurlijk voor klanten en dat het ook aan je klant ligt waar voor hem of haar prioriteit in ligt. We hebben bijvoorbeeld voor onze eigen DB-site is er volgens mij dat 80% is desktopverkeer. Dus dan zou ik, als we zouden gaan testen, nooit een test voor mobiel voorstellen, zo om te zeggen. Maar je hebt ook heel veel klanten die wel echt een mobile focus hebben. Die wel dat in prioriteit hebben. En dan kunnen we wel strategische plannen gaan aanpassen om veel meer op mobile te gaan focussen. En ja, echt daar een performance boost te gaan halen. Ja. Dus ja. Stel net ook de vraag aan Wouter. Het gaat een beetje, jullie hebben ook een vrij brede range aan marketingactiviteiten die jullie voor klanten kunnen doen. Yeah. Stel een klant komt naar jullie en die zegt van ja, ik heb 100k tot mijn beschikking hiervoor. Dat geef ik aan jullie. Laten we dat even vooropstellen. Dat is wel fijn. En voor een gemiddelde klant, dat is natuurlijk van klant afhankelijk, dat snap ik. Maar voor een gemiddelde klant, als je het een beetje bekijkt van de doelgroep die jullie hebben. Waar moet die dan uitgeven? Hij geeft het aan ons als traffic builders of hij geeft het aan CRO? Hij geeft het jullie aan als traffic builders. Okay. Dus ja. Je hebt CRO, je hebt CA. Je kan mailingen gaan versturen. Juist. Wat je zegt is waar. Het ligt er natuurlijk aan hoeveel verkeer ze nu al hebben. Dus dan zouden we eerst een nulmeting maken om te kijken waar staan ze nu. En wat zijn jullie doelstellingen? Maar vooral ook wat zijn de wensen van de doelgroep? En dan gaan we een strategie uitdenken. Wat ook een misvatting weer, is dat CRO... Staat deze in je lijstje? Ja, zeker. Okay. Ja. Ik voel een bruggetje. Ja, heel goed. Heel goed. Dat CRO niet nodig is naast advertising. En dat horen wij nog veel te vaak, maken we ons ook best wel zorgen om. En het is ook heel moeilijk om de wereld uit te helpen. En wat je dan dus krijgt als antwoord als je bijvoorbeeld CRO op de kaart wil zetten, is nou ja, waarom? We zetten toch wel advertising in. En dat is een advertising dan als AdWords? Of? Juist, ja, AdWords display, dus mediabudget. Ja. Het probleem is vaak, wat wij zien bij onze klanten, vaak ook de grotere, is dat advertising wordt gefinancierd uit mediabudget. En CRO komt vaak uit het IT-potje of analytics-potje. En hebben ook andere KPIs, dus kunnen eigenlijk nooit echt goed samenwerken. En ja... Idealiter zou CRO ook gefinancierd worden uit bijvoorbeeld bestaand mediabudget. Dus dat je je budget wat eerlijker verdeelt. En kijkt ook van oké, dan hoef je niet extra te investeren. Ja. Dus dat is iets wat we wel roepen nu. Omdat het toch nog te vaak gebeurt. Dat is zonde. En dat zeggen onze collega's van advertising ook. Alleen dat landt nog niet altijd bij de klant. Nou ja, dat was ook een van de andere stellingen inderdaad. Ja. Van Rick Wij. Die zegt van ja, eigenlijk heb je niet eens meer budget nodig. Nee. Die stelt van als een bedrijf 10% van zijn jaarlijkse online advertentiebudget gebruikt. Om website performance. Ja. Bijvoorbeeld de speed te optimaliseren. Zou je het resterende budget kunnen halveren voor hetzelfde netto resultaat? Juist, ja. En dat is precies wat er gebeurt. Nou ja, wat er dus nog te weinig gebeurt, vinden wij. En dat is dan de present bias. Dus dat ze liever nu meer verkeer hebben op de korte termijn. In plaats van samen met dat meer verkeer ook meer conversies halen op de langere termijn. En dat ze dus de langere termijn in die zin ondermijnen. En dat is zonde. Dus daar pleiten we wel voor. Ja, CRO uit mediabudget. En dat kan gewoon bestaand mediabudget zijn en dan meer rendement eruit halen. Wel grappig trouwens dat je zegt dat CRO budget vaak uit bij IT zit. Mijn ervaring is dat heel veel bij marketing zit ook. Marketing, gewoon een ander potje dan mediabudget. Ja. En dan kan je eigenlijk ook niet, want helemaal van ons, wij zijn natuurlijk een bureau, zitten niet altijd bij de klant op locatie. Dus dan kan je er ook niet voor zorgen dat die afdelingen of die potjes zeg maar goed samenwerken. En als dat wel gebeurt vanuit eenzelfde potje, dan is dat wel een stuk makkelijker. Dat scheelt wel een hoge drempel. Ja. Dat is ook wel een beetje het thema van de dag, hè? Dat die potjes beter moeten samen... Potjes, ja. Dat klinkt ineens heel fout als dat. Ja. Nee, maar opvallend dat iedereen zit met hetzelfde probleem inderdaad. Ja. Dat klanten dat om wat voor reden dan ook vaak nog als iets verschillend zien. Ja. En wat we in de vorige sessie zeiden, misschien dat het vanuit de historie komt. Dat heel veel opdrachtgevers misschien al lang blij dat ze veel verkeer hebben. En dat ze daar jaren mee bezig zijn geweest. En dan moeten ze nu opeens weer...
het volgende gaan doen. En ja, dat ze dat toch als iets anders zien. Ja, en de conversie zien ze meer als fixed, zeg maar. Dus dan heb je zo'n formule staan. Ja. Van conversie is een soort van fixed. Of in ieder geval veel, veel vager of lastiger te veranderen. Ja. Nou ja, die traffic, die kunnen we inkopen. Ja, ja, en dan zien we ook snel resultaat. Ja. Of opmerking als, we zitten nu op een x-conversiepercentage. De groei is, de rekken ze wel een beetje uit. Ik denk heel erg sterk dat veel klanten het ook, die niet heel erg bekend zijn met CRO-tech, super onderschatten wat je ermee kan doen qua potentie, zeg maar. Ja, wat denken, wil je nog gewijzen dan? Een plaatje of zo? Met maximale effort 10% halen, terwijl het op jaar basis misschien wel echt veel, veel hoger kan zijn in dat opzicht. En dat, als je dat uiteindelijk doorrekent in totale rendement of ROI, om zo maar te zeggen, dat je dat veel hoger is. Ja, helemaal eens. Ja. Hoe zouden dat dan, hoe kunnen we die afdelingen aan elkaar koppelen? Nou ja, als we allemaal beginnen met allemaal 100k extra uit te geven, dat zou... aan ons te geven. Uiteindelijk is het natuurlijk, voor de meeste bedrijven zou het in theorie een rekensom moeten zijn. Ja. Alleen het is een rekensom, wat je net al zegt, die heel moeilijk vooraf in kaart te brengen is en waar heel veel haken en ogen en aannames aan zitten. Ja. En zeker, dat was zeg maar 5 of 10 jaar geleden met SEO ook zo erg. Of met linkbuilding. Als er dan een keer iemand iets had geprobeerd en dan in een half jaar werkt het niet, dan zijn ze er klaar mee of dan hebben ze er geen vertrouwen meer in. Ja, dat zie je met CRO bijvoorbeeld ook. Dat de basis niet wordt gefixt. Maar er worden wel 10 AB-testen gedraaid die uiteindelijk niks opleveren. Of in een week worden gedraaid, wel statistisch valide zijn. Maar uiteindelijk gewoon helemaal geen goede test is. Nee. Waardoor mensen het vertrouwen erin verliezen. Dus ik denk dat het een beetje diezelfde cyclus aan het doormaken is. En nu begin je... tuurlijk zijn de grote jongens er al mee bezig. Maar nu begint het langzaamaan door te druppelen naar... Ik denk dat het wel zou werken als je het echt voor elkaar krijgt. En dat is als agency natuurlijk super lastig. Maar dat met het de juiste KPI's stellen. Mm-hmm. En dan bedoel ik... Het is een performance indicator. Dus dat wil niet zeggen dat het de eindresultaat is. Ik bedoel, je zou eigenlijk gewoon lifetime value, daar zou je op moeten sturen. Nou ja, dat hebben bedrijven, de meeste bedrijven überhaupt niet, zeg maar. Maar zou je naar de next best thing moeten gaan. Oké, wat kunnen we wel, zeg maar? En eigenlijk zou ieders KPI daaraan gerelateerd moeten zijn. En niet dat als je een trafficpartij bent. Ja, we willen 10% groei in traffic, punt. Ja. Ja, dat is leuk, maar we willen ook meer omzet. Of we willen meer klanten. Of we willen, I don't know. Ja, wat we vaak proberen als we inderdaad tegen zo'n muur aanlopen van de CRO dat ze het niet willen, is door gewoon te zeggen, stel dat het een lead generatie is, van joh, wij kunnen gewoon zorgen voor meer leads, voor een x-budget gaan we het verhogen en wij gaan bepalen of we dat nou gaan stoppen in SEO of in conversieoptimalisatie. Yeah. En we gaan jullie achteraf vertellen wat we precies hebben gedaan en met de afspraak dat die leads gewoon zoveel meer worden. Ja, solutionstelling eigenlijk, dus dat je meer kijkt naar wat de opdrachtgever dan wil. Maar ook de vraag achter de vraag. Dus ze zeggen vaak, ja, we willen meer verkeer. Oké, maar wil je dan, waarom wil je dat? En wil je dan misschien ook meer conversies, weet je wel? Je moet wel het gesprek aangaan. Alleen meer verkeer. Nee, alleen meer verkeer, ja. Ja, je moet er niet van uitgaan dat het enige is wat ze willen. En je moet ook weten wat de doelgroep wil natuurlijk. Hoe verkopen jullie je service? Is dat performance-based of al het fixed maandbedrag of gewoon fixed budget? Gewoon uren? Ja. Ja, we proberen wel performance-based nog af en toe toe te passen. Maar het is verschillend per case. Ja. Ja, voor veel klanten nog lastig natuurlijk. Nou, ik snap het ook. Ik bedoel, heel veel bedrijven werken gewoon met vaste budgetten. Ja. Ja. Als jij 50k hebt voor iets, performance-based afspreken is toch lastig. Ja, zeker. Zo, ja. Zo werken die budgetten vaak gewoon niet. Nee. En dat is ook op voorhand gewoon bepaald. Zo, dus dan is het lastig om er tussendoor... Terwijl het natuurlijk voor het bedrijf veel beter zou zijn. Dat is jammer om dat soort dingen... dat moet je dan mee zien te dealen. Ja, het is zonde. Je ziet heel veel dingen gebeuren dat je denkt, oh, jammer. Maar ja. Jammer. Ja, jammer. Oh, jammer. Ja. Ja, ik had het ook een keertje... volgens mij heb ik dit al een keer in de podcast verteld. Bij een van de prijsvergelijkers in Nederland. Die heel erg banner gedreven zijn. Een keer een testje gedaan en die banners, dat advertentienetwerk zorgde voor zoveel vertraging op de website. We dachten van, als we dat eens een keertje gaan testen om dat eraf te halen, krijgen we vast veel meer doorkliks. En dat is waar je mee verdient. Veel meer doorkliks naar de andere websites. Naar de Coolblues, naar de bol.com, naar de whatever. Test gedraaid.
Nou, we hadden niet alle banners eraf gehaald. We hadden iets van 80% eraf gehaald. De website veel sneller. En inderdaad, zoveel sneller, zoveel betere gebruikservaring. Veel meer doorkliks naar de eigenlijke klant, zeg maar. Maar ja, hadden we dat doorgevoerd. En een paar weken later stonden al die banners weer terug op de site. Want ja, er was een budget gemaakt voor dit kwartaal. Voor hoeveel banners we moesten verkopen. Ja. En hoeveel inkomsten we daaruit zouden hebben. Ja, dat gaan we zo niet halen. Nee. Maar je verliest wel geld. Of nou, die laat geld liggen, zeg maar. Je verdient minder geld door die banners op de website te hebben. Ja. Ja, dat is goed. Dat is inderdaad zo'n momentje van... Jammer. Jammer. Ja, zeg maar netjes, hè? Ja. Voor mensen die nu luisteren of kijken. En we hebben hier natuurlijk veel. We hadden net ING bijvoorbeeld zitten. Echt de grote bedrijven zitten. Maar voor mensen die wel met conversie bezig zijn. Of dat ze algemeen online marketeer zijn. Waar conversie erbij hoort, zeg maar. Mm-hmm. Wat zou je aanraden dat zij gaan doen? Mensen die toch wel wat beperkter zijn in het budget. Hoe kunnen die het beste gaan starten? Zowel letterlijk met een AB-test of zo, maar ook binnen de organisatie. Wat zou je die aanraden? Zero on a budget. Kijk gewoon sowieso naar de tools die dus laagdrempelig zijn. En gratis versie van Google Optimize kom je al heel in mee. Want je kan een koppeling maken met Analytics en dat is top. Ja. Dus kijk naar de betaalbare tools. Dat is een eerste. Maar kijk ook en investeer daar ook tijd in een proces. Want als je begint en je draait misschien 1 test per 2 maanden... dan kan je nooit echt groei behalen. Je wil wel het wat groter oppakken. En dat kan met een proces. En dat hoeft helemaal niet moeilijk te zijn. Hoe zou een basic proces eruit zien? Nou, in ieder geval dat je van tevoren de doorlooptijd van zo'n test inzichtelijk maakt. En achteraf dan ook een gegronde analyse doet. Dus verdiep je er wel echt in voordat je ermee aan de slag gaat. Wat we heel vaak zien, is dat het dus inderdaad 1 test per maand of 1 test per 2 maanden. En dat het dan afgebroken wordt omdat het niet succesvol is. Maar het kan ook nooit succesvol zijn als je geen proces hebt. Dus als je zeg maar de tijd en het geld wat je wil investeren, steek dat in het opzetten van een goed proces en het aanhaken, als dat kan, van bijvoorbeeld een developer, want dat scheelt je ook weer heel veel tijd. Waar ik misschien 5 uur doe over een aanpassing, zie ik mijn developer af en toe, dan denk ik al, die is binnen een minuut klaar. Ja, dat scheelt zoveel tijd. En voor hem, piece of cake. Ja, en als ik daar iets aan mag toevoegen, ik zou vooral inzichtelijk maken welke resultaten je dan wel of niet hebt gehaald met een AB-test of met bijvoorbeeld een onderzoek en welke learnings dat heeft opgeleverd. En ik denk dat je daar ook wel ver mee kan komen. Dus als is een AB-test, het levert dat bijvoorbeeld een neutraal of hetzelfde resultaat op. Ik bedoel, dan heb je misschien iets getest wat dus eigenlijk niet uitmaakt. Dus zouden we eigenlijk met iets anders moeten gaan testen. En dat proces, denk ik, als je dat deelt binnen de organisatie, zou dat ook denk ik al vrij waardevol zijn om dat op te zetten. Ja. Al is het alleen maar om mensen enthousiast te krijgen dat er iets geleerd is. Maar dus zelfs als je in je eentje zit, zorg ervoor dat je goed bij blijft houden wat je geleerd en wat je getest. En zie alles als een learning. Dus als een test een negatief resultaat is, is het ook een learning. En breng het ook zo naar de organisatie, want dan zullen er veel meer draagvlak komen. Ja, dus mensen en processen. En niet een dure tool aankopen. Dat heb ik niet voorbij horen komen. Misschien later. Als je mensen overtuigd hebt van het nut ervan. Dat is altijd wel handig. Ja. Eerst overtuigen. Daar zou ik dan denk ik nog aan toevoegen. Volgens mij is die zelfs gratis. Volgens mij heb je de gratis versie van Hotjar. Dat je een bezoeker of 100 kan zien. Ja, 3 heatmaps. Ja. Maar dat zelfs is 1000. 3 heatmaps van 1000 of visitors kan je. Precies. Nou, voor sommige mensen is dat al een eye-opener om te installeren. Zeker. En gewoon eens 2 uur lang bezoekersessies na te kijken. Te zien hoeveel knoppen er niet werken. Er zit zoveel tijd in. Ik vind dat zo leuk. Ja. Hey, zouden jullie, even iets anders. Zouden jullie, is er een top-of-mind AB-test die hierbij staat? Wat was het meest onverwachte resultaat dat je de afgelopen jaren voorbij hebt zien komen? Kun je die zo uit je mouw schudden? USP? Ja, ik heb in 2016 geloof ik, heb ik voor Chart Wheels onderzoek gedaan naar brandoptimalisatie. En dat is dus het neerzetten van een merkbeleving op websites. Waar we daarvoor heel veel focust op het verhogen van conversie, het verwijderen van frictie. Gingen we nu ook wat meer upper funnel, zeg maar, testen. En wat we toen deden was simpele, in het begin nog simpele tests als bijvoorbeeld het toevoegen van USP's voor bedrijven die dat nog helemaal niet hadden. En dat werd een soort van best practice. Dus elke keer als we dat gingen testen voor opdrachtgevers, dan ook een uplift in conversie zagen we toen. Dus dat was wel cool. Omdat ze toen, dat was 2016, dus het lijkt
ja, lang geleden is het ook. Maar toen waren ze gewoon nog niet zo ver daarin. En later gingen we wat meer experimenteren met de USP's. Van oké, wat past nou bij die gebruiker? Maar het alleen toevoegen ervan al, ja, dat was wel een uplift. En niet alleen in engagement, maar ook echt in conversie. En dat zagen we terug voor verschillende opdrachtgevers. Dat was wel tof. Ja, ja. En was het dan zaak om zoveel mogelijk USP's toe te voegen als je maar kon bedenken? Nou, of, nee, we limiteerden ze vaak wel tot 3. Okay, ja, 3, ja. Ja, en dan gingen we gewoon brainstormen met de organisatie van, joh, wat denken jullie? En dan deden we doelgroeponderzoek en dan zagen we wat de doelgroep ongeveer zou willen. En daar maakten we dan een mix van en dat testen we dan ook met verschillende varianten. Ja. Maar het alleen, wat ik zeg, alleen het tonen ervan, dat was wel een mooi resultaat. Ja. Joran, zat je aan hetzelfde te denken of had je een andere? Nou, het was wel een grappige testreeks, omdat het gewoon elke keer echt een fors resultaat had, zeg maar. Dus dat was gewoon één keer, ik kan me herinneren dat het volgens mij boven de 20% was voor een klant. En die was er helemaal weggeblazen van. Ik zeg, ja, 20% is natuurlijk gigantisch veel voor een AB-test. Ja. En ook voor bedrijfsresultaat uiteindelijk. En toen hebben we dat gewoon nog een keer herhaald voor een andere klant. Misschien op het andere pagina of site-wide in dat opzicht. Dat bleek het gewoon weer precies hetzelfde bijna te doen. Dus hetzelfde gigantische effect zijn. Dat is natuurlijk wel, ja, echt een eye-opener. Het is wel lekker als je zoiets gevonden hebt natuurlijk. Ja, natuurlijk. Deze die overal kan toepassen. Ja, en als je dus bij iemand begint, dan zet je dat gelijk neer. Weet je wel, je kan met een test dus kennelijk 20% halen. En ja. Dat kan gigantisch zijn. Dus ja, dat was wel een grappige testreeks inderdaad. Ja. Ja, over USP-lijstje, ik kan me een case herinneren. Volgens mij was dat bij een energieleverancier. En, dat er een brainstorm, ja, er stonden iets van 10 USP's op die website. Lastig. Wilden ze dus testen met minder USP's. Maar ja, welke kies je dan? Want we hebben er 10. De lange brainstorm met het hele team. Iedereen heeft al die USP's gerankt. En dan samenvoegen. Er komt natuurlijk een top 10 lijstje uit. Gewoon een ranking komt eruit. Toen hebben ze de top 3 daarvan getest, uiteraard. Ja. Maar wat ze ook gedaan hebben, is de bottom 3 getest. En gewoon random 3 USP's testen. Gewoon elke load van de pagina, zeg maar, een andere 3 kiezen. Wat bleek, 3 werkte altijd beter dan 10. Ja. Maar welke 3? Dat maakt geen klap uit. Ja. Mooi is dat, hè? Dus het zegt wel weer wat van hoe lastig dat is om als team, zeg maar, ook. Ik bedoel, dat zijn de mensen die website maken en je bent daar dagelijks bij betrokken. Hoe lastig dat blijft om dat inzicht in de klant te hebben van wat echt welk en daar een goed gevoel van. En ook dat je het nooit als gegeven kan zien. Want ook al is het dan een reeks geworden bij ons, het hoeft niet voor iedere opdrachtgever te werken. Dus, nee, en dat vind ik het gave. Kijk, als psycholoog, dat er bakken met onderzoek is gedaan. Psychologisch onderzoek, nou, als het neurologisch onderzoek is, dan zijn het 5 of 10 proefpersonen. Dat is echt heel weinig. Maar als het een beetje sociaal onderzoek is, nou, dan zijn het 100. Of misschien een groot onderzoek zijn er 1,000 mensen onderzocht. Maar we hebben zoveel meer mensen online die. We hebben zoveel meer data. En dan ga je ook die subtiele verschillen zien. Dat je zegt, in onderzoek blijkt, social proof, hartstikke krachtig. Ja. Iedereen is daar gevoelig voor. Dat werkt bijna altijd. Ja. En dan ga je online en denk van, het werkt inderdaad wel heel vaak. Maar je zal maar net in die hoek zitten dat het niet werkt. Ja. Dat als jij een erotisch getinte website hebt en daar video's laat zien en mij vertelt hoeveel van mijn vrienden die video hebben bekeken. Ik hoef het niet te weten. Laat me dat soort dingen werken dan niet. Of bij een bank. Hadden we dat, volgens mij is de test van online duidelijk ook geweest, dat ze bij verschillende producten social proof hadden toegevoegd. Maar je hebt hypotheken, de grootste lening die je maar kan afsluiten, maar sociaal geaccepteerd. Yeah. Je hebt spaarproducten. Prima als je gaat sparen. Maar dat ik geld moet lenen omdat mijn koelkast kapot is, omdat mijn auto kapot is, omdat ik daar geld voor moet lenen, dat voelt niet zo lekker. Dat doet pijn. En dan zag je ook dat social proof goed werkte voor de sociaal lekkere producten, zeg maar. De dingen wat je deelt met je vrienden. Maar dat geld, daar werkt social proof ook niet voor. Dus als je dan allemaal dat soort dingen klakkeloos gaat toevoegen, dat maakt ons werk lastiger. Maar als psycholoog vind ik dat een hele leuke uitdaging. Ja, zeker. Absoluut. Best practices op een woord. Wat volgens mij op Conversion Hotel een keer niet gezegd moest worden. Elke keer als iemand best practice zei, dan. Ja, we hadden vanmorgen ook. Dat het inderdaad een beetje een vies woord geworden is. Maar volgens mij komt hij weer en dan is het weer een opkomst. Carl had het erover. Ja, er zijn gewoon wel best practices. Er zijn gewoon dingen die wel en niet. Ik zou niet gaan testen om je logo rechtsboven bijvoorbeeld te zetten. Weet je, het is een heel simpel voorbeeld. Maar dat zijn toch wel echt best practices. Ja, precies. Ga je toch wel tegen de verwachting in. Ja. Nou ja, maar je moest wel. We hebben ook een keertje formulieren getest.
dat als je daar een asterisk bij zet, wat betekent een asterisk bij een formulierveld? Ja, externe motivatie ten opzichte van intrinsiek. Ja, nou ja, dat je zegt in principe, dit is een verplicht veld. Ja. Dat voelt niet heel erg lekker. Dit is een verplicht veld, dit is een verplicht veld. Als je het weg gaat halen, als je het omkeert, is het wat vriendelijker. Ja. Maar het is wel een webstandard waar je mee aan het messen bent, zeg maar. Dus dat is niet heel erg lekker. Dus dat soort dingen moet je wel echt valideren. En we hebben ook gezien, bij de ene website werkt het wel, de andere website werkt het niet. Ja. Hey, we zijn bijna door onze tijd heen. Snel. Superleuk. Ja, drie kwartier gaat snel voorbij hier. Ja, willen jullie nog wat kwijt? Zijn jullie nog op zoek naar mensen? Ja, dat is een beetje ook het thema. Ja. Noem je vacaturesite? Ja, nou, momenteel niet, maar wel naar opdrachtgevers. Dus, Oh, kijk aan, dat kan natuurlijk ook. Ja, als je... Traffic.com/... opdrachtgevers. Dat is een vacature, dat doen we ook. Ja, nee, dat is altijd fijn om je portfolio uit te breiden. Hey, het is nog een sessie waar jullie aan gaan deelnemen vandaag. Ik zag dat Bart afsluit vandaag. Ja. Vind ik altijd wel interessant. Ja. Dus, en ING zag ik volgens mij ook staan. Dus allemaal in de grote zaal. Kevin Anderson, hebben we net gesproken. Die gaat ook spreken. Ja. Nou, veel plezier daarbij. Dankjewel. Dankjewel. Shirley van Adem en Joren van Gilst van Traffic Builders. Dankjewel. Beslissingen opzetten in jouw bedrijf? Dit is niet iets wat vanzelf gebeurt. Het begint met het neerzetten van een betrouwbaar proces waarmee je experimenten in de gaten kan houden, kennis kan delen en waarmee je iedereen binnen je bedrijf op de hoogte kan houden van de voortgang en de resultaten. Effective Experiments is het CRO-succesplatform waarin je al je gebruikersonderzoek, experimenten en rapporten kan vastleggen op één centrale plek. Start vandaag nog met het bouwen aan jouw optimalisatiecultuur met Effective Experiments. Een demo aanvragen doe je via www.effectiveexperiments.com. Ja, wij doen een... Vorig jaar was ik spreker. Hier. We gaan verder met Stefan van Ballengooien. We hebben Jurien Schouten van Vonk. En Melle schuift aan van Bol.com. Nou, doen jullie even een leuke test. Kunnen jullie jezelf horen als je in de microfoon praat? Kan iedereen de microfoontest even thuis mee horen? Hallo. Jawel. Top. Super gezellig. Yes. Hey, leuk dat jullie er zijn. Wat hebben jullie vandaag allemaal gedaan? Ja, veel talks geluisterd. Er zaten goede bij en, slechte. Minder goede bij. Vertel eens, Melle, wat was de beste talk? Wat was de beste talk? Oh, dan moet ik kiezen tussen jullie twee. Ja. Politiek correct antwoorden. Je staat ook mooi in het midden. Ja. Wat hebben jullie ervoor over? Ik kan gratis bier regelen. Oh, gratis bier? Dat klinkt nog beter. Kijk, de mixmaster. Ja. Wat waren de onderwerpen dan die je leuk vond? Nou, ik ben altijd heel fan van talks die gaan over copywriting. En hoe schrijf je persuasive copy op je platform of webshop. Dus ik vond de beide dames van Booking vond ik inspirerend. Ja. Het ging heel snel. Dus ik ging ook heel snel door hun slides. Maar het gaf wel, ze namen ons mee en eigenlijk de hele flow door van, het plaatsen van een booking. En op welke punten zij dan gebruik maken van persuasive teksten, maar ook... manieren om ervoor te zorgen dat je als klant echt het gevoel hebt dat jij in het middelpunt staat binnen de journey die je aan het doorgaat. Dus dat vond ik super interessant om te zien en hoe ze dat aanpakken. Ja, ja, ik vond het ook wel weer confronterend, omdat ik heb laatst alles voor mijn huwelijksreis geboekt via booking.com. En dan zie je toch alweer waar je allemaal op gepakt wordt, zonder dat je er altijd... Kijk, je kijkt als CRO wel een stuk anders naar websites en ook naar booking.com, want juist haal je daar veel learnings uit. Ja. Alleen nu werd je er toch ook alweer mee geconfronteerd, ja, hoe goed de copywriting soms is. Ja, dat is zeker weten. Ja, ik heb die talk zelf niet meegemaakt. Dat is mijn eigen voorbereiding. Maar wat mij wel opvalt, bij degene die ik wel bijgehoord heb, is dat er wel steeds vaker
om het om de klant gaat. Dat is gewoon de essentie van het werk wat we doen en van wie wij het doen, die toch al wordt aangeboord. Er blijkt een klant aan het einde van de datastroom te zitten. Ja, dat zou ik niet verwachten. Ja. Dat is wel degene die uiteindelijk ook dood op de plank zorgt. Ja. En vertel ons eens, Guido, hoe bepaalt het jou tot op heden vandaag? Ja, goed. Ik ben een staand bureau gewend, dus dit gaat prima. Geen kramp in je bovenbeen. Oh, trouwens, waar jullie nog niet aan mee hebben gedaan. We hebben hier een ABC-test. Oeh. Ja. Welke het zijn de paaseitjes. Nou, welke smaak denk je dat er in de rooie zit? Ja. Puur. Puur? Puur. Puur. Ja, het is een Tony's chocolade, want dat is natuurlijk rood, is melkchocolade. Iedereen weet het ook, hè? Iedereen. maar zou het gewoon een marketingtruc zijn van Tony's chocolade? Dat ze dat... Dat we het er nu over hebben. Ja, precies. Nou, het werkt dus wel. Ja, ik heb wel eens het verhaal... Ken je het verhaal of niet? Nee, vertel. Oh, het verhaal is... Oh, er is uitleg? Ja, er is serieus uitleg. Oh, want volgens mij, ze wilden... Ze steunen ook zeg maar, het doel vanuit zichzelf dat ze slavernij... in ieder geval wordt heel veel slavernij nog gebruikt bij het creëren van de cacao. Ja. En toen moesten ze, omdat er een film werd geïntroduceerd... Dan wilden ze graag een statement maken, moesten heel snel chocolade ontwikkelen. Ja. En het enige wat er nog was, waren de rode wikkels. En ze hadden melkchocolade geproduceerd. Dus hebben ze dat toch maar gedaan... voor time being. En vandaar dus dat de melkchocolade in de rode wikkel zit. Ja, en het is gebleven, want het is echt wel nu een beetje een marketing ding geworden. Maar dat was wel het punt waarop het is ontstaan. Ja, we hebben eindelijk uitleg. Eindelijk. Oh. Weer een vraag de wereld uitgeholpen. Ja, dat is lekker. Ja. Nu nog de levensvraag. Hey, Melle, we hadden vanmorgen ook iemand die zei... dat is leuk, al die copy dingen die Booking doet... maar ze zijn wel heel erg aan het, ik wil zeggen, bijna mierenneuken. Het zijn wel allemaal hele kleine dingen die ze aan het testen zijn. Maar geen spannende dingen. Het zijn geen grote dingen die ze aan het testen zijn. Je zou juist, als Carl, je zou juist die grote dingen moeten gaan testen. Nou ja, dat was ook de strekking van het verhaal van Leaseplan zojuist. Pak de epics op en niet de stories, zoals hij dat omschreef. Ja, van Michiel Jansen. Ja, en daar... ben ik het volledig mee oneens. Ja. Want wat mij betreft, juist... en het ligt natuurlijk aan de hoeveelheid traffic... en de hoeveelheid orders die je op je platform hebt. Ja. Maar juist de kleine toevoegingen in de journey... om uiteindelijk ervoor te zorgen dat je klantgedrag daarmee kan beïnvloeden. Dat blijkt keer op keer weer. En ook op het platform bol.com waar ik met mijn team AB-testen op uitvoer. Die blijken gewoon enorme impact te hebben. En dat gaat van microcopy tot het kleine toevoeging, kleine nuanceverschillen in het doen van in de copy, hoe je die formuleert. Die hebben gewoon enorme impact. Dus het oppakken van epics, ja, het is natuurlijk ook belangrijk om af en toe grote veranderingen te implementeren. Maar echt, volgens mij is echt de basis en de hart en ziel van het doen van conversieoptimalisaties om vooral ook te kijken naar incrementele kleine verbeteringen om uiteindelijk toe te werken op basis van testen die je doet en vervolgtesten die daaruit voortvloeien. Om te zorgen dat je binnen een concept wat je aan het testen bent naar een lokaal maximum gaat. En zo proberen om eigenlijk de rek uit een bepaald element door het doen van zoveel mogelijk AB-testen daarop eruit te halen. Oké, Jurjen, hoe doen jullie dat bij Fonk? Dat was een lange tijd ook wel mijn visie, zeg maar. Je doet de meeste impact met grote tests die goed onderbouwd zijn. Alleen, dat gaat ook heel veel tijd in zitten. Dus wij hebben toen een beetje het principe van online dialogue omarmd. Van gewoon zoveel mogelijk, zo snel mogelijk testen binnen je bandbreedte. Dus wij zijn ook gaan Zoals Tom van den Berg vandaag zei, gisteren in de podcast, gas op die lolly. Ja, gas op die lolly inderdaad. Dus wij zijn ook wel meer gewoon de kleinere dingen aan het testen. Gewoon puur omdat we dan testdata hebben staan. En ook al vaker gehoord vandaag, het voorspellen van het resultaat van de test, dat is gewoon niet te doen. Heel vaak denk je, ik heb nou een winnaar te pakken, maar het is niet waar. Dus de kwantiteit bepaalt ook gewoon het succes van je programma. Dus ja, je kan wel heel erg gaan inzetten op grote verbeteringen, maar ja, in mijn ervaring kosten zulke verbeteringen meer tijd. Omdat het moet langer voor ze klaar zijn, omdat ze onderbouwd zijn. Dus kan je beter ook gewoon veel tijd steken in het gewoon testen. Ja. Kleinere dingen, ja. Ja, het is soms misschien ook wel goed om juist een hele set aan kleine testjes te doen. Om vervolgens weer een nieuwe standaard neer te zetten. Dus dat je dan een volledig redesign op basis van de test die je in het verleden hebt gedaan neer te zetten. Ja. Denk ik. Ik ben trouwens super onaardig geweest net. Ik heb jullie jezelf niet laten voorstellen. Zullen we een klein rondje doen? Oh. Ik ben Steven van Ballengooi. Ik werk als conversiespecialist. Wat
Althans, ik heb gehoord dat conversie niet altijd weer het goede woord is vandaag. Nee, CXO. CXO specialist. Ik dacht voor de podcast doe ik gewoon C, dan een vraagteken of gewoon een sterretje. Ja, ja. Om veilig te zijn dan O. Ja. Nou, CRO, ik noem het gewoon nog steeds conversiespecialist bij Allianz. Verzekeringsbranche werkzaam en fantastisch om te werken. Melle? Melle Moorman. Ik leid het CRO-team binnen bol.com. 2 jaar geleden opgestart en ik ben sinds 1 januari product owner geworden van een team dat de geweldige naam heeft Team Persuasion. En daarmee ben ik met mijn team verantwoordelijk voor persuasive features op ons platform. Ja. En ik ben Jurriën Schouten en ik werk sinds 2010 bij Volk en sinds een jaar verantwoordelijk voor de UX en CRO met mijn team. En jullie werken dus allemaal niet voor een agency, maar voor eindklanten. Ja. Yes. Een van de stellingen van vandaag. Het bedrag moet je even... Maar je krijgt een groot bedrag. De bedraginstelling was een ton. Je krijgt er morgen een ton bij aan jaarlijks budget. Waar geef je het dan uit? Jurriën. Ik zou... Goeie vraag. Ik zou het hele... Ik zou verder kijken naar mijn eigen team, maar ik zou mensen aannemen. Ik zou het team voor product development binnen Vonk uitbreiden. Waar we nu 1 product UX team hebben, zou ik opteren om... Ja, uiteindelijk naar een groter team te gaan waarbinnen conversie geen gecentraliseerd gebied is, maar waar het overheen teams zit. Ja. Maar ik zit zeker in de mensen zoeken. Ja. Oké, okay. Mensen? Melle? Ik volg jouw redenering wel enigszins, maar ik zou toch in middelen stoppen. Momenteel zijn wij binnen bol.com met mijn CRO-team aan het nadenken over hoe we andere scrum teams meer ook een CRO-mindset kunnen geven. En daar de culture of experimentation, dat precies, thema van vandaag. Precies. Ja. En daar zijn we een groot aantal initiatieven voor aan het bedenken hoe we dat zouden kunnen bewerkstelligen. En daar denken we ook wat middelen voor nodig te hebben. Dus we zitten te denken aan meer team dashboards op schermen. Het hebben van een wisselbeker. Gewoon om ook de fun er enigszins in te brengen. Zodat ook de... zodat het ook leuk wordt voor andere teams om bezig te gaan met het zien van verbeteringen en het doen van kleine testen. En om ze vervolgens daar ook daar inzicht op te kunnen geven en ook voor kunnen te belonen. Melle heeft die, je noemde net een wisseltrofee. Ik heb ooit bij een talk van Jurriën geleerd de A. Nee, wat is het ook weer? Ik weet van het A naar beter. Oh ja, ik weet het A beter award. Hij werkt goed. Ja, ik heb hem onthouden, dus dat is heel goed. Maar heeft hij bij jullie ook nog een naam bij bol.com? Zover zijn we nog niet. Oh, dus, dat is pas als hij die ton krijgt. Ja, als hij die ton krijgt. Dan ga ik pas lopen. Precies. Ja, ja. Voor minder noemen we het niet. Nee, heel goed, heel goed. Nee hoor. Maar waar zou je het dan uitgeven? Nee, ik zou net als Jurriën zou ik ook investeren gewoon in mensen. Ja. Juist, ik zie bij Allianz ook heel veel capaciteit die we eigenlijk nog onbenut laten. Dus testcapaciteit die we nog beschikbaar hebben. Ja. En ik kan het niet alleen allemaal. En mochten er nog een paar bij komen, dan heel graag. Ja, er heeft nog niemand vandaag tooling geantwoord. Of tenminste, dashboards, dat is niet echt tool. Maar dat is echt niemand die een extra tool gaat kopen of AI dingen gaat doen. Of, het is allemaal, of mensen, of inderdaad, nou, ik vind het eigenlijk meer educatie. Zeg maar hoe je het inzet. Ja. En een soort van teambuilding binnen het hele bedrijf. Ja. Ja, en ik heb net geleerd bij Carl, wat was het ook weer? Full with a tool. Is telefoon. Ja, is telefoon. Ja. Dus ja. Daar houden we het dan maar op. Ja. Wat hebben jullie nog meer geleerd vandaag? Nou, ik heb wel geleerd... Of wat is je opgevallen? Wat me opgevallen is, ik zat net bij de talk van Umix. En dat is ook een partij waar Allianz mee samenwerkt. Ja. Maar die staan hier vandaag dus ook met een presentatie. En die haalden een Allianz voorbeeld aan. En dat vond ik... die ging ook... ik had mijn talk over usability. En toen dacht je, hey, jullie hebben een NDA. Jullie hangen. Ik zag mijn eigen foto terugkomen op de plaat. Ja. Dus dat vond ik wel... GDPR eroverheen, GDPR, gaat lekker. Ja, de brons stond er niet bij, dus dat... Maar dat vond ik dus wel opvallend en leuk om te zien dat zo hoor je nooit wat van Allianz. We hebben een naamsbekendheid van spontaan 2% en zo hoor je op zo'n event toch meerdere keer Allianz voorbij komen. Ja? Dan word ik wel een klein stukje blijer. Dan weet ik dat de CRO-cultuur steeds meer aanwezig is. Maar laat ik het anders zeggen, wat is je inhoudelijk opgevallen? Inhoudelijk, ja... Inderdaad, wat we aan het begin eigenlijk al zeiden, is de klant centraal. En, het is misschien een heel simpel antwoord, maar het is wel wat je
wat je heel snel ook vergeet. Weet je, je verzandt heel vaak in discussies over moeten we dit in de datalayer zetten of gaan ze maar door. Maar soms vergeten we het essentiële. En dat is, het draait gewoon om klant die uiteindelijk, wat Jurgen net zei, ook onze boterham betaalt. En ik denk dat me vandaag ook alweer eventjes helder is geworden. Het draait om de klant. Okay. Wat ik ook wel mooi vond, het draait inderdaad om de klant. En vooral ook ga gewoon gasten op met die lolly. Dat was een van de uitspraken. Ja. Ga gewoon aan de slag. Ga niet lopen verzanden in allerhande discussies over welke analysemethode moeten we gebruiken. Hoe moeten we niet succesvolle testen interpreteren. Ik kwam vanmiddag nog een blogpost tegen op LinkedIn. Vond ik wel interessant. Het ging over failing tests. Waarin werd gezegd, oké, pas als je failing tests hebt, dan ben je echt aan het leren. Want dan stel je jezelf binnen het team de vraag waarom. Waarom werkt de variant die we hebben bedacht onder de hypothese die we hebben gesteld niet? Ja. En in die blogpost vond ik het interessant. Werd gezegd, ik weet even niet meer van wie die was. Maar daar stond beschreven, op het moment dat wij een test, dat er een test is die waarbij de control de winnaar blijft, of de winnaar is, gaan wij niet discussiëren binnen het team waarom. Proberen het waarom te verklaren, waarom de variant die bedacht is niet heeft gewonnen. Maar meteen met dat resultaat een user test in. Een kwalitatieve user test, okay, om te achterhalen wat uiteindelijk ervoor heeft gezorgd dat de AB-test die is gedaan niet succesvol is gebleven. Ja, dus je probeert het niet te redeneren, maar je gaat gewoon direct terug naar de klant. Gewoon meteen volle bak door en vervolgens daar weer learnings uit halen en dat we in een nieuwe hypothese gieten en weer door gaan testen. Dus een goede loop tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Ja. Je zoveel dingen uit die uit pure kwantitatieve data niet haalt. Sinds wij gestart zijn met user test, ik heb het net over gepresenteerd. Eén, veel meer verbinding tussen de verschillende afdelingen en we praten met z'n allen over de klant. En twee, je haalt AB-test ideeën op, omdat je gewoon klantgedrag ziet. En je hoeft niet altijd te geloven wat ze zeggen, maar wel wat ze doen. Dus dat heeft in ieder geval voor mij persoonlijk al het bewijs geleverd dat je user test sowieso nodig hebt om je CRO-programma te verbeteren. Maar ook om je designs gewoon beter te onderbouwen. Als er nu mensen zitten te luisteren, denken ja shit, dat moeten we eigenlijk ook doen. Ja. Maar ja, potverdorie, een usability test. Dan moet ik, waar haal ik die mensen vandaan? Dan moet ik zeker een lab hebben. Moet ik ook nog eye-tracking software en hardware gaan fixen natuurlijk. Het kan al voor 0 euro, hè? Kop jij deze? Ja, ik kop hem wel in, hoor. Alsjeblieft. Wat wil je als eerste horen, Guido? Nou ja, waar moeten deze mensen beginnen? Ja, nou, in principe qua respondenten. Ik heb hetzelfde probleem. Ik had uiteindelijk bij Allianz geen budget om user tests te doen. Ik had heel mooi een kostenplaatje van A tot Z van 11.000 euro. Die kreeg ik helaas niet. Dus ik ben verder gaan kijken. Ik moest creatief denken. En we hebben binnen Allianz 1200 medewerkers. En ik heb bij HR een bestand opgevraagd met alle e-mailadressen van de medewerkers die ik zo waar heb gekregen. Heb ik door ons grafisch vormgever ook nog een logotje laten ontwerpen met een prachtige hessenpan. En dat we iets met een, ik had het genoemd Allianz Customer Experience Lab. Had ik een mooi mailtje getikt met wil je meedenken over wat we eigenlijk naar onze klanten sturen en wat onze klanten zien. En daar werd zowaar door meer dan 200 collega's gereageerd. Die ik dus eigenlijk als een soort testdatabase 1 op de 6, netjes. Mensen heb gezet. En uiteindelijk heb je, volgens Jacob Nielsen, 5 mensen nodig om 80% van je usability issues boven water te krijgen. Maar het waren wel collega's natuurlijk. Het waren collega's, dat klopt. Alleen ook omdat we bij Allianz zo'n breed palet hebben aan producten, liet ik dus mensen van bijvoorbeeld de schadeverzekering iets van pensioen testen, die eigenlijk totaal geen verband met elkaar houden. En of een knop werkt of niet, dat kan ook of dat nou een medewerker is of iemand uit de doelgroep. Ja, ik wil wel toeleggen, en dat zul je bij alle onderzoeksmethoden weten of hebben, dat iemand zegt, ja maar, dat zeg ik, ja maar dat zijn collega's. Uh-huh. Of ja maar, het zijn er maar 5. Uh-huh. Of ja maar, tot die specifieke doelgroep. Of die zijn helemaal niet klant bij ons. Dat heb je bij alles heb je dat. Dat heb je ook bij Google Analytics. Ja. Dat heb je bij gebruikersonderzoek. Dat heb je bij surveys. Dat heb je bij alles heb je dat. Dat besef moet je hebben. Want het is altijd wel wat aan te merken op jouw onderzoeksmethode. Maar het gaat juist om die mix. Dat je en naar Google Analytics kijkt. En die survey doet. En dan krijg je dat. En dan
vallen hopelijk, die nadelen vallen weg. Dan krijg je wel een goed overall beeld. Ja. Ja, en het is ook denk ik een stukje natuurlijke weerstand van mensen. Oh, die is wat aan het testen. En stel je, daar ben je zelf bij betrokken geweest bij het ontwikkelen van het prototype of bij het product zelf. Zeker. Dan vinden ze dat verschrikkelijk als ze horen dat de klant het niks vindt. En daar probeer ik op de goede manier mee om te gaan en ik denk dat het best goed lukt. Ja. Het kan wel confronterend zijn inderdaad, maar aan de andere kant is het ook weer munitie om de boel weer op scherp te zetten. En te zeggen van jongens, ja, de vorige keer hebben we iets gemaakt wat misschien niet zo handig was. Maar ja, dat hebben we weten te voorkomen dat het live ging. Dus nu kunnen we dat niet nu gewoon meenemen in de volgende user test. En dan kunnen we kijken hoe het deze keer gaat. Ja. Ja, ik heb informatie voor jou als designer waardoor jij je werk veel beter kan doen. Ja. Moet het een beetje verkopen. Die mensen lopen hier beneden. Ja, heel goed. Ja, en ik had het van de week met Tom van den Berg over in de podcast. Dat vond ik wel interessant. Die hadden het over hierarchy of evidence. Om daar heel erg bewust mee bezig te zijn. Mm-hmm. En dat is een piramide. Met aan de onderkant van de piramide is eigenlijk een soort expert review. Dat is de laagste vorm. Hippo staat er niet onder. Die staat er niet op, maar die zit daaronder, denk ik. Ja. En dan ga je opbouwen van oké, we hebben wat de algemene externe studies, craze reports. En bovenaan staan zeg maar cohort studies. Daarboven randomized controlled trials, dus AB-testen. En helemaal bovenin staan systematic reviews en meta-analysis of meerdere randomized trials die je doet, meerdere AB-testen die je doet. Op die manier. En hoe hoger je in de piramide zit, hoe lager je risk of bias. En hoe hoger je quality of evidence. En gewoon hoe meer informatie je hebt vanuit meerdere bronnen, hoe beter. Hebben jullie het gevoel dat jullie bedrijf dat ook zo ziet? Jullie medewerkers, zeg maar? Of hebben die ander beeld bij die? Nou ja, die kennen geen piramide. Nee. Alleen de piramide van Maslow, denk ik. Ja. We hebben het net ook al een paar keer gehad. Dat heeft het deels mee te maken met de KPI's die je stelt. Dat het ontzettend lastig is voor veel bedrijven om goede KPI's te stellen. Die ook echt bijdragen aan het bedrijfsresultaat. En niet dat je daardoor juist oogkleppen op krijgt. Van oké, wij moeten meer traffic. En we hebben nu toch meer traffic. Dat het daar stopt, zeg maar. En dat het eigenlijk zou het laatste punt moeten pakken. Die lifetime value, daar gaat het om, zeg maar. En als je dat niet hebt, de stap ervoor. Als je dat niet hebt, de stap daarvoor. Maar eigenlijk zou alles daaraan gerelateerd moeten zijn. Ja, het zijn hoe wij ermee omgaan. Wij zijn een klein team. Dat betekent dat we best wel flexibel zijn in wat we doen. En onze belangrijkste KPI's zijn conversie. En het optimaliseren voor conversie. Nou, dat is natuurlijk heel breed. Want elke AB-test die je draait, die wordt richt zich op één specifieke conversie van die AB-test. En in die end moet het allemaal meewerken aan de uiteindelijke conversie. Nou goed, lang van kort. Maar wij, doordat wij andere methodieken als user testing hebben geëmbed in het proces, weten we wel beter welke methodes we moeten inzetten om om bepaalde validaties op te halen eigenlijk. Hoe zit dat embed in het proces? Hoe ziet het eruit? Waar we voorheen eigenlijk een idee hadden, dat gingen ontwikkelen. Of idee, design, ontwikkeling, AB-test, release, hebben we het user testen in het proces verweven. Dus een idee wordt in een prototype gegooid, dat gaan we user testen. Vervolgens als we denken dat we daar het maximaal uitgehaald hebben, dan moet het nog gebouwd worden. Nou, die designers spreken ook niet altijd dezelfde taal als de developers. Dus als het eenmaal in acceptatieomgeving staat, dan zijn we het ook nog wel eens aan het user testen om er zeker van te zijn dat we geen dingen gemist hebben. En dat het geldt voor prototypes, maar dat geldt ook voor AB-tests die we gebouwd hebben. Waarvan we denken van, misschien moeten we dit nog eerst verifiëren voordat het in een AB-test gooit. En hoe pakken jullie altijd die user research aan? Want uiteindelijk, wij zijn ooit begonnen met medewerkers. Tegenwoordig halen we ook wel echte klanten naar binnen. Ik ben wel benieuwd, ik heb net niet bij je talk gezeten, maar ik ben wel benieuwd op welke manier jullie dan user tests aanpakken. Wij zijn begonnen met een poll op bedankpagina. Eigenlijk Hotjar recruiters aan te zetten op de bedankpagina. En gewoon mensen te vragen, hey, zou je mee willen helpen met de website te verbeteren? We hebben klantonderzoek op ons kantoor in Utrecht op 2 dagen. Schrijf je vrijblijvend in. En je ziet, als wij zo'n poll 2 weken aanzetten, komen er 300 respondenten op af.
Maar ja, er zit ook een incentive en hangt eraan vast natuurlijk. We zeggen wel, als je meedoet, dan krijg je een giftcard van 50 euro. Maar die kregen ze niet. Ja, die kregen ze wel. Alleen als je meedoet, zeg maar. Maar daarvoor moet je wel naar Utrecht komen. Vergoed je reiskosten niet. Oh, ja. Maar en ze weten natuurlijk wie je bent. Ja, dat wel. En dat soort dingen. Ja, maar alsnog... Ja, zeker. Nou, bijvoorbeeld als we tijdens zo'n user test, er zitten ook mensen van klantenservice bij. Voordat we zo'n sessie gaan houden, vragen we ook... Gaan we eigenlijk kijken wat de achtergrond van hun klant is. Wat is de orderhistorie? Heb je toevallig al problemen gehad met Vonk? Dan heb je gewoon iets meer achtergrondinformatie. Ja, ja. Maar wat je dus niet hebt, is echt nieuwe inzichten van klanten die jou nog helemaal niet kennen. Oh, dat is ook wel nice. Gewoon specifiek klanten uitnodigen die een issue hebben gehad met, met je klantenservice. Ja. Met waar iets mee was. Ja, bijvoorbeeld. Ja. En die geven je dan een bon van 100 euro in plaats van 50 euro. Testen. AB-testen, kies maar. Oh ja, kies maar. Ja. Of wil je het product toch hebben? Ja. Ja. Ja, goed. Hey, zijn er nog sessies die jullie vandaag gaan bijwonen? Zijn er nog sessies vandaag? Volgens mij start er nu zo ongeveer weer eentje. Van Kevin. Kevin van ING. Ja, Kevin Anderson. Ja. Dat en dan was... hebben we tenslotte Bart een shoot natuurlijk. Ja. Waar ze Bart het vandaag over hebben. Zou die Eva weer meegenomen hebben? Zijn hoofd, zeg maar. Zijn brein. Weet niet. Ongetwijfeld. We gaan het zien. Hey, andere stelling. Van Rick Wij. Als een bedrijf 10% van zijn jaarlijkse online advertentiebudget gebruikt om website performance te optimaliseren, bijvoorbeeld de snelheid van de website of CRO, dan zou je het resterende budget kunnen halveren voor hetzelfde netto resultaat. Zo. Ja, die is diep. Ja. Het ligt eraan wat de performance van je website is. Ja. Maar het hangt ook een beetje van de performance van je website af. Ik weet dat bij Allianz hadden we een van onze toolings waar je een arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt afsluiten. Die was dusdanig ook langzaam dat we daar ook een performance slag overheen hebben gedaan. En dat heeft echt wel de conversie een boost gegeven. Maar als je kijkt naar meer onze website, gewoon allianz.nl, daar speelt het minder. Dus ik weet niet of je dan... Of dat dan dezelfde netto resultaat uiteindelijk oplevert als je daar 10% in stopt. Ja. Uiteindelijk is het natuurlijk wel zo dat een snel ladende website of webshop converteert gewoon beter dan een trager ladende. Ja, ik denk dat zijn onderliggende vraag of idee is dat bedrijven dat de verhouding een beetje zoeken is bij de meeste bedrijven. Dat er veel meer gaat naar traffic. Ja. Dan dat er gestopt wordt in het verbeteren van de ervaring. Wat ik wel mooi vind aan snelheid en performance, is dat je dat een manier kan zijn om binnen Scrum teams bijvoorbeeld developers ook veel meer zich eigenaar te laten voelen van de conversieverbetering van een platform. Als je zegt, oké, beste developer, wij challengen jou of jullie om ervoor te zorgen dat we JavaScript zoveel mogelijk proberen te minimaliseren qua inladen. En ga ze op zoek naar manieren om de snelheid van de website te verbeteren. Ja. Omdat dat gewoon een enorm effect op conversie kan hebben. Ja. En dat tegelijkertijd een topic is waar eigenlijk met name developers zich daar een hele belangrijke rol in kunnen spelen. Zijn dat ook wel toffe manieren, denk ik, om er zo voor te zorgen dat je Scrum teams ook veel meer zelf enabled en zelf probleemeigenaar laat voelen van het doen van conversieoptimalisatie. Ja, je zet ze volledig in hun kracht. Ik herken het wel inderdaad. Een van onze developers in onze tooling hadden we bijvoorbeeld nog in de JavaScript ook, kwam er nog een stuk Hebreeuwse tekst terug, die uiteindelijk ook voor heel veel voor extra laadtijd zorgde. Maar dat laat wel zien inderdaad, als iemand daar, zo'n developer er zelf mee aan de slag gaat en zelf eigenaar voelt, ook van het verbeteren van die snelheid, dat is echt dat is key in een verbetering van je performance. Zeker. En mijn ervaring is dat ook zo, zeker als je begint, dat het handig is om vriendjes te worden met een development team. Ook omdat zij moeten vaak je testen maken, of in ieder geval zeker als het backend impact heeft. En in het begin loop je een beetje het risico natuurlijk dat zij denken van, oh, maar dat is extra werk. En dan gaan we testen maken. En dan heb je ze misschien al verteld dat 1 op de 5 of 1 op de 10 testen pas een succes is. Dus dan denken ze, oké. Dat dus moet dan je ben je 90% van de tijd bezig met iets wat niet doorgevoerd wordt. Maar na een tijdje komen ze er als het goed is achter dat, oh ja, maar die testen zijn heel simpel te maken. En dat project van 3 maanden waar ik net aan gewerkt heb, dat is dat gewoon live is gezet zonder te valideren. En waar de manager ineens boos over is, want het werkt niet. Dat heb ik ook voor niks gedaan. Dus dan...
helpt het wel, dan vinden ze dat ineens een stuk leuker om testjes te gaan doen. Ja, het scheelt dat wij met een externe partij werken voor development. Dus dat we gewoon uren hebben. Ja. Dus ik kan gewoon zeggen, ik wil gewoon voor. We hebben gewoon vast uren gereserveerd voor onderhoud en maintenance. En daar zit ook performance in. Mm-hmm. En voor grotere projecten, die in principe niet per se op mijn bordje vallen. En gewoon gereserveerde tijd voor improvements en alle optimalisaties. En die zijn. Okay. Dus gewoon een fix aantal uren voor CRO, zeg maar. Ja. Hebben jullie dat ook bij Bol? Bij ik heb het geluk dat ik een developer heb die ik dedicated voor CRO kan inzetten. Ja. Dus dat is super chill. Ja. 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 Ja, dat is bij ons nog wel eens wat beperkt. Het gaat ook vaak op toch weer in andere trajecten. Van dingen die toch weer uitgevallen zijn. Waardoor ze zeggen van ja, de development capaciteit moeten we toch doorschuiven. Ondanks dat je in een scrum team samenwerkt. Waarbij ze zeggen, hey, dedicated time gereserveerd voor development. Zeggen ze dan toch in de prioriteitencommissie die daar dan weer boven valt. Ja. We gaan de development capaciteit anders besteden. Ja, dat had van de week ook met Tom over. Die hierarchy of evidence waar we het net over hadden. Eigenlijk zou de backlog daarop geprioriteerd moeten worden. Ja. Of in ieder geval, het zou een factor moeten zijn in die prioritering. Ja. Het is leuk dat jij die functionaliteit live wil zetten. Dat is hartstikke tof. Maar waar komt het idee vandaan? En hoe hoog op die schaal zit jij, zeg maar? Ja. En dikke kans dat jij hoger zit op die schaal. Ja, nou, volledig mee eens. Alleen vaak leggen ze dan een soort van het wetboek erbovenop. En dan zeggen ze, het is volgens de wet dit, dat. En dat, nou ja, dat is, blijft vaak ook een issue binnen de financiële dienstverlening. Ja. Om dat wetboek wat heel veel soort van mazen ook nog in de wet heeft. Om dat te triggeren. En dat ook eens even te prikkelen met de onderzoeksdata. En dingen die je uit de user test haalt. Hebben jullie daar, vragen jullie drie. Hebben jullie daar vaak last van dat er dingen zijn die je niet kan of mag testen? Ja, heel veel. Ik heb van vorig jaar een voorbeeld. Toen hebben we, bij Centraal Beheer gezien. Voor die tool die ik eerder ook al aanhaalde voor onze arbeidsongeschiktheidsverzekering. Daar hebben we een verplichte kennis- en ervaringstoets. En we zagen dat een enorme drop-out. Dus 50-70%. Ik ben gaan kijken van, waar is dat dan? En het model van Fokker bijgepakt, ook met motivatie en ability en die trigger. En toen kwam er iemand van Egon, nog wel te verstaan. Die kwam met het idee, bij Centraal Beheer hebben ze de Hypotheek Academy. Want daar moet je ook een kennis- en ervaringstoets doen. Misschien is het wat om zoiets te implementeren ook voor jullie arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dus ik ben aan de slag gegaan met een AOV Academy. En die heb ik samen met een productmanager ontwikkeld, waarbij feitelijk de antwoorden op de kennis- en ervaringstoets daarin stonden, maar dan mooi verwerkt in wat langere teksten. En die test heb ik toen uiteindelijk geïmplementeerd, zonder dat ik eigenlijk daarvoor, want ik voelde me al aankomen dat niet zou mogen, heb ik op de kennis- en ervaringstoets laten plaatsen als notificatiebar bovenaan. En die zorgen ervoor uiteindelijk 24% meer aanvragen. En een succes, waardoor ik het dus toch genoodzaakt was om breder te communiceren dat we dit hadden getest. Ja. Maar inmiddels staat die test weer uit en mag die helaas niet geïmplementeerd worden. Ja. En een alternatief die daar die richting op gaat, wordt daar ook over gesproken? Over gesproken, maar tot nu toe word ik daar van het kastje naar de muur gestuurd. En maakt mij een beetje verdrietig, juist omdat we daar tonnen laten liggen. Maar ja, toch blijven bevechten. Ja. Nou, kijk, ik vind soms wel dat je als CRO-specialist, ik vind het aan de product owner, zeg maar, uiteindelijk om te beslissen, gaan we iets doorvoeren of niet. En dat heeft ook met een AB-test heeft ook zijn limitaties. Ja. Je kan niet. Het heeft ook met de strategie van je bedrijf te maken. Van oké, deze test laat zien dat we veel meer deze doelgroep aanspreken. Ja. Maar strategisch hebben we net beslist, dat willen we eigenlijk niet. We willen de andere kant op, prima. Maar één, zeggen dat we iets niet kunnen testen, dan gaan de haren bij mij al recht af. Zeg maar. Ik wil, of dat de brandpolitie langskomt, die kleur hoort er niet bij. Dus dat niet, niet die kleur. Ja. Maar ik wil het wel gevalideerd, ik wil het wel testen. Dat je het niet doorvoert, vind ik prima. Ja. Daar kan ik mee leven. Ja. Tenzij we een jaar lang met tientallen testen aankomen, dat zeggen van, maar dit werkt gewoon niet. En dit is wel voor onze doelgroep. En jij wil het maar niet doen, maar dan moeten we toch eens even om tafel gaan zitten en een serieus gesprek voeren van, prima dat je dat niet wil doen, maar je hebt ook vaak hetzelfde team die bepaalt van, dit is onze doelgroep. Die matchen niet met elkaar. Nou, je ziet er bij ons ook wel eens dat we testen doen met design changes die niet volledig in lijn zijn met onze design systeem of met style guides. Ja.
Waarbij we dan op voorhand wel een discussie, flinke discussie hebben met design. Maar waarbij we ook vaak proberen te beargumenteren. Oké, laten we nu wat we uiteindelijk willen leren, wat het effect is als we een wijziging doorvoeren. En als hij, oké, hij is dan niet direct in lijn met de style guide, maar laten we in ieder geval proberen dat lerende effect te behouden. De AB-test live zetten, kijken wat het doet. En als het daadwerkelijk klantgedrag beïnvloedt, zet hem niet 100% live, maar geeft dat in ieder geval voeding om een style guide proof variant van de winnende test op te leveren. Dus en het is hopelijk ook impact of informatie voor je designers van oké, ja. dit zou toch misschien beter kunnen. Ja. Nee, maar ik heb er in principe geen last van. Wij kunnen alles testen. Goed zo. Als ik wil. Het is meer dat wij juist, omdat de testing ook in het product team zit, zeg maar, en dat het enige team is in Vonk wat aan development doet en aan de voorkant, zeg maar, front-end development doet en aan optimalisaties, is het eerder zo dat een ander team iets geïmplementeerd wil hebben, wat dan bijvoorbeeld volgens een nieuwe brandlijn is of noem maar op. En dat wij dan juist wel de positie hebben om te zeggen van ja, dan gaan we niet live zetten. Als we dat gaan doen, dan gaan we dat testen. Dus wij zitten een beetje meer in die andere kant, wij kunnen dingen wel tegenhouden, zeg maar. En ervoor zorgen dat we gewoon gaan testen. Wat ik wel fijn vind, maar aan de andere kant denken, ja, hoe goed is het onderbouwd en dat gaat het kosten van mijn andere testcapaciteit. Ja. Dus ja. Bij ons kunnen we in principe ook alles testen. De enige restrictie die we hebben, omdat wij een platform zijn met meer dan 20.000 externe verkopers, zijn er een aantal legal richtlijnen. Op het moment dat je een buy button geeft aan een plaza verkoper, zo noemen we dat binnen bol.com, ja. Dan zijn we verplicht toe om de naam van welke verkoper het is bijvoorbeeld bij die koopknop te tonen. Dus dat is zo ongeveer de enige restrictie waar ik mee te dealen heb. Ja. Dus het is heerlijk om los te kunnen gaan, inderdaad. Ja. Nou ja, soms heb je natuurlijk ook restricties, gewoon de afspraken die je hebt met externe partijen. Van dit hebben we met die partij afgesproken. Ja, dan kunnen we een test doen die banner weghaalt. Maar als we dat eenmaal met die partij hebben afgesproken, dan is dat fijn. Sure. Maar dan kun je het nog wel testen. Waarschijnlijk moet je misschien niet op 100% testen. Maar als je genoeg sample size hebt om het op 10% te zetten, test het op 10%. Dan weet je in ieder geval wat er gebeurd is. En is die partij nog steeds happy en jij hebt je learning binnen. Dat zou heel fijn zijn. Een vraag die vaker naar boven is gekomen vandaag ook, is diversiteit. Jullie hebben alle drie, werken jullie voor een partij met behoorlijk wat traffic natuurlijk. En een enorm divers publiek in in de mensen die je naar je website trekt. Als voorbeeldje haalde ik eerder al aan dat Sociaal-Economische Raad kwam vandaag met cijfers naar buiten. Hoorde ik vanmorgen op BNR dat er 2,5 miljoen volwassen Nederlanders laaggeletterd zijn. Om maar een voorbeeldje te noemen van beperkingen die je kan hebben. Dat staat niet in je Google Analytics. Nee. En daar zie je die issues. En dan zit je met een vaak wat hoger opgeleid team. Ben je aan het brainstormen of ben je ideeën aan het opdoen van oké, wat zijn dan de varianten die beter kunnen? En als je op je website een poll live zet, zijn misschien juist die mensen die daar buiten vallen, zeg maar, die dat dan weer niet invullen. En dat is een hele lange introductie om je te vragen, hoe ga je daarmee om? Hoe ga je daarmee om? Ja. Nou ja, het is natuurlijk enorm van belang dat je goed, zeker met je communicatie, dat je ervoor zorgt dat je dat taalgebruik hanteert. Waarmee je heel Nederland en in ons geval ook Vlaanderen goed kunt bedienen. Ongeacht het opleidingsniveau van bezoekers die je op je platform laat komen. Dus dat is gewoon. Dat zijn richtlijnen waar al onze copywriters zich volledig van bewust zijn. En op die manier ook die proberen daar te handhaven. Ja. Ja. Dus heb je een bepaalde checklist of zo die ze moeten nagaan? Of richtlijnen? Of hoe? Heel eerlijk bekennen. Ik stel vaak de vraag, mag ik 10 varianten van deze, deze copy? En dan krijg ik netjes varianten terug. Ja. Welke checklisten en hoe die checklisten eruit zien. Ja, maar goed, die zijn er dus wel. Ja, dat is wel. Ja, en bij ons ook. Kijk, juist de verzekeringsbranche staat niet bekend om die Jip en Janneke taal.
Dus wij hebben ook echt wel, zijn we ook wettelijk verplicht geweest om destijds de hele trajecten... De hooggeletterden vinden het bij jullie al moeilijk, zeg maar. Ja. Dan moet je een beetje het C1-niveau, dan kom je er net doorheen. Ja. Nee, maar we hebben echt trajecten, ook echt sprints gehad, waarbij zowel voorwaarden, maar ook website teksten volledig zijn herzien. Ook met gebruikersgroepen die ook de voorwaarden te zien kregen, ook de nieuwe voorwaarden. Dus daar er is echt wel flink geïnvesteerd de laatste tijd. En inmiddels werken we ook met checklists inderdaad voor copywriting en schrijfwijze. Er weer in staat op welke manier we communiceren. Hoe je je zinnen opbouwt, wat voor taal we gebruiken in plaats van een beetje het archaïstische taal, zoals ze dat zo mooi noemen. Dus het ouderwetse taal tot op heden, dat soort woorden echter. Die worden dan vervangen door een ander woord die wat beter in lijn ligt met de B1-taal. Of in ieder geval de taal die je aan moet houden volgens de wetgeving. En een van de oplossingen hiervoor zou kunnen zijn personalisatie. Dat je die groepen, dat je daar andere content voor hebt. Hoe ver gaan jullie daarmee? Nou, niet voor... wij doen sowieso weinig personalisatie. En qua taalgebruik, wij hebben een... Ja, de taal laag, dat was maar een voorbeeld. Ja, ik bedoel, precies, in het algemeen dat je een heel divers publiek waarschijnlijk trekt. Ja, het enige waar we wel steeds meer naar kijken is de contrasten die we op de site hebben. Dus de achtergrondkleur, font sizes, font colors. Er zijn handige tools voor om dat te checken. Ja. Dus daar hebben we nu een aantal sprints en een aantal punten voor om dat echt te verbeteren. Omdat we gewoon zagen dat het contrast gewoon te laag was. Dus dat zijn de AB-testen die we aan hebben staan. Wat is dan zo'n tool die je daarvoor gebruikt voor het contrast? Het zit ook in Google Chrome, in developer tools. Okay. Als je de kleur aanklikt, kan je geloof ik de contrastratio zien van de font en de background. Er zijn gewoon richtlijnen voor. En onze UX design heeft volgens mij afgelopen week zo'n beetje alle belangrijke UI-elementen in zo'n checker gegooid om te kijken waar de kansen liggen. Accessibility is natuurlijk een superbelangrijk onderdeel van hoe je je site presenteert. Daar. Ja, maar het is ook wel lastig, want je hebt natuurlijk ook een brandteam wat een bepaald gevoel wil uitstralen. Ja. En wij willen ervoor zorgen dat iedereen het kan lezen, maar dat is ook nu gewoon een middenweg. Niet altijd hetzelfde? Nee, niet altijd hetzelfde. Nee. Maar weet je, als de klant het kan lezen en het past binnen de brand, ik denk dat daar best wel veel speelruimte is. Ja, dat is maar wel goed dat jullie daarmee bezig zijn. Ja. Natuurlijk, als je een bepaald volume hebt, dan die groep waar het om gaat, dat wordt een substantiële groep natuurlijk. Ja. En ik heb een collega die, we zijn nu op de achtergrond ook bezig met het ontwikkelen van een nieuw webdesign. En een van mijn collega's die met content bezig is, die heeft ook die accessibility richtlijnen. Heeft hij ook op de muur geplakt. Meer om een beetje awareness binnen de afdeling ook te creëren. Dat we wat bewuster bezig zijn van mensen met een visuele beperking. Of die tegen andere dingen, kleurenblind, et cetera, aanlopen. Ja. Bart, heb jij nog een vraag? Kom op. Je hebt geen microfoon. Ik heb geen microfoon. Nee, wat is het laatste wat betreft CRO, in de breedste zin van het woord, waarin jullie van gedachten zijn veranderd en waarom? Heftige vraag meteen, zeg. Jeetje. Oh, hallo. Ja, even een luchtige laatste vraag. Goeie. Is het een BGNT-test? Okay. Don't go there. Nee, precies. Nou, voor mij is dat, wat ik eigenlijk in het begin al aangaf, dat het belangrijker is om veel te testen. En een combinatie te zoeken van onderzoeksmethodieken. En dat, in dat geheel denk ik dat je het meest succesvol bent. En voorheen dacht ik van, je moet heel goed onderzoek doen en dan een test bouwen. Maar dat duurt het veel te lang voordat je een test bouwt. Ja. Uiteindelijk. Vanuit mijn team binnen bol.com zijn denk ik wel twee die wel leuk zijn om te vermelden. Enerzijds de manier hoe we AB-testen prioriteren. In het begin hebben we ons heel erg vastgehouden aan het pixelmodel bijvoorbeeld. En een stukje bij beetje hebben we die meer een bol.com sausje gegeven, waarbij we bijvoorbeeld Mobile First hebben toegevoegd om daar extra punten voor toe te kennen. Hoe heet het bolmodel? Het bolmodel. Nou, nee, zo ver wil ik nog niet gaan. Maar wat ik nu zie gebeuren is dat we naar een veel beperktere set aan scores toe gaan. Waar we met name de focus houden op impact versus effort. Omdat we eigenlijk ook met elkaar zeggen, we kunnen wel lang discussiëren en scores gaan geven over 10 of 12 of 15 assen. Om uiteindelijk te kunnen bepalen met welke test je gaat beginnen. Maar uiteindelijk gaat het erom, wat jij ook zei net,
velocity maken. Gewoon veel testen, zoveel mogelijk learnings opdoen. En niet die tijd, die spaarzame tijd. Ja. Zeker binnen Bob.com, omdat het een meer een satellietconstructie is bij een CRO-team. Ieder lid die heeft ook een andere functie binnen het bedrijf. We willen gewoon meters maken. We willen gewoon leren wat de wijzigingen teweeg brengen die we doorvoeren. En niet verzanden in hele lange discussies over prioriteren. Dat prioriteren, dat is belangrijk als jij beperkte capaciteiten moet testen. En dus heel veel daar een goede keuze moet maken. Maar als jouw development capaciteit zo beperkt is. Als je die keuze ook kan maken met 3 vragen. Ja, dan hoef je er geen 15 van te maken. Want met 3 ben je er ook al, zeg maar. Ja. Ja. En dan moet je gewoon... Ja, wat je zegt, dat moet het tempo hoog houden. Ja. Een bepaalde basis leggen. Ja, hey. En de tweede misschien nog is dat wij zijn gestart echt als eilandje. Ja. Maar we proberen nu, dat zei ik aan het begin van dit interview, mag ik het zo noemen? Ja hoor. Zei ik het al even dat we veel meer de switch willen maken naar een meer faciliterende rol. Om uiteindelijk andere scrum teams in staat te stellen om veel meer te gaan experimenteren en te kijken naar kleine incrementele verbeteringen ten aanzien van de features waar die teams van. Dus in plaats van een uitvoerend CRO-team word je veel meer een adviserend of motiverend, inspirerend CRO-team voor de bestaande teams. Dat is het uiteindelijke doel, ja. Ja, heel goed. Even nog een laatste ding waarover jij van mening bent veranderd. Ik denk dat dat ook wel een beetje de insteek geweest is van de talk die ik vandaag gedaan heb. Is dat je niet altijd groot hoeft te beginnen. We hebben meestal ambitie. Oh, we moeten dit. Dat start juist bij heel klein. Hetzelfde met die user tests die we dan doen. Ik had juist in gedachten om die groot. En je kan de brain engineers en weet ik veel wat kun je allemaal aanhaken. Maar uiteindelijk is het nu gestart met testen, met medewerkers. En ik heb een van die sheets die ik had was een aanpassing die we hebben gedaan door een van de issues op te lossen op mobile. Waardoor we uiteindelijk 9 ton bijna aan premievolume extra hebben binnengehaald in 1 jaar. Nou, dat is voor mij key. En weet je, dat start klein en dan kun je altijd doorgroeien naar dat grote. Heel goed. Dankjewel Jurjen Schouten van Vonk, Melle Moorman van Bol.com en Stefan van Ballengooien van Allianz. Dankjewel, nog veel plezier. Veel plezier met ik denk de borrel. Dankjewel. Ja, we gaan door met de laatste spreker van vandaag. Yes, dankjewel. Succes. Verschillende stellingen over ons vakgebied voorbij. Deze podcast wordt gesponsord door Effective Experiments, Comfort.com en Bayer Minds. En vandaag was uiteraard niet mogelijk geweest zonder Immers. Dank daarvoor.
Sowieso superleuk dat je luistert of kijkt. Wil je nou zelf ook meedoen? Dan kan dat. Als je hier aanwezig bent en je ziet een vrije microfoon, dan kun je er gewoon naartoe lopen en meedoen. En thuis kun je meedoen door reacties of vragen te plaatsen in de comments van de videostream, die je kan terugvinden op cero.café/live. De comments daar houden we in de gaten, zodat we jouw vragen aan onze gasten kunnen stellen. Voordat we verder gaan met onze volgende gasten, hebben we nog een klein cadeautje voor jou als luisteraar. Onze sponsor Convert.com geeft alleen vandaag de 11 best verkopende optimalisatie boeken weg aan livestream luisteraars. Het gaat om het e-book Conversion Fanatic van Justin Christensen en 10 keer Blinkist audio samenvattingen van boeken van onder andere Steve Krug, Robert Cialdini, Seth Godin en Susan Wineschenk. Ja, en deze boeken kun je downloaden via cero.café/cadeau. En we gaan verder met de persoon die vandaag een sessie heeft gegeven over geloof me, ik voel het aan mijn data. Rogier Peters? Ja. Of zeg ik Rogier? Nee, Rogier. Of Rogier? Ja. Nee, gelukkig. Nijrode Business Universiteit. Vertel, wat doe je daar? Ik werk al een jaartje of 9 en nu ben ik daar Team Lead Digital. En ik ben eigenlijk bezig om de afdeling te helpen datagedreven beslissingen te maken. Ja, want je legt nogal een claim neer, hè? Hoe Nijrode Business Universiteit de doelconversieratio met ruim 350% verhoogde. Ja, ook wel 800% gehaald hoor. Er was gewoon niemand op jullie website en dan heb je er Ja, dat maak je een heel goed punt. Ja, daar heb ik net over gesproken. De context van conversies is eigenlijk belangrijker dan de conversie zelf, vind ik. En, hadden we vanmorgen ook al van, ja, oh, je wil je conversie verbeteren? Nou, blokkeer gewoon de slechte helft van je traffic. Schiet je conversie omhoog. Ja, precies. Het is helemaal niet zo moeilijk om conversie te verbeteren. Het is niet zo'n goede KPI. Eigenlijk niet. Nee. Eigenlijk niet. Maar vertel, wat doe je er? Wat moeten we wel doen? Als Team Lead Digital, daar ben ik ook pas vanaf januari. Ik zit er eigenlijk al 9 jaar. Ja. En allerlei functies en rollen bekleed. En de laatste 2,5-3 jaar als product owner online marketeer. En dat legde de basis voor zoveel metingen, website koppelingen aan allerlei databases. Dat we een tijdje terug hebben besloten van we moeten hier echt volledig op inzetten met een digital team. En dat is dat is ontsluit. Dat ben jij. Dat ben ik nu. Je hebt gewoon je nieuwe baan gecreëerd. Ja. Nou, over banen gesproken, we zoeken mensen. Ding. Volgens mij moeten we hier een jingle voor hebben. Als, ja, Dingelingeling, ja, precies. Ja. En het is, wat is de URL? Nijrodebusinessuniversiteit.nl/ kom bij ons werken. Ja. Zoek jou. Ja, zoek je. Ja, serieus. Maar, ja. nee, maar klopt. Het is een team van, volgens mij is het nu 6 FTE, waarvan een aantal vacatures dus vakant staan. Okay. Maar denk aan, er zit een datamarketeer in, online marketeer, CRM product owner. En we dat zit in Breukelen aan de Vecht of zo? Dat of, zit in Breukelen aan de Vecht. Lekker. Dat heb je heel goed. Ja. Ik heb er bijna naast gewoond. Waren bijna buren. Oh ja, het is een mooie locatie. Zeker een mooie locatie. Ja. Ja, als je, en goed bereikbaar ook vanaf de A2. Ben je wel eens binnen geweest? Ook nog, ja. Voor Shopping Tomorrow hebben we daar wel eens evenementen. Ja. Dat zit volgens mij niet in dat kasteel, zeg maar. Nee, dat weten heel weinig mensen. Maar het is 56 hectare groot. Ja, het is enorm. Het is enorm. Er zitten hele kampen zitten achter. En hertjes en nandoes. Ja, en nandoes. Tof, op de plaatjes had alleen maar het kasteel staan. Ja, omdat het... Ja, en die enorme bloemen. Wat zijn het die ervoor staan? Dat zeggen enorme bloemen. Oké, laten we het niet verder specificeren dan bloemen. Ja, dat is ook niet... Ons specialisme, nee, helemaal mee eens. Jouw sessie, waar ging die over? Ik voel me het aan mijn data. Dus je ging onder andere aan de kaart stellen dat die getallen misschien zo heel veel zeggen. Ja, precies. Dus ik voel het aan mijn water. Dat is natuurlijk helemaal dataloos. Ja. Maar toch zit ik daar heel veel aan mijn data is misschien nog steeds niet zo heel erg. Precies, precies. En dat is eigenlijk wat ik wilde zeggen. Dat heel veel. Nou, wat ik om me heen zie is dat er heel veel conclusies worden getrokken over causaliteit, over getallen die
Heel mooi uitzien, hockeysticks. Maar het gaat zelden dan over waar het werkelijk om gaat. Van hoe leef je kwaliteit? En in welke context vindt dat plaats? En ik denk dat dat is eigenlijk het verhaal wat ik voornamelijk wilde delen. En ik heb gewoon wat voorbeelden laten zien. Nou, kom maar door. We hangen aan je lippen. Nou, dat is ook mooi. Nou, ik heb een voorbeeld laten zien waarin... waarin we op de homepagina hadden we conversie van... Context. Wat verkopen jullie online? Oh, dat is een... Wat zijn jullie aan het, of nou, is het lead generation? Verkopen jullie dingen? Ja, we verkopen Gaat het om de campus t-shirts? Experience. Ja. Ja. Maar wat ben je aan het optimaliseren? Zeg maar? Wat komt de persoon op de website bij jullie halen? Wij hebben... Nijrode heeft 160 opleidingen. We doen ook nog wel research en maatwerk en opinie. Maar even voor dit stukje gaat het specifiek over opleidingen aan de man brengen. Dat zijn een 160-tal. Te verdelen grofweg in degree-opleidingen. Dat waar je een diploma voor krijgt, een titel. Een bachelor, master, een MBA. En executive education. Dat zijn alle open... programma's, van masterclasses, professional programs tot langdurige 2-3 jaar leiderschaps. En schrijven mensen zich dan direct op jullie website in? Is het een soort, oké, ik vul een formulier in en dan is dat de conversie? Wat is de main conversie die je online kan doen? Ja, nee, dat is een goede vraag. Betalen ze meteen? We doen het meetgedeelte zit bij ons in de customer journey van website bezoeken. Tot over het algemeen zien we dat dan een brochure aanvraag plaatsvindt. Ja. Dan is de eerstvolgende stap een open dag of een persoonlijk gesprek. En dan is het aanmelden, wat we ook online doen. Ja. Dus we zien deels mensen die zich direct aanmelden. Dat zal dan via referral zijn of via alumni. Maar de meeste mensen in de oriënterende fase gaan eerst een beetje surfen. Vergelijken met andere opleiders. Gaan brochures naast elkaar leggen. Dus dat is dan onze eerste conversie. En dan is vooral, wat is Nijrode? Dus jij meet tot aan die aanvraag? Ik meet hem tot aan de aanmelding. Aanmelding voor een opleiding. Ja. Waarbij, juridisch gezegd, zeg maar, iemand zich verbindt aan, we willen graag beginnen. Precies. Meten. En of iemand dan daadwerkelijk wordt toegelaten, dat zal nog even... En dat filters, een groot deel van die funnel is dus buiten de website om. Maar die data die heb jij gewoon tot je beschikking. Jullie hebben daar een goed systeem voor? Of? Nou, dat is een van de voorbeelden die ik noem. Dus wij hebben in de slides, zal ik je nu niet mee vermoeien, maar van AdWords, waar we heel veel mee doen, hebben we fantastische resultaten behaald door op conversies te gaan sturen. Dat konden we eerst niet, maar we kunnen nu gewoon dat netjes ingesteld en alle ruis eruit gehaald en zie je fantastische resultaten. Maar het gevaar, en dat is wat ik net vertelde, het gevaar is dat je dan daarop gaat mikken. Hey, ik heb hier een halve ton of een ton bespaard. Gaan we meer doen? Fantastisch. Maar als dat maar voor 1/3 van al je conversies geldt, omdat de rest uit organisch verkeer komt, of uit je social media traffic of direct verkeer. Nijrode is een bekende naam. Er zijn best mensen die het gewoon zomaar intypen. En voor je het weet, ben je alleen maar aan het optimaliseren van die funnels waar je geld naar uitgeeft. Ja, of je bent aan het optimaliseren van die eerste helft van de funnel tot aan die brochure aanvraag. Ja. En meet dat niet door tot die daadwerkelijke juridische aanmelding. Ja. En dat is wat ik daar stond te vertellen. Een klein beetje reclame maken mag dan, denk ik. Maar we zijn van 16 verschillende websites teruggegaan naar 1. Wat waren al die 16 verschillende websites dan? Ja, voor elke opleiding één? Dat waren. Nee, we hadden een SharePoint website. En dat was eigenlijk... Gecondoleerd. Dank u. Hij rust in vrede. Ja. Die was eigenlijk niet in staat om de snelle technologische ontwikkeling design te faciliteren voor ons. Ja. We wilden klantgericht van alles, widgets kunnen koppelen, et cetera. En we liepen daar tegen zoveel ongemakken aan dat toenmalig werd gezegd van we gaan het gewoon ergens anders zoeken. Als dit niet kan, dan gaan we onze eigen weg vinden. Dus het is volkomen logisch uit te leggen dat gebeurde. Het was gewoon een guerrilla marketing. Het zit een beetje in DNA. Ja. Van de marketeers. Gewoon als die kan, vind ik wel een weg. Ja. En dat heeft geleid tot het ontspruiten van meer van dit soort websites. Maar uiteindelijk, als er een open dag was, moest die wel op 5 pagina's of op 5 verschillende websites geüpdate worden. Je had data op 5 verschillende plekken met verschillende hostingpartijen, verschillende contracten. Het was zowel voor de bezoeker wordt het dan een diffuus beeld van wie ben je nou als merk en hoe communiceer je nou.
als voor ons aan de achterkant CMS is gewoon de beheersbaarheid. Ja, dat is een paar keer vandaag wel voorbij gekomen. Dat je data moet wel op orde zijn. En als het zo versplinterd is, ja, dan kun je wel heel hip gaan zeggen van ja, we moeten gaan AB-testen om te optimaliseren. Maar ja, heeft geen enkele. Je hebt wel een bepaald basisniveau nodig. Dus de eerste grote uitdaging was in feite van 16 teruggaan naar 1. Dat is je eerste grote project meteen geworden. Ja, dat klopt. Dus dat mooie van die websites is dat die zijn ontwikkeld met een bepaalde behoefte. Dus die behoeftes hadden we eigenlijk wel in kaart. Ja. We wisten eigenlijk wel wat de noodzaak was voor verschillende doelgroepen. Dus wat we gedaan hebben, we hebben die kennis gebruikt, de toptaken en alles van die verschillende websites, om inzicht te krijgen in de persona's. Van wie zijn nou de mensen die op die websites komen? En dat gewoon als input meegenomen voor onze nieuwe corporate site. Samen met onze sales, dat hebben we ons recruitment. We hebben gekeken naar hoe ziet die doelgroep eruit. Kunnen we er 5 van maken in plaats van 16? En gewoon, we zijn gekomen tot zeg maar de studenten, de starters, werkende, managers, C-level en B2B in de notendop. En daar hebben we de customer journey helemaal voor uitgewerkt. En toen zijn we gaan kijken van ja, als we nou van een productgerichte corporate site, die SharePoint was gewoon 6000 pagina's. Ja, we doen dit, succes ermee. Het was een soort van bijna een selectietool op zich. Gewoon als jij gewoon je programma wist te vinden, dan weet je wel, dan was je binnen. Dat was de dat was je wel heel goed als je dat kon doen. Ja, dat was je goed. Was je, dat belooft al veel goed. Maar dat hebben we dus wel een beetje. Nou ja, dat is wel grappig dat je dat noemt. Heel veel websites richten zich er natuurlijk op om betere usability. Het moet allemaal makkelijker. Maar er zijn best wel use cases voor lead generation websites vooral. Dat je juist wat dingen in de weg zet van die gebruiker voordat ze zich aanmelden. Ja. Dat het formulier, dat hoeft niet één veldje met e-mail te zijn. Je wil wel wat dingen van iemand weten. En als ze al niet de moeite nemen om dat te doen, of bepaalde dingen al niet snappen, zeg maar, in jouw proces, dan kan het best wel helpen. Ja, dat is bij ons super relevant wat je nu zegt. Ja, en als je ook je hebt natuurlijk in de backend, dat is ook bij jullie, je hebt mensen die dat moeten verwerken. Mm-hmm. Als je die capaciteit niet hebt, dan kan het juist helpen om in die voorselectie al drempels op te werpen. Dat het makkelijker maakt, het werk makkelijker maakt voor die, voor die mensen in de backend. Maar ja, dan moet je wel weten welke drempels natuurlijk. Ja, maar je raakt precies allebei de items voor onszelf. Aan de achterkant, als we de druk bij de recruiter zo laag mogelijk kunnen houden, door alleen echt gekwalificeerde leads aan te leveren, dat is een enorme winst. Want het kost ze minder tijd en de hitkans voor hun is groter. Ja, het liefst wil je natuurlijk gewoon op één-op-één relatie. Dat iedereen die zich aanmeldt, die wordt gelukt. Dat is het best case scenario. Ja, precies. En aan de andere kant wil je zo relevant mogelijk zijn. Dus we doen ook heel veel kwalitatief testen. Omdat ik dus ook niet alleen maar de cijfertjes geloof en de context wil weten. En dan zie je dat ik wil eigenlijk helemaal af van brochure aanvragen. Ik weet niet of ik daarmee mezelf nu populair maak bij mijn collega's. Maar ik wil geen data meer achterhouden zodat jij je gegevens achterlaat. Je moet gewoon bij ons kunnen kijken en een beslissing maken. En dat betekent dat je dus genoeg informatie moet geven. En we zien dus uit kwalitatief onderzoek dat bepaalde plekken is videootje genoeg. Een paar foto's, een paar korte tekstjes. Maar als het over programma-inhoud gaat, willen mensen gewoon lezen. En dan kan je een mobile first strategy hebben waarvan je zegt, ik wil geen lappen tekst. Maar in ons geval, als dat te kort wordt, dan gaan mensen bellen, gaan ze zich inschrijven, terwijl ze... Dat wil je ook niet, ja. Nee, precies. En die balans opzoeken, dat is wel... Ja, en hoe kijk, opleiding bij Nijenrode, dat zal voor mij, dat voelt als iets serieus, toch? Ik ga niet een koekje kopen. Nee. Dus als daar een veld staat van, schrijf hier weer in voor de cursus. Dat is een e-mailveld en een naamveld. En buy now. Dat zou ik toch raar vinden. Ja, dus die discussies hebben we wel. Ja, er kan zelfs verwarring natuurlijk ontstaan. Van, waarvoor schrijf ik? Ik weet niet waar ik me voor inschrijf, maar het zal vast niet de opleiding zijn. Nee. Ik kan me niet voorstellen dat... Nee. Nou, dit voorbeeld hebben we niet, maar in extreme gesteld wel. We hebben wel discussies over... we willen zo goed mogelijk advies geven. Dus als je een brochure aanvraagt, dan zeg onze recruiter, doe mijn LinkedIn-URL. Dan kan ik iemand opzoeken, achtergrond een beetje bekijken. Dan kan ik aan de telefoon veel beter gericht advies geven. Of Nijenrode überhaupt iets voor diegene is. Of dat iets anders zou moeten zoeken. Een hele valide opmerking.
kwalitatief onderzoek liet zien. Van, waarom moet je mijn LinkedIn... Ik wil een brochure aanvragen. Wat moet je met mijn LinkedIn? Ja. En dan is het de oplossing misschien in dat duidelijker maken. Hey, we willen je helpen adviseren. Na je brochure je zit je in een keuzetraject. Geef ons je LinkedIn, dan kunnen we je beter adviseren als je straks met je in contact zijn. En dat zijn hele kleine dingetjes. Dan hoeft het veld misschien niet weg, maar een beetje context. Zou fijn zijn. Helpt wel weer. Ja. Betekent dat dat je nog steeds veel schippert tussen wat wil een soort de recruitment? En ja, wat wil ik eigenlijk om die conversie dan als getal zijnde hoger te krijgen? Of hebben jullie gewoon gezegd, nee, uiteindelijk gaat het puur om de inschrijvingen. En vanaf daar teruggeredeneerd, moet je dat maar met recruitment bespreken wat het beste werkt? Nou, dat is ook wel een interessant punt. Ik denk dat waar we het over eens zijn, is dat we doen het goed. Kijk, natuurlijk hebben we het met targets te maken. Dus natuurlijk gaat het over het aantal inschrijvingen. Maar we hebben ook te maken dat kwalitatief gezien we het goed doen als we mensen het juiste advies geven. Dus als we ze weten om te praten, om het zo maar te zeggen, terwijl er geen goede fit is en ze vallen na een half jaar uit, ja, dat kost nog veel meer geld voor iedereen, zonder van de tijd, en heb je niemand mee geholpen. Dus we proberen dan heel erg te focussen op de voorkant van het gaat over het juiste advies. En het juiste advies kun je pas geven als je genoeg informatie hebt. Dus je hebt meer informatie nodig wellicht. En dat kan van invloed zijn op de cijfertjes. Ja. Maar als je die context weet te leveren, van hey, de cijfertjes dalen, het advies gaat omhoog, de gepercipieerde hulp die iemand gehad heeft in zijn keuze is omhoog gegaan. En we zien dat uiteindelijk ook nog voldoende mensen zich aanmelden. Dan zijn we goed bezig. Dus we kijken wel naar die hele funnel. Ja. Dat is een heel traject geweest, denk ik, om van websitebezoeker tot aanmelding in kaart te kunnen brengen. Los van dat je al van 16 sites naar 1 ging. Nou, het is een traject. Maakt het in ieder geval makkelijker. Ja, ja. Nou, dat maakt het, heel het eerste deel van de funnel. Ja, ja, ja. Nee, het is een heel traject geweest. We zijn 2 jaar mee bezig geweest om in elk geval van die oude websites afscheid te nemen. Een nieuw systeem te kiezen. Dus we wilden echt personaliseren, dus van productgericht. Uiteindelijk is ons doel 1-op-1 personalisatie. Daar hebben we nu het Sitefinity CMS van Progress voor gekozen. En wat dat doet, ik had het net over die personas. Wij kunnen dus nu in de achterkant, in ons Digital Experience Cloud, heb ik die persona's neergezet. En kunnen we kijken op basis van business rules, voldoet iemand aan die regels of niet. En verschillende content uitserveren. En voor mij is dan, en dat was net in mijn presentatie ook, voor mij is de context dan heel belangrijk. Want het kan soms klinken als van, ja, dat is allemaal bedoeld om die conversies te drijven. Maar als het uitgangspunt zuiver is, en in mijn optiek is het altijd dat we zo relevant mogelijk willen zijn, dan sluit het een en ander niet uit. Als je zo relevant mogelijk bent, dan zouden je conversies omhoog moeten gaan of de kwaliteit verbeteren. Ja. En in beide gevallen is het goed. Hey, we hebben een stelling. Morgen krijg jij 100.000 jaarlijks budget erbij. Waar geef je dat uit? Dat is een goede vraag. 15 nieuwe websites. Nou, ik wil... Ja, ik wou zeggen, ik wil al heel lang een Tesla. Maar ik ben gek. Dus... Een hele dikke vakantie in de Curaçao. Ja, ja. Of mijn kids, ik weet het niet. Nee, business context gerelateerd. Yes. Dan, hè? Waar geef je het dan uit? Ik denk dat ik... Gek genoeg zou ik het business gerelateerd veel makkelijker vinden dan privé. Ik zou het zeker uitgeven, maar... Tesla is een goede suggestie misschien. Ja, dat is gewoon een stukje duurzaamheid. Ja. Nee, ik vind het wel. Ik vind het nog wel een lastige vraag, omdat ik zit heel erg te twijfelen aan. Meer tools vind ik niet zo interessant. Dus je bent niet de enige vandaag. Het gaat niet naar techniek. Ja. Er zijn eerder te veel dan te weinig. Ja. Dus ik denk dat het toch naar mensen zal gaan. De juiste mensen binnenboord en aanboord houden. Ja. Ik zei het al, vacature staat open. Nijhoorde.nl social. Ja, het is, ik denk dat ik het toch naar hen zou sturen. Ik vind... Maar wat ga je met die mensen doen? Ga je meer onderzoek doen, meer testen draaien, meer gebruikersonderzoek bij jullie op locatie? Waar zit de bottleneck? Ja, wat gaan die mensen doen? Nou, die mensen naar Curaçao toe? Ja, dat mag van mij ook. Dat is ook verdiend hoor. Maar nee, ik denk dat kijk, de techniek gaat zo hard en die tools die we hebben liggen vereisen zoveel van mensen. Dat om dat draaiend te houden, dat geeft al heel veel belasting. En ik denk dat bij ons heel veel tijd nu gaat naar dat draaiende te houden. Het koppelen van die systemen,
zorgen dat we eruit kunnen halen wat we eruit willen halen. En dat is allemaal tijd die je niet kunt spenderen. Het koppelen van het systeem, dat zijn eenmalige dingen. Dat zou je ook met een externe agency... Dat kun je natuurlijk ook met een budget doen. Maar een externe agency, die kan het... Dat iets fixen, zeg maar. Een koppeling laten maken. Ja. Moet natuurlijk onderhouden worden, dat snap ik. Beheerd worden. Het lijkt makkelijk, maar we hebben een gepersonaliseerde website. Ja. Dat betekent dat je content exponentieel kan gaan groeien. Het is niet meer een statische website. En hoe ga je al die foto's bijhouden? Al die content. Wat werkt nog? Wat is gebruikt? Wat wordt niet gebruikt? Oké, jullie personaliseren alles. Hoe wordt dat gevalideerd, zeg maar? Hoe testen jullie dat? We gebruiken Digital Experience Cloud. Ja, zeker wel. We gebruiken Digital Experience Cloud. Dat zit op ons CMS-systeem. Ja. En daar zitten een aantal business rules in. En met AI, er zit een artificial intelligence programma erachter. En dat trackt dan vervolgens de conversie die jij instelt. Ja. En dan gaat hij het, hij gaat meten, hij gaat kijken, hij laat deels de gepersonaliseerde versie. Het is een soort multi-arm-bandit-achtig principe. Je krijgt gewoon feedback van het systeem. En dan geeft of de significantie laag, midden of hoog is. Oké. En dan komt de winnaar uit. Zo simpel is het. Of een winnaar, dat is bij AB-testen. Maar bij personalisatie zie je gewoon of je conversies beginnen op te lopen. Of niet. Ja, oké. Okay. Helder. Heel wat, simpel. Wat misschien ook een interessante vraag is in dat hele traject. Kan je... Noem je nou je eigen vraag interessant? Ja, ik vind het nu al een interessante vraag worden. Nou, zie je? Goed, zelf trouwens, belangrijk. Van alle verschillende dingen die jullie hebben gedaan, wat is de wijziging geweest die het meeste impact heeft gehad? Ja, een nieuwe website. nee, dat begrijp ik. Maar iedereen aan een nieuwe website. Ja, dat is de learning van deze tijd. Ik zoek naar iets kleiner, zeg maar, iets concreets. Ja, is het bijvoorbeeld dat LinkedIn-stuk wat een groot verschil heeft gemaakt? Of zoiets? Ik denk dat het de grootste aanpassing die we hebben gemaakt zit in het besef van de context waar ik het net over had. Dus wij zijn met onze marketeer zo ver dat we de hele tijd ons afvragen, wat we doen, is dat relevant genoeg? En daar heeft de website is daar aanleiding voor geweest. Omdat je op persona-based, customer journey-based gaat kijken naar wat de behoeften zijn en de emoties die erbij komen, et cetera, et cetera. Maar dat verandert traject. Kijk, ik zei net al, ik wil dat mensen geen brochure aanvragen, omdat alle informatie beschikbaar moet zijn. Maar dat betekent dat iedereen die jarenlang heeft gebankt op dat stukje van... Hey, als ik zoveel brochures binnenkrijg, zal me dat waarschijnlijk zoveel opleveren. Dat gooi je daarmee omver. En die onrust, dat is niet zomaar weggenomen. Dan zou je dus een brochure aanvragen. Ik moet er gaan vertalen naar, mensen hebben zoveel pagina's op onze website... of zoveel procent van die content die in de brochure staat, die hebben ze inmiddels... tot zich genomen op de website. Ja, bijvoorbeeld. Maar het betekent dus gewoon een verandering van strategie... Ja. Die nieuwe tools je kunnen faciliteren. Het betekent dat je een andere inzichten gaat krijgen... en op een andere KPI's gaat sturen. Ja. En daar moet je de organisatie in meenemen. En ik denk dat dat voor ons het belangrijkste traject is. Ik wil niet zeggen dat we dat nu kunnen of perfect doen. Ik heb alleen gemerkt dat dat eigenlijk de grootste impact is geweest. Dat we... het daarover hebben met elkaar. Ja. Is het nou goed meer of minder brochure aanvragen? Is het nou goed dat extra veldje? Inderdaad, de barrières waar we het net over hadden. Moet je die opleggen, moet je die niet opleggen? En die discussie, daar zou ik dus ook het geld, denk ik, naartoe brengen. Waar we het net over hadden. Dat je faciliteert dat er ruimte komt om daarover na te denken. Dat is natuurlijk een beetje het thema van vandaag. Culture of experimentation. Ja. Ja, hoeveel partijen zijn zeg maar aangesloten bij wat jij doet binnen Nijrode? Is dat, kun je al zeggen dat iedereen Nijrode breed hiermee bezig is? En sowieso met testen, ik kan me voorstellen... voor een business website als die van jullie... jullie hebben niet de traffic van bol.com, zeg maar... Nee, maar wel aanzienlijk. Ja, dus, maar jullie kunnen niet de AB-testaantallen van bol.com zul je niet halen. We hebben geen 60 verschillende buttons. Nee, dus de testen die je draait... een hele andere vraag dan die ik net stelde trouwens. Geef niet. Het eind van de dag. Ook een interessante vraag. Ja, ook dank je. Maar
doen jullie dan, wat voor testen doen jullie dan? Want helemaal aan het eind van de funnel zal misschien lastiger worden. Of dan ja, is de conversie weer hoog. Maar... Nou, wat ik interessant vind, en misschien is niet het eerste waar je aan denkt. Maar Nairode, zonder te veel promotie te maken. Maar het is by business for business. En het zit in ons DNA om te ondernemen. Ja. Dus ondernemerschap zit er al in. Dus ook al onze opleidingen komen omdat er continu naar de markt wordt gekeken. En er wordt eigenlijk enorm veel geëxperimenteerd. Alleen dat niet vanuit data gedreven. Dus wat je ziet is heel veel gewoon proefondervindelijk. We laten wat ballonnetjes op en wat werkt en wat werkt niet. Ja. Nou, dat is eigenlijk heel erg goed. En als je dat dan kunt ondersteunen... Een beetje real life multi-arm bandit. Ja. Maar het is helemaal niet gek, want het is helemaal niet zo... Ja, het kost een stuk minder dan al die tools die je tegenwoordig hebt. Ja. Je kunt het gewoon proberen. En je wil alleen dat onderbouwen en weg van onderbuikgevoel. En dat kunnen substantiëren met data. En data-driven experimenten, dat is een ander verhaal. Dat is iets wat bij ons... kijk, als de targets gehaald worden en een marketingbudget is uitgegeven... dan is in principe het doel behaald. Maar waar heb je het nou aan uitgegeven en was dat nou het beste... Dat is iets wat we wel doen, maar wat niet een routinematig iets is. Dus als er tijd voor is, als er plek voor is, ruimte... en dat zit meer op gedegen momenten met evaluaties en dat soort dingen... Ja. Dat daar aandacht voor is. Maar het embedden om op een dagelijks of wekelijks niveau... met elkaar te kijken wat voor aanpassen kunnen maken, dat is er nog niet. Ja. Ik word soms wel eens de hobbyist genoemd, omdat ik al die dingen zit te klooien. En ik probeer, wat ik net al zei, met data te inspireren... Ja, wat Tom van den Berg noemde het van de week in de podcast. Je bent de MacGyver van Nijrode dan. Ik noemde het de lone nut, zeg maar, die begint. Maar MacGyver vind ik wat positiever klinken. Ja. Misschien moet ik dat overnemen. Maar de expert, zeg maar, die met alle tools dingen voor elkaar echt goed voor elkaar krijgt, zeg maar wel altijd in zijn eentje werkt. Nou, dat probeer ik niet te doen. Kijk, de hele website traject, dat was echt een team effort. En dat heb ik net niet genoemd, maar die successen, die moet je delen. Ja. Het kan niet van bij één plek blijven. Het is veel te gevoelig. Zowel voor werkdruk als voor de business continuïteit. Dus je moet dat met elkaar doen. Maar dat begint wel met inspireren. Dus het begint wel, denk ik, met die ene gek die iemand weet te inspireren. En laat zien van, als we dit hebben voor jou gedaan, we proberen wat. Het werkt voor jou. Ja. Nou, super gaaf. En je ziet dan wel dat soort dingen beter lopen. Dus met AdWords bijvoorbeeld. Het klinkt heel basaal. Voor de meeste vakidioot is het te simpel voor woorden. Maar onze... AdWords was nooit volledig conversiegericht. Dus we zaten gewoon... Computer traffic. Click-through rate, traffic. En als er brochureaanvragen kwamen, was dat wel prima. Maar door daar nu volledige conversies op te meten... kunnen we nu gewoon zeggen, ja, wat werkt wel, wat werkt niet. En we hebben ons budget ruim gehalveerd. Omdat gewoon heel veel naar display ging, wat echt niks opleverde. Ook niet in lineaire attributie. Gewoon dat zag je terug. Ja. En dat kan ik wel roepen, maar als niemand dat er volgens iets mee doet, ja, dan inderdaad ben ik weer die loner. Maar heb je AdWords dan gemeten op die brochure of echt op de aanmelding? Helemaal op het eind? Alle drie, moet ik zeggen. Want we hebben al die verschillende conversiedoelen erin gezet en die kunnen we nu uitsplitsen. Ja. Dus we kijken, we kennen daar waarde aan toe. Dus je kan je voorstellen dat wij weten bepaalde conversiegetallen van brochure naar een inschrijving. Als er 10 brochures worden opgebeld, dan komt daar wel iemand uit of niet. Ik laat even in het midden hoeveel het echt zijn. Maar als dat een inschrijving oplevert, dan kun je dat bedrag delen. En dan heb je in elk geval een vorm op te sturen. Van, nou, een brochure is ons dan zoveel waard. Dus ik heb er zoveel nodig en dat mag maximaal zoveel kosten. Ja. En daar zijn we gewoon kleine proefballonnetjes mee op gaan zetten. En dan raak je mensen meteen in hun werk. En dan wordt het leuk voor ze. Ja, daar moeten ze wel voor openstaan natuurlijk. Sommige mensen kunnen het natuurlijk ook als bedreigend ervaren. Wat we net over hadden met designers. Ga je eens een designer zeggen van ja, de design dat jij gemaakt hebt. Converteert niet zo lekker. Ja. Ja, maar het ziet er wel heel mooi uit, zeg ze dan. Ja. Ja, maar het voelt goed. Ja, het voelt goed. Ja. Ik voel het inderdaad. Ja. Nou ja, ja. Het is ook bedreigend. Het maakt het natuurlijk super transparant. Alles meetbaar wordt, dan word je verantwoordelijk gehouden voor wat je doet. Maar het omgekeerde is ook waar. Je wordt dus ook verantwoordelijk voor je successen. Ja. En als je dat kunt laten zien,
Zeg van, hey, ik heb nu 3 maanden lopen falen, maar dit wat we nu hebben opgepakt, dat werkt als een tierenlier. Ja. En dat is dan denk ik wel de truc. Ja, ga jij het succes maar claimen, ga jij maar naar de baas en zeg maar dat je het gefixt hebt. En dat vinden mensen toch opeens heel leuk worden. Ja. En ik denk dat dat de kracht is van waar het net over had, experimenteren. Zoals je die successen weet toe te bedelen, neer te leggen aan de mensen die je mee moet gaan werken, dan gaat het toch sneller dan je denkt. Want het gaat over motivatie, drivers. Waarom zou je je gedrag veranderen als het goed gaat? En alleen maar omdat het nog meer oplevert. Omdat het nog meer voldoening geeft. Of nog meer inzichtelijk maakt. Of het, je ziet ook wel scheiding ontstaan. Mensen die echt helemaal niks meer hebben. Ja. Prima, ga je lekker met de huisstijl bemoeien? Ja, die kun je ook nog wel valideren natuurlijk. Precies, dat valt ook te meten. Shout-out naar mensen die je huisstijl. Ja. daarom ben je de eerste vandaag. Ja, kijk. Hey, domme vraag misschien. Heb je dan ook een opleiding gevolgd bij Nijrode? is dat een soort vrijste als je daar wil werken? Want je zoekt mensen, dus dan vraag ik dat even. Voor de mensen die daar die nu op jullie vacaturesite aan het scrollen zijn. Alles bespreken, Harvard mag ook. Harvard mag ook. Dat niet. Nee, alles binnen Nijrode is bespreekbaar. Ik heb zelf al wat gedaan. Ik ben ooit begonnen met mijn afstudeerscriptie. En ik heb Big Data Masterclass gedaan. Een leiderschapsprogramma van 1,5 jaar. En het laatste was Marketing en Technology module uit de modulaire MBA. Oké. Okay. Ja. Dus je schuift af en toe aan bij... Die laatste heb ik dan ook mee mogen helpen ontwikkelen. Oké, okay, ja. Dus, leuk. Ja, dat was echt fantastisch. Ja, ja. In het verlengde misschien van Big Data stelling, gaat AI alle CRO-specialisten vervangen? Ik denk dat AI nu nog niet in staat is om strategie te bepalen. Dus je moet wel vertellen tegen die AI wat je strategie is. Dus als dat de criteria zijn, dan... Kijk, wat ik nu zie is dat heel veel kan geautomatiseerd worden. En dat is gewoon het iteratief verbeteren van iets op basis van technologie. En daar slimmigheden aan toevoegen. De strategie wordt nog steeds door mensen neergezet. Dus wat is goed, wat is niet goed? Dat framework moet je wel meegeven. Maar als je daar op een gegeven moment verschillende frameworks loslaat op een AI, en dan zou die jou ook kunnen vertellen wat de buurman daar doet, gaat voor jou beter werken. Dus laat je strategie los. Kan me wel voorstellen. Ja. Of dat CRO-specialist, ik weet niet, misschien zijn er nog hele stugge CRO-mensen die het blijven doen terwijl het niet nodig is. Maar ik geloof wel dat het misschien minder wordt. Ja. Nou, Sjoerd, Wallinga die stelt ook dat over 5 jaar, die perkt het al in, over 5 jaar, dat is wel time-based, bedenkt en prioriteert artificial intelligence en machine learning het grootste deel van de AB-testen. Dus dat AI en ML bedenken en prioriteren van de AB-testen. Nou, ja, mooie stelling, ja. die zal wat meer te accepteren dan dat we allemaal ons baan gaan verliezen. Nou ja, weet je wat het is? Het gaat natuurlijk, het gaat hard, het gaat super hard. Ik zat net voor de dat vond ik wel interessant, met Booking.com gevraagd hoe ze met voice control hoe dat ervoor staat. Of ze daar ook 60 variaties voor stemintonaties aan het testen zijn of zo. En daar kreeg geen antwoord op. hij wist het niet of hij kon het niet vertellen? Nou, dat laat ik even in het midden. Maar nee, hij wist het niet. Zij wist het niet. Oh, sorry. Ik dacht, we hebben net Melle gesproken. Dus ik ging er even naar dat Melle het was. Maar okay. Heeft iemand anders gesproken? Oké. Okay. En dus het gaat heel hard. Maar ook voice control. Ja, weet je, je ziet een paar partijen die daar nu iets mee doen. Maar het is nog niet mainstream. Ja. En hetzelfde geldt met conversieoptimalisatie. Je ziet... iedereen wil in elk geval doen alsof die al heel ver is. Ik heb ook een mooi verhaal, maar wij staan ten opzichte van andere branches helemaal in de kindervoeten. Dus voordat dat zover is, voordat die hele culturele change over is, ja, dat gaat nog wel langer duren dan 5 jaar. Dus ik ben niet naïef voor hoe snel de veranderingen gaan, maar de adoptie voor de mainstream zie ik niet zo snel. Waar denk je wel dat... je hebt net een nieuwe baan gecreëerd natuurlijk, een nieuw team. Waar staan jullie over 5 jaar? Even uitgaan dat jullie dus nog bestaan. CRO is nog een ding. Niet alles is door een AI opgeslokt. Ja. Nou, ik zou dus wel echt naar voice control willen kijken. Ook al. Je hoeft niet meer op de website te surfen voor
gewoon wie in mijn netwerk heeft welke opleiding gedaan en wat zou best bij mij passen. En dan gewoon een antwoord van je Lexis thuis en die ook in kan tappen op ons kanaal. En dus wellicht een suggestie doet. Over 5 jaar niet, maar ik zie wel dat het die kant op zou kunnen gaan bewegen. Dus dat is, ja. Maar ik denk dat wij 1-op-1 personalisatie zie ik nog wel gebeuren. Okay. Dus dat we zijn nu op basis van persona's content aan het voorschotelen, ja? In de kinderschoenen. Maar echt straks wat meer 1-op-1. En dat is natuurlijk even een GDPR-ding van wie geeft toestemming om jouw data wel of niet te mogen delen. Maar in de gevallen dat kan en dat mensen daar open voor staan. Voor je zie ik wel dat we daar veel meer gaan faciliteren nog. En dat zie ik ook wel binnen 5 jaar gebeuren. En ik hoop dat we het door kunnen trekken naar de hele lifecycle. Dus ik zit met mijn team nu echt focus aan de voorkant. Marketing, leads genereren en leads converteren. Ja. Maar uiteindelijk zit de echte winst in de full lifecycle. Dus de studenten veel meer betrekken. Dezelfde ervaring geven die ze op de website krijgen. In hun leeromgeving. Met blended learning combineren. Blended learning. Dat was een hint van mij dat jij wat uitleg had gegeven over wat blended learning was. Oh, ik dacht dat je het een mooi woord vond. Dat is denk ik een goede upsell. Gewoon heel veel opleidingen volgen. Als het niet relevant is, niet zeker. Nee. Okay. Blended learning. Blended learning, combinatie tussen off- en online educatie. Oké. Okay. Dus we zijn nu al stappen aan het maken. Geen cocktails. Ik ben een beetje Als jij thuis een cocktail wilt drinken terwijl je... Ah ja, prima. Dat zou zeker. Vertel verder. Nee, ik denk dat... Dit is een discussie waar we het over hebben. We hebben een aantal waardes op Nijrode, waar we in geloven, de Nijrode Experience. Het praktisch toepasbaar, het academische theorie, het met persoonlijke ontwikkeling. Die drie elementen gaan hand in hand. En dat is wat we horen en terugkrijgen. Want dat is waarom wij toch anders zijn dan, ik zal ze niet per naam noemen, maar wat concurrenten. Bijvoorbeeld in Rotterdam. En... Het is gewoon anders. Het is niet goed of fout, het is gewoon anders. Maar dat is wel wat ons karakteristiek maakt. En er is wel discussie van, die karakteristieken, gaan die nou verloren? Stel dat we alles online zouden doen. Je hebt niet meer die hoogleraar, je hebt niet meer die persoonlijke interactie. In hoeverre gaat je DNA dan terugkomen? En in hoeverre kun je dan nog onderscheiden? En is dat nodig? Dus stel dat wij vinden dat we ons moeten onderscheiden op die manier zoals we nu doen. Maar er komen mensen langzij die straks een heel nieuw businessmodel hebben online. En je bent gewoon niet meer relevant. En dan heeft het ook geen zin meer om je te onderscheiden. Want dan ben je gewoon niet meer relevant. Ja. Dus die discussie hebben we nog wel. En ik denk dat we wel binnen nu 5 jaar daar meer definitie in gaan zien. Dat wij of besluiten... Wat je in de video op een gegeven moment zag. Dat men dacht ook dat het theater, dat de bioscoop helemaal zou gaan verdwijnen. Maar het is nog steeds een beleving. Die zijn gestegen in omzet de afgelopen jaren. Oh ja, echt? Ja. Die, volgens mij al 5 of 10 jaar op rij stijgen die elk jaar 10-20%. Okay. Je floreert als nooit tevoren. Ja. En het komt volgens mij omdat mensen... Mensen krijgen veel meer snippets van trailers... Of kijken een film of een favoriete film thuis. Maar even in een bioscoop met wat vrienden of met je vrouw. Of, ja, het gaat erom. Kijk, ik kom gewoon een biertje aanlopen. Dat is lekker. Nou, proost. Ja. Ja. Wel jammer dat jij de enige bent die het krijgt. Maar... Nee, er komen er 2 aan. Kreeg ik dus handgebaren door. Heel goed. Ja, dus mijn voorbeeld daarin was inderdaad dat je ziet dat het gewoon dat er een andere behoefte vervuld wordt. Dus het is de behoefte om in samenhorigheid met elkaar naar een film te kijken. Wellicht in een geluidset die je zelf niet kan veroorloven. Ja, daarvoor even wat eten. Precies. En zo zie ik de rol van Nijrode ook wel. Wellicht dat we in de toekomst nog steeds 1-op-1 colleges zullen hebben. Gewoon met een hoogleraar die jou wat vertelt. Gewoon een traditionele manier waarin je gewoon zit te luisteren en vragen stelt en die interactie hebt. Maar daarnaast zou het best kunnen zijn dat je democratisering van kennis krijgt. En dat het op een hele andere manier gedistribueerd gaat worden. Ja. Maar je ziet dat de MOOCs zijn er, maar ze komen ook weer niet echt van de grond. Ja. Hebben jullie er ook een paar? Wij hebben geen MOOCs. We hebben wel wat... Moet ik heel eerlijk zeggen dat ik uit mijn hoofd niet precies weet, maar we hebben wel 1 of 2... digital programma's gehad. En het draait volgens mij. We zijn ermee aan het experimenteren. Voor de mensen die niet weten waar we het over hebben. MOOC, Massive Open Online Course. Ja.
Er zijn wel businessmodellen van bedrijven die nu partnerships aan het aangaan. En die zeggen van, je kan gewoon online gratis je MBA gaan volgen. En het enige wat zij doen is de selectiecriteria gigantisch hoog zetten. Nou. Dus je kan je gratis aanmelden, je wordt er helemaal doorgelicht. En als je wordt toegelaten, dan krijg je toegang tot al die kennis. En wat zij zeggen is, die mensen die in die community zitten, die gaan met elkaar al die opdrachten doen. Er komt geen docent meer aan te pas. Er wordt gewoon alle kennis beschikbaar en ze helpen elkaar verder. En zij die afstuderen, die krijgen de vetste banen bij die bedrijven die dit opgezet hebben. Vind ik een fantastisch model. Maar ja, ik denk dat Nairode niet zo 1, 2, 3 kan kopiëren of wil kopiëren. Omdat dat niet is waar wij het van hebben. Omdat je daar niet die ontwikkeling en die verrijking persoonlijk en professioneel krijgt zoals wij dat zien. En dan is de vraag, hoe gaat de markt zich ontwikkelen en hou je dat vol? Of, ik denk dus wel dat wij die kant op moeten gaan bewegen. Maar dat het ernaast gaat ontstaan. En wellicht echt in de toekomst dat er misschien zijn, is het een dochter en een zuster van elkaar die dat is gek, dochter en zus. Maar twee units die naast elkaar kunnen bestaan, waarbij het ene online exponentieel internationaal veel makkelijker te exploreren is. Ja. En gewoon dat kasteel en in Amsterdam, waar we zitten, dat gewoon de basishub blijft. Ik kan me best voorstellen. Ja, want het voelt als iets waar op meerdere manieren gewoon markt voor is. In elke markt heb je ruimte voor een prijsvechter en voor iemand die heel hoog in het segment zit. Ongeacht wat je doet, dat heb je altijd. Zou hier toch ook een versie van kunnen zijn. In die zin dat één op één contact is natuurlijk heel speciaal, heel bijzonder. En voor een gedeelte van de mensen zit er heel veel meerwaarde in. Los van dat sommige mensen het gewoon heel fijn vinden om met een mens ook eens te spreken. In plaats van alleen maar achter de computer te zitten. Ja. Ja, ik denk dat je ziet het nu al natuurlijk. Je ziet als je naar opleiders kijkt en naar het spectrum wat er zit. Dan heb je mensen die zitten helemaal aan de meest toegankelijke, gewoon bij wijze van spreken, doe je Spaans les in 3 weken. Ja. Of leer salsa dansen online. Tot en met de internationale Harvards die je voor een paar ton bij een MBA kunt volgen op locatie. En alles daartussenin bestaat en er is ook ruimte voor. Ja. Dus ik geloof inderdaad dat je zegt dat zal blijven bestaan. Je hebt mensen die kijken filmpjes op YouTube, die downloaden een film. Je hebt mensen die gaan naar Netflix. Je hebt mensen die gaan naar de bioscoop. En het zijn andere behoeftes, andere momenten, andere. Ja. Andere budgetten, andere. Ja, dus die context en die match, die geloof ik wel. En ik geloof ook wel dat die niches blijven bestaan. Maar je moet wel op blijven letten dat als je businessmodel zo radicaal anders kan zijn, dat je kosten naar beneden brengt en dat de kwaliteit en ervaring hoog of hoger wordt dan dat die nu is. Daar moeten we wel voor blijven waken, denk ik. Ja. Maar goed, dat is ook niet een keuze die je nu hoeft te maken, maar dat is de keuze waar je de komende jaren eventueel heen gaat groeien. Ja, we monitoren dat wel. Dat heeft niks meer met dat websiteje te maken nee. Direct, maar ik wil ook niet te veel op de stoel van mijn collega's gaan zitten die daarover gaan. Maar natuurlijk monitoren we wel waar het heen gaat. We zien dat opleidingen, het flexibel studeren, dat wordt steeds belangrijker. Modulair studeren. Dus ja, ik kan me wel voorstellen dat je ziet ook een basisscholen waar mensen nu gewoon in 4 uur blokken met elkaar in projecten aan het werk zijn, in plaats van elk uurtje dat lesje, wat helemaal radicaal anders is. En misschien dat straks mensen gewoon direct aan het werk gaan met hun kundes en gaves en skills die ze on the job ontwikkelen. En ben je straks een partij die op het moment dat daar behoeftes ontstaan, daar in faciliteert. Het zij met kennis, het zij met het proces begeleiden. Hey, en die hele veranderende markt, of tenminste dat aanbod is enorm breed, wat je net zegt. Van fulltime on-site naar volledig gratis online. Hoe zie je dat dan terug in jullie proces met hoe jullie met de website omgaan? Hoe dat optimalisatieproces, het verbeteren, hoe kijk je daarnaar en hoe reflecteert dat op het werk dat je doet? Ja. Nou, waar we nu de focus op leggen is in elk geval, kijk, we hebben een missie en een visie. En die staat wel vast. Ik zei net al even dat Serving Society by Shaping Responsible Leaders. En het portfolio is zo ingekleed dat daaraan voldoet. Dus we richten ons wel al duidelijk op een bepaalde markt. Ja. We hebben academische bachelors en masters en MBA's. Dat is een andere tak dan een
MTS, maakt niet uit, in iets anders. Dus het is een business school. Dus het is heel duidelijk al gesegmenteerd in een bepaalde markt, op een bepaald niveau waar we in opereren. En we zijn nu bezig om het huidige portfolio zo in de markt te brengen dat, dat je daar dus zo goed mogelijk in geholpen wordt. Dus dat het zo makkelijk mogelijk is, wat je net al zei, of met een bepaalde drempel zo duidelijk mogelijk. Ja. En dat is nu de eerste stap. En wat we dus nu zien is dat dat data genereert. En dat we hier inzichten uit krijgen. En die kunnen we nu gaan koppelen. Dus heel simpel voorbeeld. We hebben van LinkedIn een hele hoop volgers. Nou, we kunnen zien waar werken die nou in. Ja. En dan zie je bijvoorbeeld dat de IT-sector, dat daar veel mensen in zitten. Dan kijken we vervolgens naar onze content die we op de verschillende social media plaatsen. Dan zie je dat het eigenlijk maar 3-4% daarover gaat. Ja. Dan is er een discrepantie. Ja. En dat is wat wij als digital team proberen te doen. Die discrepanties laten zien. En daarmee te inspireren van... misschien moeten we daar wat mee doen. Precies. En dit is dan een contentvoorbeeld. Maar dat kan ook natuurlijk met opleidingen zijn. Of op andere plekken. Ja. Dus ik denk dat wij bezig zijn om de digitale antennes neer te zetten. Om data gestuurd daarmee te kunnen inspireren. Zodat dat voeding is voor de verdere discussie. En dat je dus niet meer van je onderbuikgevoel aan hoeft. Dus, gewoon op data gedreven besluitvorming. In ieder geval data-informed dan. Data-informed, dat vind ik een beetje... We begonnen met data gedreven, dat kan ik de verkeerde kant op slaan. Ik maak zelf de vergelijking van, het moet niet data-leidend zijn. Maar dat is de andere kant. Maar data-informed vind ik ook prima. Het is in de context plaatsen en weet dat het iets zegt. Dat er een verhaal aan vastzit. En dat verhaal is het belangrijkste. En dat blijft toch menselijke interactie. Ja. Dus daarom denk ik ook niet dat binnen 5 jaar AI dat helemaal opgelost heeft. Heel goed. Hey, dankjewel. Graag gedaan. Volgens mij is de laatste sessie net ook afgelopen. We gaan even kijken wat er nog uitkomt. En dan gaan we nog wat bezoekers hier achter de microfoon trekken. Zeker. Als je het goed vindt, ik had nog één prangende vraag. Een prangende vraag. Ik denk namelijk dat heel veel mensen die of nu luisteren of hiernaar gaan luisteren, dat die dat brochureverhaal heel interessant vinden omdat ze ook een brochure hebben. Misschien dat ze leiderschapstrainingen geven. Of lead generation website hebben in general. Ja. Wat zou je zeggen is de eerste stap of het eerste probeersel om die brochure eventueel weg te halen? Waar zou je mee beginnen? Zou je een deel van de brochure dan online zetten en kijken of dat effect heeft? Of zou je hem gewoon helemaal op de site zetten en zien wat er gebeurt? Hoe zou je die eerste stap zetten? Ja. Ik denk dat die mensen zichzelf af moeten vragen wat het doel is van de brochure. Als jouw doel is om informatie los te trekken, dan ben je informatie aan het achterhouden. Want je probeert een incentive te creëren voor iemand om iets achter te laten. Dus waarom zou iemand bij jou een brochure aanvragen? En dat kan nu je winst zijn, omdat je denkt, ik ga daar leads uithalen, die kan ik opvolgen en die kan ik dan beïnvloeden. Maar als jij weet wat de behoefte is dat er wordt aangevraagd, dan kun je die behoefte vervullen op je website. Dus wij kijken, bij ons was het voornamelijk inspirerend. Dus mensen downloaden de brochures omdat er testimonials in stonden. Die kun je op de website plaatsen. Veel beter nog met videocontent. Ja. Een ander deel is programma-inhoud. Die hebben we te kort en te bondig op de website geplaatst, kwam uit onze laatste analyse. Precies, mensen willen gewoon scrollen, willen lezen. Precies, willen meer weten over die inhoud. Dus dat gaan we nu op de website uitbreiden. Is ook nog beter beheersbaar dan je pdf'jes, wat je weer moet aanlaten passen, et cetera. Ja. Bedenk of probeer te onderzoeken waarom willen ze die brochure nou downloaden. Ja. En begin met dat op je site te zetten en dan misschien al meteen voor de volledige conversie te gaan in plaats van de brochure. Ja, wat heel eng is, want daar verlies je dus allemaal touchpoints en je verliest allemaal controle over dat data van mensen en dan kan ik op sturen, maar dat is wel zo, maar online is het zo vluchtig, dus als je bij mij informatie kunt krijgen en meteen dan vervolgens een stap kunt maken en bij de concurrent moet je eerst allerlei gegevens achterlaten, dan denk ik toch dat uiteindelijk iemand meer geserviced is met die duidelijke content. En natuurlijk moet je wel zorgen, kom je er niet uit, kan je contact opnemen of heb je een gave whitepaper. Als je iets te bieden hebt wat echt edit content is en wat waardevol is, dat doen we ook, dan natuurlijk een whitepaper downloaden, dan mag je best wat informatie voor vragen. En
Maar een brochure, vind ik, is gewoon nog in de oriënterende fase. Dus waarom zou je informatie in de oriënterende fase achterhouden? Als ik een product koop, dan wil ik ook gewoon weten, een luidspreker, hoeveel impedantie heeft die en wat kan die aan en past die op mijn versterker? Mits je dat wil weten, zeg maar. Het is wel beschikbaar in ieder geval. Ja. Dus dat is een heel lang antwoord op een hele korte vraag die je wil afsluiten. Nee, dat geeft niet een heel duidelijk antwoord. Dus bedankt. Graag gedaan. Dat is mooi, hè? Het is niet echt radio, dus we hebben niet echt een kudde of... We kunnen gewoon lekker doorgaan. We kunnen nog een uur praten. Als je... Neem nog een chocolaatje uit onze ABC-test. ABC-test? Ik ga voor P. Ja? Van puur. Ja, weet je zeker dat het puur is? Dat weet je nooit. Dat is goed. Ja. Oh, gaan we zo doen. Hip hem. Toch tricky. Ja, het lijkt puur te zijn. Goed zo. Nee, ik heb ze niet vannacht allemaal verwisseld van papiertje. Ongeveer puur. Ja. Als het lijkt dat het puur is, het voelt dat het puur is en het smaakt puur, dan zal het wel puur zijn. Ja. Dankjewel. Rogier Peters, dankjewel. Wij gaan jouw verhaal ook live volgende week als... aflevering publiceren. Dus dan kunnen we het daar terugvinden. Sowieso doen we dat vandaag met alle afleveringen. Die komen als... Er staat natuurlijk één lange livestream op YouTube. Maar dat komt als losse aflevering. Zullen we dat publiceren als podcast. Sowieso. Als je nu ontzettend genoten hebt van deze content vandaag. Wat je natuurlijk hebt. Dan wil je natuurlijk meer van weten. En al mijn goede vragen. En die van Bart. Al die interessante vragen van Bart. Dan kun je abonneren op de podcast. Dat kun je eigenlijk op allerlei manieren doen. Hoe je op podcast, hoe je ook luistert. Dikke kans dat wij ertussen staan. Soundcloud, iTunes, Spotify, Google Podcast, Stitcher, Pocketcast, TuneIn. Ja, er zijn er nog meer. Zal ik opbouwen? In bijna alle podcast apps zitten we wel. En zo niet, laat het ons weten. Dan zorgen we ervoor dat we erin komen. Je vindt ze in ieder geval allemaal terug op cero.café. We gaan even naar een korte break. En dan gaan we nog wat mensen van de borrel hierheen slepen. En ik raak bitterballen, dus daar ga ik ook een paar van pakken. Mijn gedachten precies. Tot zo. We'll be right back.
lekker dan. Ziet eruit als een grote robot. Ja, en ik heb gewoon drie mensen van de borrel getrokken. Het is nog gelukt ook om ze mee te krijgen. En ik heb geen bitterbal gevonden. Dat is dan weer een beetje jammer. Nou ja, stel jullie eens even voor. Voor de kijkers. Ja, voor de kijkers is het ook van rechts naar links. Nou, we hebben kijkers. Kijk, hartstikke leuk. Mijn naam is Ruben de Boer. Ik ben het hoofd van Zero en UX-team van Sanoma. Voor degenen die Sanoma niet kennen, bekend van nu.nl, Libelle, Linda, Margriet. Heel veel grote mooie merken en vooral heel veel traffic. Heel veel traffic. Ja, hoi, ik ben Bernadette. Ik werk met Ruben samen, ook bij Sanoma. En samen hebben we eigenlijk wel een mooi team en werken voor heel veel verschillende leuke merken. Ja. Hoi, ik ben Daphne Tielman. Ik werk voor Rookboost. Ik ben verantwoordelijk voor de consultancy team daar. Dus daar in een dubbel rol eigenlijk het aansturen van ons team. We zijn een growth hacking agency. En daarnaast ook meewerken aan wat grotere klanten. Dus juist de concurrentie van de Sanoma, zoals de persgroep. Maar ook andere bedrijven zoals de leverancier van McDonald's en Talpa. Dus heel veel leuks om daar ook te doen. Heel veel data ook. Nou, heel goed. Nou, we hebben het einde van... Van Conversion het evenement vandaag bereikt. Het thema was Culture of Experimentation. Wat hebben jullie daarover geleerd? Doen jullie dit goed? Heb je heel veel geleerd? Denk je van, heb je veel bevestiging gehad? Of, Een beetje van alles eigenlijk. Ik moet zeggen, het is de derde keer dat ik bij dit event ben. En ik vond het niveau dit jaar wel echt heel hoog. Hoogste nu toe van alle drie de keren. Goed zo. Stijgende lijn. Zeker een stijgende lijn. Heel veel opgeschreven, heel veel genoteerd, heel veel foto's gemaakt. Ik ga morgen met het team even alles nalopen, kijken wat we geleerd hebben. Inderdaad, een aantal bevestigingen gezien. Nou, Bernadette, jij hebt morgen vrij, want jij was erbij. Ja. Dat hoop ik, ja. Mag ik vrij? Oh, nee. Maar, aan de blik te zien niet. Ja, we spreken samen. Oh nee, we hebben nog heel veel te doen. Vertel, wat heb je allemaal opgeschreven? Dan moet ik mijn mobiel er even bij pakken. Ja, ik zat ook al te kijken. Even checken. Nou, opgeschreven, wat de ouderwetse... Ja, bij wijze van spreken. Ja. Even kijken, ik vond het stuk van Tom vond ik erg sterk over... Tom van den Berg? Ja, ja. Van Online Dialog over de ROI in je experimentation. Ja, gas op die lolly. Gas op de lolly, ja. Mooi t-shirt ook vooral. Ik ben het helemaal eens met zijn denkwijze. En daar ook zeker kunnen we punten uithalen die wij samen wel verder kunnen gebruiken. Carl Gillis was natuurlijk weer super grappig. Leuk om te horen, leuk om weer te zien. Ook voor zeker een paar goede punten. Het einde van Bart, ook concrete tips die we uit hebben kunnen halen. What, how en why, ja, interessant. Wat had Bart voor tips? Ja, hij ging meer in over het what, how en why. Om een cultuur van experimenteren op te zetten. Dus, niet CRO, geen conversieorganisatie. Want dat woord is zeer pijnlijk voor ons vakgebied. Maar juist validatie in elke organisatie, zou ik zelf zeggen. En door middel van de Golden Circle van Simon Sinek heeft hij eigenlijk uitgelegd hoe wij dat als CRO-specialisten beter kunnen neerzetten in de organisatie. Oké. Okay. Ja, wat heb ik geleerd? Ik denk dat we vandaag... geleerd heb dat we op zich al best wel goed bezig zijn, maar dat er altijd nog dingen zijn die je veel breder kan aanpakken of juist specifieker kan aanpakken, zoals ik dat vandaag heb geleerd voor emotional design, zeg maar, en copywriting. Ik denk dat ik daar, zeg maar, voor mezelf nog best wel dingen in kan leren. En dat copywriting ook... was ook van boekingssessie, toch? Ook van boeking, inderdaad, ja. Oh, er waren er meerdere? Ja, over copy ging? Oké, ja. Ik weet even de naam niet meer uit mijn hoofd, maar was ook vanochtend. En ik vind ook gewoon, ik vond het heel leuk om te leren dat je ook dingen gewoon echt leuk moet maken. Je zit altijd zo in de cijfers en alles moet... Voor jezelf of voor de klant? Nee, voor de klant. Okay. Voor de klant, inderdaad. Ja, dat je het echt ook bijvoorbeeld in dat het inloggen ook gewoon leuk kan moeten kunnen zijn. En dat het niet alleen een drempel hoeft te gaan. Ja. Dus die twee dingen sprongen er voor mij uit. Oké, goed. Daphne? Ja, ik vond het fijn om gewoon weer eigenlijk te zien dat... Zero niet soort van zeg, eigen afdeling, eigen eilandje moet zijn. Wat ik zelf vind, gebeurt nog steeds veel te vaak bij bedrijven. Maar dat juist echt onderdeel van het hele bedrijf moet zijn om te valideren en om te experimenteren. En dat dat soort van weer bevestigt dat ja, wat wij proberen bij bedrijven te veranderen, dat we ja, de goede kant daarop gaan.
daarnaast gewoon heel veel leuke dingen voorbij zien komen. Wat Benedetta zei van, over van, hoe copy eigenlijk zo'n grote rol kan spelen. Ook gewoon die basisherinneringen van om hoog over te kijken, customers te zetten. Dus daarin ook gewoon een soort van bevestiging van blijf dit doen en blijf luisteren naar je klant. En kijken van slimme manieren. Wat ook in Carl's presentatie een paar leuke ideeën gekregen over hoe je dus ook feedback van die klant kan krijgen. Dus hij had een voorbeeld van op je bedankpagina daar juist de vorm te zetten. Omdat je daar heel veel hoge reactie. Dus ook gewoon wat nieuwe ideeën om te testen. En een van de dingen die ook met me denk ik, heel erg mee zou gaan is een van de eerste talks is de cost of inaction. Ik denk dat heel veel klanten hebben tijd juist nodig om een soort van dingen te implementeren. En die, om hun juist uit te rekenen en te laten zien van oké, ja, je kan deze AB-test pas in een maand live zetten of 2 weken live zetten. Dat heeft ook een kost dat zich meebrengt. Of het kost van dat we niet kunnen testen voor de komende periode. En dat veel meer tastbaarder ook maken voor klanten. Ja, volgens mij ook. Ik weet niet of het bij online duidelijk voorbij komt, maar die hebben ook zo'n volgens mij een berekening van wat je dan verliest. Er zijn volgens mij ook genoeg publieke modellen voor waarmee je dat kan berekenen dan. Ja, je kan het heel makkelijk berekenen. We focussen altijd op wat brengt deze lift, maar we moeten ook berekenen van wat kost het als we niet iets doen. Of bijvoorbeeld, we hadden, ik had een hele goede discussie over van hoe we eigenlijk met analyses juist heel de diepte ingingen qua statistieken. En dat je het eigenlijk meer kan kosten om zo uitgebreid bepaalde dingen te analyseren, dat dat ook kosten met ze meebrengt. En dat je een soort van die balans moet vinden van, ja, ik wil ook niet false positive of false negatives, maar ik wil ook niet zo de diepte ingaan dat het me zoveel kost om elke keer te analyseren, waardoor ik mijn tempo verlaag en dat ik minder test kan laten lopen. Die had ik met Ruben van Zanemeijer dus al. Ja, we hebben vandaag al een paar keer voorbij gekomen dat je een goede balans moet zien te vinden in dingen. Dat komt op meerdere vlakken voorbij. Inderdaad, je zegt van, Tom zei van ja, gas op die lolly, je moet wel tempo maken. Het is wel leuk dat je continu aan het analyseren bent, maar dan moet je je niet op dood staren. Nee, ik denk dat Tom daar een heel goed punt heeft. Je kan jezelf eigenlijk altijd afvragen van moet ik nou nog extra data zitten? Of moet ik die code van mijn test nou net nog wat mooier maken? Ja. Of moet het mijn design pixel perfect zijn? Ja. Of moet die test gewoon live en heb ik meer tijd over om nog een test en nog een test live te zetten? En hetzelfde met CRO, COC, dat daar een goede balans moet zitten. Van, en dat vinden wij als CRO-specialisten natuurlijk, dat er veel te weinig geld wordt uitgegeven aan CRO en veel te veel aan traffic. Dat de balans daar zoeken is, uiteraard. Maar dat kwam ook al een paar keer voorbij. Ja, je hebt heel erg die argument van quantity versus quality. Gewoon, wil ik meer tests live zetten of wil ik juist een paar hele hoge kwaliteit tests live zetten? En een soort van die balans daarin vinden, dat is heel moeilijk. Omdat op de ene kant wil je ook gewoon niet testen voor de sake of it, om gewoon die nummers omhoog te krijgen. Maar tegelijkertijd, als je te veel tijd overspendeert, dan verlies je juist die velocity. En deels van een goede cultuur van experimenteren is gewoon zorgen dat je dingen snel live kan krijgen en dat je die velocity erin krijgt. Ik denk dat het deels ook met je maturity als bedrijf en als gewoon CRO-programma te maken heeft. Van waar je die focus legt. En natuurlijk is de kwaliteit van je testen belangrijk. Maar als je geen testen draait, dan levert het ook niks op. Ja, als jij elke maand of elk kwartaal een test draait, je hebt 4 testen op een jaar, je hebt een succesratio van 1 op 8. Nou, succes, leg dat maar uit aan je manager. En dat is ook niet heel motiverend voor jezelf natuurlijk. Dat moet gewoon een tempo omhoog. Dan kun je wel heel moeilijk doen over je kwaliteit, maar begin dan met het tempo opschroeven. Begin met tempo. Begin met zorgen gewoon dat je iets gaat testen. En daarna kan je weer tweaken met die kwaliteit en daar de balans in vinden. Vaak met nieuwe klanten gaan we juist gewoon zorgen dat we überhaupt gewoon proberen een AB-test live te krijgen. Al is het niet de grootste of de meeste impact. Maar gewoon om te begrijpen van hoe werkt jullie proces? Waar lopen we tegenaan? Waar verliezen we het meeste tempo? En daarna kunnen we dan echt een soort van in de tussentijd al de data verzamelen om de echte testen verder te gaan lopen. Ja, ik heb er een. En ik denk ook wat Gilles zei, dat zeg maar als je eigenlijk de basis nog niet goed hebt of de basis nog niet hebt getest van je website en je gaat gelijk bijvoorbeeld naar personalization toe of dat soort dingen, dan mis je eigenlijk een heel stuk van je proces die eigenlijk dan, waardoor eigenlijk de kwaliteit van je AB-testen ook achteruit gaat. Dus ik denk dat het ook gewoon belangrijk is en wat ook efficiënt kan zijn, dat je in het begin gewoon echt simpele testen doet. Bijvoorbeeld dat je altijd de kleur van de knoppen al hebt getest of alle teksten hebt getest. Dat je dat al allemaal hebt gehad en dat je daarna pas een stap verder zet in je proces. Dat dat ook heel belangrijk is. Omdat je heel, dat het gevaar is eigenlijk dat je te snel gaat. Doordat je hoort dat iedereen dat al gaat doen en
Ja, en dat is ook een beetje de reden dat ik deze podcast ben gestart. Dat er hele rare, het begrijpt ook wel, maar dat er een mismatch is tussen wat het beeld dat mensen hebben wat andere bedrijven aan het doen zijn. Op het vak van AB-testen en personaliseren en helemaal met AI en machine learning. Ja. Andere bedrijven zijn nog altijd mega ver in is je beeld. Ja. Het valt wel eens misschien wel tegen. Door kennis uit te wisselen, in ieder geval in de podcast wat Kees laten horen wat mensen daadwerkelijk aan het doen zijn. Komen we daar misschien achter en krijgen we een wat beter beeld van. Hey, we hebben wat stellingen voor vandaag. En wellicht willen jullie mij indulgen om daar antwoord op te geven. Daniel Marcus kwam met de stelling: een goed CRO-proces focust op maximale kennisopbrengst. Maximale kennisopbrengst. Wanneer dat lukt, volgt het resultaat vanzelf. Ik denk dat kennisopbrengst zeker een onderschat stuk is bij experimenteren. Vaak doen we AB-test na AB-test na AB-test na AB-test. En missen we echt die rode draad. Het werd eerder gezegd in een van de talks, volgens mij van Online Dialogue. Dat je gedragswetenschappers bij hebt die de rode draad door het test heen hebben. Dan bouw je inderdaad heel veel kennis op. En kennis dat heel waardevol is over het gedrag van jouw gebruikers. Die je kan delen met alle andere collega's en teams in je organisatie. Dus ik denk zeker dat het een van de belangrijkste dingen is. Maar ik sluit me ook graag aan bij Bart dat het stukje happiness en health en het menselijke stuk, dat het ook absoluut niet uitgesloten mag worden binnen CRO. Ja. Nou, en daarnaast gewoon als je alleen maar op kennis focust, uiteindelijk, wat we ook in de media talks terug hebben zien, je CFO moet uiteindelijk wel die budget goedkeuren. En als jij niet laat zien dat het niet alleen maar kennis opbrengt, maar ook uiteindelijk bottom of the line profit oplevert, dan kan je alles doen wat je wil qua testen, maar ze gaan het op een gegeven moment stopzetten. Dus het is zeker een groot onderdeel. En de meest krachtige tests zijn zeker gebouwd op de kennis die je van de vorige tests hebt. En dat je squeeze the lemon er net wat meer kan uithalen door daar verder op te bouwen. Maar je moet ook niet vergeten om gewoon de ROI er uiteindelijk te laten zien. En dat ja, de tests die niet winnen, die hebben dingen van geleerd en geïmplementeerd. En voorkomen dat we dingen hebben verspild. Maar wij hebben ook de winst uitgehaald. En hoe gaan jullie daarmee om? Want voor één AB-test is het makkelijk om, of nou, relatief makkelijk om het resultaat te berekenen. Zeker als het puur online is en je kijkt naar conversie. Lifetime value wordt dan een stuk lastiger. En als we dan kijken, oké, wat heeft ons CRO-programma over een heel jaar opgeleverd? Dan wordt het vaak nog lastiger. Dus hoe ga je daarmee om dan? Hoe ga je dat gesprek aan met de CFO? Ja, dat is een hele goede vraag. Het is inderdaad wat je zegt van op een gegeven moment ziet die website er zo anders uit. Dat je ook niet meer kan zeggen van dit kwam vandaar en dit kwam van wat we hier hebben gedaan. Dus wij sturen uiteindelijk altijd gewoon op de one metric that matters. En daar laten zien dat er groei van uitkomt. Dus wat is de meest belangrijke metric? En dat we daarop sturen dat die blijft groeien. En indien het mogelijk is, ideaal test je gewoon de versie van voordat je ging AB testen naar de versie die je nu hebt. Alleen, wat ik ook zei van, ik heb klanten die gewoon 2 of 3 nieuwe versies van de website in de tussentijd heb gehad. Dus dat kan je daar niet laten doen. Ja, sowieso kun je afvragen wat voor zin dat heeft natuurlijk. Want Precies. Er zijn ook heel veel externe factoren. Dat ook. Of veranderend klantgedrag in het algemeen. Als jouw klantgedrag heel anders is dan een jaar geleden. Ja. Of I don't know, de concurrentie is heel anders. Of is een concurrent failliet gegaan. Ja, dan kun je die test wel opnieuw draaien. Dan levert het ook niks op. Dus het is heel erg zojuist gewoon zorgen dat ze inzicht krijgen in wat je aan het doen bent. Welke winst je eruit haalt. Laat zien wat wel en niet werkt. En daar ook gewoon heel eerlijk in zijn. Dus ook winners en losers. En gewoon super simpel houden. Heel visueel laten zien. Dit zijn de verschillende dingen die we hebben getest. Dat ze gewoon elke keer wel ermee meekomt. En dan is er ook een deel vertrouwen daarin. Dat ze door die heel transparant en wat wint en wat niet wint, te laten zien dat ze ook vertrouwen dat het een goede investering is. Omdat je ook laat zien als het niet werkt. Ja. Ruben, ik heb een vraagje voor je. Bij Sanoma hebben we natuurlijk ontzettend veel merken. Ja. Met hele andere doelgroepen. Ja. Hoe zorg je er dan voor dat als je een testprogramma hebt, dat die kennis uitgerust wordt en dat die kennis überhaupt herbruikbaar is over die merken en dat je dat je juist gebruik kan maken van die kracht, wat je zegt, we hebben bakken met traffic. Maar als die bak met traffic verdeeld is over 80.000 websites en op 80.000 verschillende segmenten getest is en dan qua kennisoverdracht is dat super lastig. Dus ja, hoe ga je daarmee om?
Ja, er zitten echt de waarden en de valkuil in van onze testprogramma's. Hoe we georganiseerd zijn is dat we een centraal team hebben met CRO-specialisten. Die zitten in het centrale team, maar zijn ook onderdeel van de performance teams en de product teams van de grotere titels. En de grotere titels zijn echt de websites die wel binnen de top 20 qua traffic van Nederland horen. Dus dan heb je een soort matrix organisatie. Ja. Een centraal team, mensen zitten ook lokaal of bij dat merk. Ja, klopt. Okay. Klopt. En we zien dat steeds meer titels ook zelf testen gaan opzetten waar wij dan bij, ja, die buiten ons om opgezet worden. Dat is hartstikke goede, ja, heel fijn. Maar met het centrale team bespreken we wel elke test. We gebruiken er effective experiments voor. Ik denk een mooi bruggetje. Ja, supermooi. Ja, wij gaan er een keer een aflevering over doen, toch? Ja. Nee, we bespreken elke test. We challengen ook elkaar om die confirmation bias een beetje op te vangen. Maar de valkuil zit erin dat we best wel testen zien die bij Piet van Bernadette kunnen werken. En als ik die herhaal, dan zie ik het tegenovergestelde effect op mijn titels. Dus de kennisoverdracht is heel waardevol, maar moeten we altijd testen. Ja. Ja, maar dat lijkt me juist ook super waardevol om te weten. Dat je ziet van, hé, we hebben een hypothese getest op merk A en bij merk B werkt het niet. Dat in itself is ook een learning, lijkt me. Ja, zeker. En dat zijn de leukste learnings. Ja. Ja. Als het misgaat, dat zijn de leukste learnings. Nee, maar ook voor de stakeholders. Wij hebben ook nieuwsbrieven van onze test die we gedraaid hebben. En dan krijgen we al snel te horen van, oh, dat is heel interessant. We moeten ook onze website implementeren. Maar dan kunnen we altijd nog testen laten zien of de ene website wel werkt en de andere niet. Dus laat ook wel zien hoe belangrijk het is het werk wat te doen. Ja. Ja, het helpt eigenlijk gewoon mee om mensen te enthousiasmeren, denk ik, binnen een organisatie. Dat je heel veel voorbeelden van testen laat zien. Maar dat je altijd wel erbij zegt, oh, als je dat een goed idee vindt, dan kunnen we het gaan testen, maar we gaan het niet doorvoeren. Dus dat is nog wel daar moet nog altijd wel echt de nadruk op gelegd worden, inderdaad. Ja. Maar heb je dat, gebeurt dat vaak dat mensen, ik zie bij andere organisaties ook wel, dat mensen zeg maar aan de loop gaan met jouw AB-testresultaat of jouw rapport. Dan denk ik van, ja, maar wacht even, dat is niet helemaal wat we getest hebben. En dat is zeker niet de context waarin we het getest hebben. Ja, en dat is natuurlijk ook iets moois, hè? Dat je zo'n nieuwsbrief uitstuurt en dan begin je met de eerste slide van je PDF staat. Hey, wat je hier ziet is de inspiratie en wat op één website werkt, hoeft niet op de andere te werken. Ja. Maar ze zijn toch door het enthousiasme, en dat vind ik heel positief, gaan ze toch mee aan de haal. Dus ja, ze zijn wel enthousiast over experimenteren. Punt 1, supergoed dat je enthousiast bent en onze mailing leest, maar... Precies. Oké, heel goed. Nog een andere stelling voor jullie. En ik weet dat Sanema ook wel bezig is met heel veel. Jullie hebben heel veel data, want jij, we hebben bakken met traffic. De invloed van AI en machine learning. Hoe ziet onze baan eruit over 5 jaar? Ik denk dat het gesprek van Carl Gillis, het praat van Carl Gillis er perfect op aansluit. Bij Sanema merken we het ook veel hoor, dat heel veel managers allemaal personalisatie en AI willen. Maar dat in grote deel de basis nog niet eens goed staat. En Carl Gillis had een mooi voorbeeld van als je een city website hebt en je doet personalisatie, dan krijg je gepersonaliseerde shit. Ja. Dus het is nog steeds niet goed. Dus ik denk dat wij wel onmisbaar zijn in ons mindset, in ons werken. En functie CRO-space die zal ongetwijfeld komen vervallen, want het is een werkwijze en denkwijze. Ja. Maar het zal altijd onmisbaar zijn. Het zal altijd belangrijk zijn naast AI. Ja, Daphne, denk je er ook zo over? Ja, zeker. Ik bedoel, je kan heel veel dingen automatiseren. Je kan heel veel dingen dat je niet meer hoeft te doen. En dat zien we sowieso van, we proberen zoveel mogelijk te automatiseren. Zodat elke uur die een klant bij ons afneemt, ze zoveel mogelijk waarde eruit halen. Maar die strategische denken, wat je eigenlijk ook het meest waardevol is in een goede CRO-specialist, dat het niet iets wat je verleden kan automatiseren of even overlaten aan AI. Ja. Dus het zal zeker een grotere rol spelen. Ik denk voor de meeste mensen, wat ik ook in de vorige sessie hoorde, dat hetgeen wat wegvalt, zijn juist de dingen die we eigenlijk allemaal ook niet zo heel erg leuk vinden. Ja, precies. Dus eigenlijk misschien wel fijn als er machine learning en meer AI komt, dat ons gewoon kan helpen. Ja. Ja, en ik denk bijvoorbeeld ook dat kwalitatieve research heel moeilijk te automatiseren is. Dus bijvoorbeeld usability testen. We hebben een eigen usability lab waar ik dan alle testen uitvoer voor nu.nl of voor andere titels. En ja, die informatie, ik geloof gewoon niet dat je dat op een andere manier kan krijgen. Dus daar geloof ik in ieder geval. Een interviewrobot. Ja. Ja. Nee, je ziet het niet gebeuren. Nee, ik denk dat emotie bijvoorbeeld, dat gewoon echt heel lastig is om in de komende jaren sowieso. Ja, dus zover zijn we nog niet.
Maar je kan wel leuke dingen met die data doen natuurlijk. Wat zijn jullie daar mee aan het doen bij Sanoma? We hebben onlangs een proef gedraaid met Sentient Ascent. Ja, dat heet nu Evolve. Ja, ik wil het zeggen. Ja? We zijn het overgenomen. Ja? En dat was een interessante test. Ja. En we zijn nu aan het analyseren of dat een vervolg gaat krijgen of niet. Oké, ja. Ja, en verder hebben we een eigen data science team die ook algoritmes en dergelijke en AI bouwt. En daar werk ik gewoon nauw mee samen. Ja, want in jullie advertentienetwerk wordt het al volop gebruikt natuurlijk. Ja. Ja. Nu nog inzet op de website. Precies. het zit al in het bedrijf, dat scheelt al. Ja. Hey, met die bakken met data, en dat zul je op meerdere websites terugzien. Waar we het vandaag een paar keer over gehad hebben, is de diversiteit. Als je zo'n enorme doelgroep hebt, nou, met nu.nl heb je 80% van Nederland wel te pakken, minimaal denk ik. Hoe zorg je er nou voor dat die website aansluit bij die doelgroep? Ook omdat we zijn gemiddeld al wat hoger opgeleid natuurlijk. We zitten in ons eigen teampje daar op het werk en wij kijken naar die data. Wij zijn degene die varianten bedenken. Misschien over 5 jaar bedenkt de AI die varianten, maar de vraag is of dat beter is. Maar dat is een enorm divers publiek wat je daarmee aanspreekt. Dus hoe zorgen we er nou voor dat wij daar ook die varianten voor maken? En dat wij daar op in kunnen spelen? En de aanleiding van deze vraag was eigenlijk dat ik vanmorgen zat ik naar BNR te luisteren. En er was een onderzoekje van de Sociaal Economische Raad dat 2,5 miljoen volwassenen mensen laaggeletterd zijn. Ja, dat is een enorm aantal natuurlijk. Zeker als je gewoon een algemene doelgroep aanspreekt, dat percentage van de Nederlandse bevolking, als dat op jouw website zit, dat is een fors deel. Nu is taal maar een voorbeeldje van diversiteit of van limitatie die mensen kunnen hebben. Hoe ga je daarmee om? Ik verwacht niet een direct antwoord op, maar no worries. Wie wil? Goed naar data kijken, goed naar je gebruikers luisteren. Maar hoe zorg je ervoor in je onderzoek dan dat je die bias eruit haalt? Dat het divers genoeg is? Ja, dat is een mooie uitdaging. Ja. Ja. Ja, en ik denk dat het ook een punt is, zeg maar, wat je organisatie wil. Want sommige organisaties willen bijvoorbeeld gewoon één website en willen niet voor verschillende sources, zeg maar, andere layouts laten zien of aanpassen. Dus ik denk dat je daar ook rekening mee moet houden wat het doel is van de website en hoeveel je kan veranderen. Nou ja, en dan zeg je, ja, het is leuk dat je dat niet wil, maar ik heb het getest. We gaan met gemak 10 miljoen meer verdienen als we het wel doen. Ja, dan heb je een goede case, denk ik. Maar dat is nog wel lastig te vinden, denk ik, zulke cases. Ja, en ik weet... En het is sowieso lastig met het vinden van die proefpersoon natuurlijk, want we hadden net ook met Jurjen van Vonk. Die zei van, ja, we doen heel veel onderzoek en daar doen we gewoon een poll op de website. Nou, in 2 weken schrijven 300 mensen erin. Die kan ik dan gebruiken voor het gebruikersonderzoek. Dus nou, dikke kans dat die 2,5 miljoen daar niet in zitten. Nee. Of een andere doelgroep. Er zit al een bias in die groep natuurlijk. En ook met de mensen die je uitnodigt in je lab zit al een bias. Dat is al lastiger. Ik weet nog wel van onderzoeksbureaus. Nou, ik zal geen namen noemen, maar die gewoon hun werving hebben aangepast van proefpersonen. Omdat hun klanten, zeg maar, van dat onderzoeksbureau, die vonden de proefpersonen te dom. Ja, dat is... dat kan toch niet eigenlijk? Nee, maar dan denk je van de eerste twee mensen denken van, nou ja, die zijn proefpersonen, zijn gewoon dom. Het ligt niet aan de website, het ligt aan de proefpersoon. Maar ja, als je dan twee, drie dagen aan het testen bent met 20 man, dan denk je van, ja, misschien ligt het toch aan die website. Kan ook goed rekening mee houden van ja, wat zijn de verschillende opleidingsniveaus van de mensen die naar onze website gaan en daar gewoon echt een diverse in doen. Dus dat gaat echt heel erg over die vragen die je stelt voordat je juist de selectie van proefpersonen kiezen, om te zorgen dat je daar ook gewoon eerlijk in bent om verschillende mensen die je doelgroep laat tonen. En uiteindelijk, als je inderdaad niet meer dan één website kan doen, dan moet je ook gewoon kijken van wat zijn dan de 20% die 80% leveren hiervan. En zorgen dat je in ieder geval voor hun wel een goede website opzet. En als het niveau daarvan lager is, dan moet je ook je website daaraan aanpassen. Ja. Als dat waar 80% van je omzet uit komt.
Ja, je bent natuurlijk een business aan het runnen. Dus je moet ergens een cut-off point hebben van... ja, oké, voor zo'n laag percentage kunnen we het gewoon niet doen. Maar ja, dan moet je het wel weten. Dat is dan wel, een belangrijk puntje. Ik wil Jurien ook nog een keer over spreken. Want wij doen juist niet mensen zelf recruiten voor usability testen. Juist omdat je best wat risico loopt als je fans krijgt. Ja. En we hebben best wel meegemaakt dat titels het wel zelf doen. Kijk, dat 10% van onze usability testen gebeurt. Ja. Ja, die vinden alles mooi, want dat is een fan. Ja, precies. Nou ja, ik zei dat tegen Jurien. Het is ook wel juist interessant... om die mensen uit te nodigen die een probleem hebben gehad met die klantenservice. dat kan juist wel interessant zijn. Maar als dat specifiek voor die test is natuurlijk. Maar het risico loop je wel natuurlijk. En ik denk dat je als Sanoma heb je denk ik wel het grote voordeel. Je kan allemaal verschillende websites testen. Maar Sanoma, als mensen de naam al kennen. Dat staat niet voor een bepaalde website. Dat is niet wat je bent niet de Sanoma website aan het testen. Je bent nu.nl aan het testen of een van die andere merken. Dus die bias heb je al wat minder, denk ik. Maar als je het Vonk-kantoor binnenloopt... of bol.com-kantoor binnenloopt... en daar een usability-test gaat doen... dan is die bias alweer wat erger. Ja. Nou, we hebben ook voor één klant eigenlijk juist... je gebruikt wel onze eigen database... maar juist door naar die data te kijken gezorgd van... we hebben mensen gekozen die nooit een account hadden aangemaakt... maar alleen op de e-mailadres stonden... nooit iets hadden gekocht... om te zorgen dat we die bias voorkomen... dat we op de ene kant wel... gemak hebben om ons eigen pool te pakken, maar juist te zorgen dat we die data koppelen om inactieve gebruikers te pakken, die niet een keertje het al hebben gedaan en op basis van het feit dat ze weten hoe die registratieflow werkt, die dan recruiten voor de test. Ja, wat Ruben zei, die fans, dat is leuk, maar nou, misschien is dat 5% of 10% van je doelgroep. Ja. Je wil juist dat andere deel weten. Ja. Je moet de balans invinden. Begrijpen wat een fan maakt. En ook begrijpen wat iemand frustreert. En waarom die problemen heeft gehad met de website. En hoe je die misschien kan overzetten. Ja. Bennet? Nee, ik zat nog even te denken aan een gebruikerstest die vorig jaar is gedaan bij ons. Dat was voor Donald Duck. Dat waren kinderen zeg maar, die we voor een gebruikerstest hadden gerecruit volgens mij. Of dat is ook via gaan. Maar je ziet wel dat kinderen wel wat... die worden natuurlijk ook beïnvloed. Maar dat is toch anders, denk ik. Ik weet niet wat jouw mening daarover is. Ja, nee, die hebben net ook via een externe partij geworven, die kinderen. Dat gaf inderdaad een hele andere dynamiek. Ja. Een hele leuke dynamiek. Worden mensen niet zo beïnvloed door het merk wat erboven staat in ieder geval. En degene die ze interviewt. En, leuk dat merk, maar die ervaring... zijn wat meer blunt. Ja, in een, inderdaad. Ja, in zeker. Opmerking. Ja. Ja. Wat zijn wat opvallende resultaten van experimenten die jullie bij klanten hebben... of onderzoek die jullie bij klanten voor jullie merken hebben gedaan van het afgelopen jaar? Waar je zegt van, dat was al een eye-opener. Of voor jezelf, of juist voor het team. Goeie vraag. Niet allemaal tegelijk. Je moet echt helemaal graven in je geheugen ook. Ja, daarvoor heb je dus ook effective experiments, zodat je al die testen goed kan documenteren. Dat zie ik nu niet, dus ik ben helemaal de weg kwijt. Ja, precies. Het belangrijkste is natuurlijk gewoon blijven testen. Wat op de ene website wel werkt, werkt op de andere niet. En dat kan soms tot enorme verrassingen leiden. De bevestiging blijft binnenkomen dit werkte daar. Laten we het daar ook doen. Oh shit, het werkt niet meer. Ja, we hadden deze week nog een test afgerond die fantastisch werkt op Linda. Maar totaal niet werkt op ouders van nu. Ja. Averecht zelf. Ja. En dat blijft een leuke... Ja, dat zijn nog gave dingen. Ja. Als we elkaar tegenspreken, dan begint het leuk te worden. Ja, inderdaad. Voor ons in ieder geval. Ja. En precies de reden dat je continu moet blijven testen en valideren. Ja. Want helaas, dan heb je die learning opgedaan en denk je van, nu weet ik het. Maar nee, helaas. Dat maakt ons werk leuk, maar moeilijk, maar leuk. Nee, ik had het eerder ook over een test die best wel interessant was. Omdat het was gewoon niet heel simpels van, oké, we gaan een extra, niet een extra pop-up, maar een registratie, kleine pop-up tonen aan gebruikers. En gewoon testen van, als we die gebruiken of niet. Omdat voor die klant was dit al heel spannend van, oké, een pop-up, dat vinden we eng, dat werkt niet. Laten we dat testen. En we zagen gewoon echt een geweldige lift van 15% daarop. Op mobiel zelfs 25%. Was ietsjes aangepast. En dat heel goed werkte. En dat eigenlijk
de kracht uiteindelijk in de test zat wanneer we hem dieper duikten en juist segmenteerden op welke pagina's toonden dat welke deel van die funnel. En dat het niet soort van, als je hele mooie analyses automatiseert, iets wat je standaard doet. Maar dat we toch even dachten, laten we even een uurtje nog spenderen om dit even uit te werken. En dat we zagen dat het eigenlijk een drop had op te vroeg in de funnel zo'n tonen, omdat ze gewoon nog niet klaar voor waren. Ze wisten niet waarom ze die product moesten gebruiken of inloggen of wat de voordelen daarvan was. Ja. Maar als je het gewoon timed in het juiste deel van de funnel, kon je die balans in hebben van hoeveel mensen zien hem, hoeveel registraties we krijgen en dat je eigenlijk van die 15% lift, als je alles weghaalde wat niet werkte, gewoon een veel grotere lift kon maken en daar verder op kon bouwen. Dus dat was wel echt een leuke resultaat en ook interessant om juist te laten zien van ja, dat het werkt, dat is niet de eindpunt. Ja, goed. Gaan jullie morgen iets anders doen naar aanleiding van vandaag? We gaan morgen eerst even goed bespreken wat we allemaal geleerd hebben. Ja. En één ding die ik wel kan zeggen wat we anders gaan doen. We zijn heel erg bezig met automatiseren van onze processen. Van rapportjes, ook van dag te laten zien eerder vandaag. Maar ik wil ook wat meer checks inbouwen, wat in een paar van de talks vandaag werd genoemd. Sample ratio bijvoorbeeld. Zo'n browser wil ik ook eigenlijk ook gaan automatiseren. Ja. En ik denk dat vandaag een paar hele goede voorbeelden van zijn gegeven. Ja, goed, heel tof. Hey, dank jullie wel. Ik ga jullie niet nog langer van de bol en de bitterballen weghouden. Dus ik zou zeggen, doe nog lekker een drankje. En jou ga ik sowieso spreken, Ruben. Ja. En wellicht spreek ik jullie ook een keertje in de podcast. Ja, dankjewel. Als jullie hier zo van genoten hebben natuurlijk, komen jullie binnenkort een keertje gewoon in het CRO Café. Zeker. Hartstikke dankjewel. Dankjewel. En dat was het CRO Café live voor vandaag. Dank aan Imers, uiteraard, voor het hosten dat we hier überhaupt mochten staan en konden staan. En voor alle sprekers gebruik mochten maken om ze aan de tand te voelen. En te kijken waar ze het over hebben. Alle sprekers bedankt voor jullie deelname. De sessies komen sowieso los in de podcast terug. Dat zal ergens volgende week of die week erna zijn. Abonneren op de podcast kan dus via SoundCloud, iTunes, Spotify, Google Podcast. Een redelijk range aan apps. Schrijf je in en je wordt automatisch op de hoogte gehouden van nieuwe afleveringen. Volgende week is er weer een reguliere podcast. Dan praat ik met Amber Taal van Rikshaw Travel. Zij is vorig jaar zomer begonnen met het optimaliseren van hun website. Ze was als eerste CRO-specialist daar aan de slag gegaan. En met haar bespreek ik van, ja, waar begin je dan? Hoe begin je aan zo'n project? Hoe krijg je de organisatie mee? Hele interessante sessie geworden. Dus die komt volgende week live. Spreek je graag dan en tot dan. And always be optimizing.